Hele goede avond. Fijn dat je luistert naar RTV Noord. En we zijn er weer bij met voetbal. Want vrijdagavond is inmiddels de voetbalavond geworden. In een dubbel voetbalweekend kunnen we zeggen voor FC Groningen. Maandag komt Jong PSV langs. Maar eerst vanavond ADO Den Haag dat op bezoek komt. Gaat FC Groningen het weekend goed beginnen met 3 punten? Hoe komt de ploeg uit de korte interland break? En is de top echt van de ketchupfles van Veen af? We gaan er vanavond achter komen. We zijn de hele wedstrijd er live bij. Met Stefan Bleker en Emiel Venema in het stadion voor 90 minuten lang live commentaar. Analist Wim Masker is daar ook. En hier in de studio houden we de boel in de gaten, ook wat betreft het online gebeuren. Nog zo'n, ja, wat is het, 28 minuten en dan gaan we beginnen. 26 minuten nog. Stefan Bleker in de Euroborg, goedenavond. Goedenavond, Erik. Ja, het is weer voetbaltijd. Het is volgens mij ook wel goed gezellig daar. Ja, het is prima toeven hier in de Euroborg. Lekkere temperatuur, perfect voetbalweer. En wat dat betreft staat niks een heerlijk voetbalavondje in de weg. Ja, we gaan weer naar voetbal. Met welke opstelling gaat de FC dat doen? Groningen gaat dat doen met Michael Verrips. Uiteraard in de goal. Viermans defensie met Rente, Balker, Peersman en Mette. Bakuna en Hoven daarvoor. En Hoven heeft een nieuw rugnummer gekregen. Want toen hij aan het begin van het seizoen rugnummer 2 kreeg, was dat symbolisch. Want iedereen ging ervan uit dat hij zou vertrekken. Nou ja, hij bleef dus uiteindelijk. En nummer 2, dat is toch een nummer voor een verdediger. Maar door het vertrek van Thomas Soeslof kwam nummer 7 vrij. En Hoven dus met nummer 7 op het shirt. Supporters die een shirtje hebben gekocht met de naam van Hoven en rug nummer 2. Die kunnen zich melden bij de fanshop trouwens van FC Groningen. Dan wordt dat rechtgezet. Dan hebben we aan de rechterkant Valente, aan de linkerkant het basisdebuut van Noam Emeran. En Kevin van Veen en Paulus Abraham, die staan voorin. Ja, Postema die viel uit een paar weken geleden. Hoe is het met hem inmiddels? Nou, dat gaat beter. Hij heeft last van een schouderblessure en de verwachting was dat hij tussen de 4 en 6 weken uit de roulatie zou zijn. Nou ja, dat gaat dus wat sneller dan voorspeld. En de hoop is een beetje dat hij na de wedstrijd van volgende week tegen Helmondsport weer kan aansluiten. Dankjewel. Straks ook nog de opstelling natuurlijk van ADO. Wim Masker is ook in het stadion. Goedenavond, Wim. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben het net al even gehad over die opstelling. Hè. Geen Postema, maar Abraham er wel bij. Wat maak je daarvan? Nou, dat was eigenlijk ook wel de meest voor de hand liggende optie. Je had ook voor Van Bergen kunnen kiezen, maar ja, Emmeram heeft een goede indruk gemaakt op de trainers en is ook, heeft ook wat meer specifieks dan Tom van Bergen. Ja, en die Emeram, dat is een speler waarvan Lukien ook het een en ander zei. Laten we even naar luisteren wat hij zei over Emeram en waar hij allemaal wel niet uit de voeten kan. Ja, ik denk dat hij aan beide kanten heel goed kan spelen. Ik denk dat hij een van de twee spitsen kan zijn. Wat hij vooral brengt is individuele kwaliteit, passerend vermogen, snelheid. Dat zie je vanochtend ook in de training terug. Hij loopt heel makkelijk mensen voorbij. En hij kan een goal maken. Dat deed hij ook tegen Heerenveen. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd hoe wij dat gaan doen. Ja, hij is heel erg benieuwd. Ben jij ook benieuwd, Wim Masker? Ja, zeker. Ik denk trouwens, hij zegt op alle 4 posities. Ik zie niet echt een nummer 9 in hem. Maar ik denk wel dat hij op de 3 andere posities, op, vanaf rechts, vanaf links of als schaduwspits, heel goed uit de voeten kan. Ja, het is een handige speler. Ja, het is een handige speler. Het is een snelle speler. Hij legt ook risico in zijn spel. Dat betekent dat hij ook af en toe zich vastloopt. Maar ja, dat moeten we maar voor lief nemen. Want ja, we willen als toeschouwers natuurlijk ook graag wat creativiteit zien en dat krijg je niet door een balletje breed of terug te leggen. Ja, heeft hij alles in zich om een publiekslieveling te gaan worden? Ja, maar dat hangt natuurlijk nauw samen met rendement. Je zult dan wel moeten scoren en je zult wel af en toe assist moeten geven. En als je dat dan nog koppelt aan wat leuke acties die mislukken, dan, nou ja, dan ben je spekkoper en dan ben je denk ik wel een van de favorieten. Ja, een andere publiekslieveling in wording, ja, het zou zomaar kunnen zijn. Kevin van Veen, wat is jouw inschatting? Is die ketchup of is de dop echt van de ketchupfles? Ja, maar dat wil niet zeggen dat hij dan per se vanavond ook weer scoort. En je hoeft om 30 goals te scoren, natuurlijk niet 30 keer in 30 wedstrijden te scoren. Als je af en toe 2 keren scoort en een keer de 3 inprikt, dan ben je waarschijnlijk met een stuk of 20 wedstrijden al klaar.
Nou ja, vandaag heeft hij in ieder geval zware tegenstand. Ik denk dat Stefan zo nog wel even de opstelling geeft van ADO. En ik kan al wel verklappen dat ADO zich heel erg aan FC Groningen heeft aangepast. Vorige week 4-3-3 en vandaag spelen ze met 3 centrale verdedigers en 2 wingbacks. Nou, en de namen die levert Stefan zo. Nou ja, jij geeft zo'n mooi voorzetje, Stefan. Maak hem maar af, zou ik zeggen. Nou ja, dan gaan we dat direct maar eventjes bij langs. Bij ADO sowieso 2 oude bekenden in de gelederen. Eentje zit op de bank, dat is Amir Absalem. Nog 18 wedstrijden voor FC Groningen gespeeld voordat hij vertrok. En nu inmiddels de speler van ADO Den Haag. Die andere oude bekende staat bij ADO wel in de basis. Bart van Hintem. Oude rot al toen hij bij Groningen speelde. Is hij vertrokken naar PEC Zwolle. Vorig seizoen met PEC Zwolle gepromoveerd. Maar kon niet rekenen op een basisplaats. En echt in de laatste dagen van de window uiteindelijk de overstap naar Den Haag gemaakt. Scheelde hem 3 kwartier rijden heen en 3 kwartier rijden terug per dag. En ik sprak hem nog eventjes. Hij zei dat is wel een voordeel en dat vond hij wel prettig. En vanochtend had ik Bart van Hintem al op de app of ik de opstelling van Groningen even wilde doorspelen. Dus hij denkt dat Sergio Pat onder andere in de goal staat. Maar laten we maar even de hele opstelling van ADO erbij pakken. Wentjes in de goal. Dan een 5-man defensie van rechts naar links. Che, Assante, Waam, van Hintem dus. En Kodusu. Op het middenveld Vigen Christensen en Surmeli. Jort van der Zanden daarvoor. En Van Michem en Veerman zijn de 2 spitsen. En dat zijn wel 2 mannen om wat extra aandacht aan te gaan besteden. Van Michem razendsnel. En Veerman dodelijk in de 16. Ja, weer masker als je die opstelling zo hoort van Stefan. Geduchte tegenstander. Sorry, er is even wat ruis op de lijn. Jouw vraag was, wat vind je van de tegenstander? Ja, is het een geduchte tegenstander? Ja, nou, een geduchte tegenstander, zeker. Stefan zei het net al, Van Michem en Veerman die zijn wel spelers om in de gaten te houden. Misschien herinner je de vorig jaar de opening van vorig seizoen. FC Groningen-Volendam. Groningen bij rust 2-0 voor. En toen kwam in de tweede helft Veerman erin. En toen draaide Van Michem met het dal. Nou, dat is een duel wat we vanavond ook weer kunnen gaan zien. Want die staan tegenover elkaar. Dus dat, en in combinatie met Van der Sande hebben zij best een goede drietand, zoals de Italianen zeggen. Een tridente. En dat is toch wel bijzonder. Dan nog één ding over ADO tot slot. Zij hebben maar 2 spelers die vorig seizoen ook al in het eerste van ADO spelen. En 9 spelers die in de transferperiode zijn gekomen. En een nieuwe trainer. Dus ja, de verpakking ADO Den Haag is hetzelfde. De inhoud is totaal anders. Is totaal anders inderdaad. Het is toch wel een van de clubs waar je als je naar de KKD dit jaar kijkt. Waarvan je denkt, ja, het zou zomaar een directe concurrent kunnen zijn. Ja, absoluut. Ik had voor de competitie een beschouwingje gemaakt. En dat noemde ik ADO nog niet. Maar ze hebben in de afgelopen 3-4 weken nog even 11 spelers gehaald. De club is sinds begin vorig jaar in eigendom van een Amerikaanse miljardair. Die heeft een heleboel clubs uit verschillende sporten in portfolio. En die was nog niet echt aan ADO toegekomen, leek het wel. En hij dacht op het laatst, oh ja, laat ik ook ADO nog even versterken. En die heeft toch wel een aantal behoorlijke namen binnengehengeld voor die club. Ja, moet je daar nou nog blij mee zijn met zo'n eigenaar? Of is het maar goed dat de FC dat niet heeft? Nou ja, kijk, het schijnt, ik ken de mannen uiteraard niet. Maar het schijnt wel een man te zijn die echt van sport houdt. Ook van voetbal, want ADO is een van de 3-4 clubs waar hij aandeelhouder dan wel eigenaar van is. En het schijnt ook zo te zijn dat hij zich voor langere tijd aan de club wil verbinden. En ja, dan vraag je af, wat is zijn belang dan? Nou, het idee is bij dat soort mensen dat de club in waarde vermeerdert, zodra die club in de eredivisie speelt. En dan kan hij misschien voor een hoog bedrag doorverkopen. Of hij hoopt dat gezien de ontwikkeling op de transfermarkt, dat er een paar enorme transfers worden gerealiseerd. En dat is voor hem natuurlijk ook een aantrekkelijk verdienmodel. Ja, even weer terug naar de FC, Stefan. Er zijn 2 weken rust geweest, interlandperiode. Wie van de FC hebben nou interlands
gespeeld of zijn meegegaan? Nou, dat zijn er eigenlijk twee. Tijmen Blokzijl, die heeft 90 minuten meegedaan met het Oranje onder 19 elftal. Speelde een oefenwedstrijd tegen Italië. De oefenwedstrijd werd met 2-0 gewonnen. Maar nou ja, Blokzijl, zoals eigenlijk al het hele seizoen, zit op de bank. En daarnaast Leandro Bakuna. Die kreeg in de tweede wedstrijd die hij speelde met Curaçao een rode kaart. Beklaagde zich gisteren ook nog wat over de voetbalbond van Curaçao. Dat het allemaal toch wel wat amateuristisch geregeld is. Dat ze pas een week van tevoren bijvoorbeeld wisten dat Dean Goré de interim coach zou worden. Nou, nu hoor je geluiden dat Dick Advocaat dan weer Dean Goré gaat vervangen. Maar dat zijn eigenlijk de twee jongens die voor FC Groningen dus in actie zijn gekomen. Ja, Wim, is dat een slecht iets, zo'n interlandbreken nu al zo vroeg in het seizoen? Of nou, is het wel lekker? Het is niet ideaal voor jongens als Bakuna, die de hele wereld moet overreizen. Dus ik denk niet dat FC Groningen er erg rouwig om is dat hij een rode kaart heeft opgelopen. Al vertelde hij zelf dat het hem maar één wedstrijd schorsing oplevert. Maar hij zal in ieder geval de eerste wedstrijd niet spelen. Nee, en voor Lukin is het dan een extra weekje. Ja, zou je het bijna zien als een extra week voorbereiding. Ja, even de tijd kunnen nemen. Ja, voor FC Groningen wel. Als je een club als Ajax neemt, die had maar vier spelers op de training. Voor Groningen was het de ideale week om nog wat aan de fine-tuning te gaan werken. Ja, oefenwedstrijd tegen Heerenveen. Wat kwam daar nou uit? Wat hebben ze daar geprobeerd? Nou, ik heb die wedstrijd zelf niet gezien. Stefan, die was wel getuige. Ze hebben eigenlijk, wat ik begrepen heb, gewoon voortgeborduurd op de spelopvatting en de afspraken die ze hebben. En ik heb wel dik gehoord dat hij heel tevreden was over de ontwikkeling daarvan. Oké, straks gaan we door met de voorbeschouwing. Laten we eerst maar eens even naar George Ezra gaan. Die zingt over het groene gras, wat natuurlijk ook in de Euroborg ligt. En dat ligt er zeker ook in de Euroborg, waar straks om 8:00 wordt afgetrapt voor de wedstrijd FC Groningen tegen ADO Den Haag. Analist Wim Maske nog steeds in het stadion. Wim, laten we de linies eens even bijpakken. En vooral de achterste linie met Meta, Peersman, Balker en toch ook weer Rente op die backpositie. Ja. Die Rente, daar was de vorige keer toch wel het een en ander over te zeggen. Of het nou de ideale rechtsback is. Wat vind je ervan? Nou, hij heeft de eerste 3 jaar bij Heracles vooral centrale verdediger gespeeld. Ik denk dat hij ook de beste centrale verdediger is. Maar ik denk dat hij tegelijkertijd ook de beste rechtsback is. Dus, en aangezien de bezetting achterin met Peersman als linkspoot en Balker als rechtspoot toch wel de voorkeur heeft van Lukien, is dit misschien wel de beste oplossing voorlopig. Ja, die Peersman achterin, er wordt wel van gezegd, ja, hij brengt stabiliteit. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat ben ik wel met de mensen die dat zeggen eens. Het is een jongen die heeft een iets wat merkwaardig loopje, maar het belet hem niet om redelijk snel vooruit te komen. En daar gaat het uiteindelijk om. Hij is inderdaad heel rustig aan de bal, doet geen gekke dingen. En daar heb je achterin ook behoefte aan stabiliteit. En Mette achterin, ja. Links achterin. Zo'n speler waarvan iedereen op een gegeven moment vorig jaar toch zei van nou, weg met die jongen, wat doet hij hier nog? En nu staat hij er toch wel weer. Ja, en hij krijgt gelijk weer een tegenstander waar hij het vorig jaar heel moeilijk tegen had, zoals ik al eerder zei. Dus dat wordt voor hem wel een aardige testcase. Aanvallend deed hij trouwens zo slecht nog niet, want er was een statistiekje waaruit bleek dat hij van alle eredivisiebacks in de top 5 stond bij het aantal gecreëerde kansen. Dus in aanvallend opzicht heeft hij zich vorig seizoen dus wel degelijk laten zien. Alleen, een verdediger moet vooral goed kunnen verdedigen. En dat heeft hij tot nog toe op eredivisieniveau in ieder geval niet laten zien. Nee, maar is dat ook wel tekenend eigenlijk voor de veranderende rol die FC Groningen dit seizoen moet hebben? Een meer aanvallende ploeg, waardoor zo'n Merten niet minder hard wordt afgerekend op zijn verdedigende kwaliteit. Ja, hij krijgt ook mindere tegenstanders. Ja, vandaag heeft hij dan wel een speler van eredivisieniveau, want je zou denken misschien van Michem. Van Michem maakte vorig jaar 8 goals. Hij had ook nog 6 assists achter zijn naam. Hij is echt een geslepen voetballer, nog altijd snel. Linkerbeen, dus hij zal over het zwakke rechterbeen van Merten gaan. Dat is best wel een interessant duel wat we vandaag gaan zien. Ja, dan het middenveld ervoor.
Hoven en Bakuna. Ja. Nou, dat klinkt als een brok ervaring. In ieder geval bij Bakuna. Ja. Hoe is het met Hoven? Nou ja, Hoven heeft de uitstraling van een ervaren speler. Maar hij is nog maar net 23 geworden. Ik verwacht dat de rolverdeling is dat Bakuna vooral voor de verdediging opereert. En dat Hoven af en toe meeschuift. Dat is ook een speler die in het verleden in Noorwegen heeft bewezen te kunnen scoren. In zijn laatste seizoen 11 keer. En ook vorig jaar in dat halve jaar bij Groningen. Het was weliswaar niet veel, maar heeft hij ook nog 2 keer gescoord. En niet te vergeten, dit seizoen was meteen al raak in de eerste wedstrijd. Ja, de enige wedstrijd waarin hij ontbrak, verloor Groningen. Ja, het ging snel in zoverre. En je zei al, Bakuna iets meer voor de verdediging. Ja. Ik moet altijd een beetje denken aan Matosiwa. Die liet zich ook altijd heel veel terugzakken. Ja. Zelfde rol? Ja, zelfde rol. Wel een iets ander type speler. Maar ik vind dat Bakuna niet meer te vergelijken is met een speler die 10 jaar geleden vertrok. Hij is echt veel rustiger geworden aan de bal. Toen was hij nog een druistige speler. Een talent. Een jongen met potentie, zoals we dat tegenwoordig noemen. En nu is het een speler die meer verleden heeft dan toekomst. Hij zal nog een paar jaartjes kunnen voetballen. Maar we zagen in Os, dat viel ons wel op, een moment dat hij even moest sprinten. En toen was hij toch nog wel verraderlijk snel. Ja, dan op rechts daarvoor, Valente. Ja. Heb je het idee dat hij het nu ook echt een keer moet gaan laten zien? Zou het een van zijn laatste kansen zijn? Het is wachten op het doelpunt van Luciano. Ik vind hem aan de bal heel sterk. Ik vond hem tegen Top Os, met name in de eerste helft, heel gevaarlijk. Hij kwam tot 3 schotpogingen. Alleen, wat ik al zei, het is wachten op dat eerste doelpunt wat nog maar niet wil vallen. Maar dat moet hij echt wel gaan doen, want Groningen heeft wel doelpunten nodig. Ja, maar hij heeft het dus ook nodig. Of staat er iemand hij heeft gelijk het zelf achter? Ook nodig. Nou ja, je hebt voor zijn positie heb je optie Irandust. Tijdens het perspraatje zei Dick Lukien ook dat misschien Jorg Schreuders een keer op die positie kan worden uitgetest. Dat is een uitstekende dribbelaar. Emmeran nog? Je hebt Emmeran nog. Je zou zelfs Abraham aan de rechterkant kunnen zetten, want uiteindelijk is hij een rechtspoot. Dus ja, je hebt opties genoeg. Ja, en in ieder geval, Lukien is dat is een beste party daar bij jou trouwens. Hè? Sorry, hier zwelt het geluid aan. En jij bent even overstemd. Dat bedoel ik, ja. Het gaat er daar flink aan toe in de Euroborg. Ja. Maar ik had het even over Abraham. En, ja. Daar heeft Lukien toch vertrouwen in. Ja, ze hebben kennelijk, of het is dat hij dat uit om de jongen vertrouwen te geven. Of ze hebben dingen van hem gezien op de training. Nou, dat zien wij ook af en toe wel eens. Dat je denkt van, nou, hij is toch wel heel behendig. En af en toe zie je ook wel dat hij ook gecontroleerd kan schieten. In wedstrijden hebben we vooral gezien dat hij probeert de ballen op de aandacht te vragen voor de reclame op de tweede ring. Maar hij moet zorgen dat zijn schot gecontroleerder wordt. En dan gaat hij waarschijnlijk ook wel scoren. Zie jij bij dit FC dat Lukien zijn hand steeds duidelijker zichtbaar wordt? Nou, het is wel heel duidelijk wat hij wil. Het is nog niet precies dat wat hij voor ogen heeft. Maar je ziet wel patronen steeds meer terugkeren. En het helpt ook wel dat zijn selectie wat kleiner is geworden. Hij komt niet meer in de verleiding om met Soeslof te gaan schuiven. Of dat Mangoen te laten invallen. En dat is sowieso voor elke spelersgroep belangrijk. Dat een trainer niet te veel keuzes heeft. Nee, daar haalt de speler dus vertrouwen uit. Ja, zeker. Zeker. Wij gaan zomaar even weer terug naar de Euroborg. Normaal hebben we eigenlijk altijd Free Westerhof. Maar die is potverdorie uit ons systeem verdwenen. Dus gaan we het gewoon met een andere plaat doen. De Specials, die hebben ook een mooi nummer. En die van Free, die komt echt nog wel weer een keer terug. Maar gaan we nu gewoon de oude klassieken erbij pakken. Laat ons weer eens juichen, de FC. Ja, die Free Westerhof die komt vanzelf wel een keer weer terug. Hoor. Sorry Free, als je luistert. Het komt echt goed. Aan jou ligt het niet vanavond. Ik heb wel een producer naast mij die toch weer een beetje terug is. Hoi Daphne. Hallo. Hallo. Ja, jij loopt voor het eerst mee bij FC Groningen Live. Ja, en voor die tijd hadden we het er al even over. Ik zeg, ben je nou echt een voetbalfan? En jij zegt, ja, eigenlijk sinds kort weer. Ja, klopt. Want? Ja, door het vrouwen-WK. Ja. Ja. Dat heeft toch wat gedaan blijkbaar. Ja, ja, zeker. Ik heb het echt op de voet gevolgd. En ik probeer het nu nog steeds een beetje te volgen. Maar je voetbalde zelf vroeger wel, toch? Ja, klopt. Ook in Sauwerd. Boven Groningen. En wat was je? Ik was spits. Spits. Ja. Echte goaltjesdief. Ja. Ja, goed. Nou, mooi dat je erbij bent. Jij houdt voor ons ook in de gaten wat er op de andere velden gebeurt. Want er wordt veel gevoetbald vanavond. Ja, klopt. Hoeveel wedstrijden zijn er wel niet, joh? Oh, dan moet ik even tellen, hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 9? 9 wedstrijden. Ja, morgen nog 1. Ja. Ja, ja. Nee, zondag nog 1. Zondag nog eentje. Ja. Laten we de eerste 3 er eens even bij pakken. Wat er gespeeld?
FC Dordrecht tegen Jong FC Utrecht. Dan FC Groningen tegen ADO Den Haag. Roda JC tegen Telstar. Ja, Roda wel belangrijke tegenstander voor de FC. Pakte al veel punten in het begin van deze competitie. En in wat dat betreft de koploper ook met 12 punten op dit moment. Dus dat is belangrijk om in de gaten te houden hoe zij het doen. Andere wedstrijden nog? FC Den Bosch tegen MVV Maastricht. VVV Venlo tegen NAC. Helmond Sport tegen Topos. Ja, NAC Breda, daar is de trainer deze week ontslagen. Dybala, voor de tweede keer al. Hij werd al eens een keer eerder ontslagen. En als je die verhalen een beetje hoort wat daar allemaal weer gebeurd is. Onder andere dat hij bepaalde spelers bijnamen gaf. Heel bijzonder. Maar NAC dus vandaag zonder Dybala op de bank. En de laatste drie wedstrijden hebben alles met jong ploegen te maken. Ja, Jong Ajax tegen FC Emmen. Jong PSV tegen de Graafschap, Jong AZ tegen FC Eindhoven. Ja, dus Jong PSV aanstaande maandag voor Groningen de tegenstander. En die spelen tegen de Graafschap. Goed in de gaten te houden. Emmen gaat dus op bezoek bij Ajax. En morgen nog één potje dan, hè? Nee, zondag dus. Zondag, sorry. Ja, Cambuur tegen Willem II. Ja, ook twee bekende namen wat dat betreft. We gaan straks naar de Euroborg. Hou ons een beetje op de hoogte, Daphne. Is goed, koud in de gaten. Wat er allemaal aan doelpunten is. Er is vanavond natuurlijk weer een schakelprogramma op ESPN. Dat betekent dat wij de hele wedstrijd er live bij zijn. Maar we houden ook in de gaten dat er een minuut stilte is. Toch de realiteit. De aardbevingen in Marokko. En we hebben ook enorme overstromingen gehad deze week. En daarom wordt er een minuut stilte in acht gehouden. Daphne, jij houdt even in de gaten hoe het in het stadion is. Want we willen niet te vroeg naar de wedstrijd gaan als er een minuut stilte aan de hand is. Straks dus FC Groningen tegen ADO. En we melden ons weer op het moment dat de wedstrijd daadwerkelijk begonnen is. Er was net een minuut stilte dus in de Euroborg. Die is inmiddels afgelopen. Stefan Bleker en Emiel Venema voor de eerste 45 minuten voetbal. We zijn inmiddels 19 seconden onderweg in de Euroborg. 19 seconden geleden dus dat scheidsrechter Serdar Gözbüyük voor de eerste keer floot voor deze wedstrijd tussen FC Groningen en ADO Den Haag. Nummer 7 FC Groningen. 4 gespeeld, 7 punten. Tegen nummer 9 ADO Den Haag. Ook 4 gespeeld en 7 punten. Wat dat betreft staat het helemaal gelijk. Eerste overtreding van de wedstrijd gemaakt door ADO Den Haag. En wordt dat dan direct een gele kaart of niet? Ik denk dat het nee wordt. Isaac Mert is in ieder geval het slachtoffer. De linksback van FC Groningen zit nog even op de grond. Maar wordt dan ook overeind geholpen. Door volgens mij Surmeli, een van de middenvelders van ADO Den Haag. En hij kan gewoon weer verder. Isaac Merten, balbezit voor FC Groningen. Bal van Peersman naar Radinho Balker. En dan weer terug naar Peersman. Eens kijken of die hem weer bij Balker krijgt, inderdaad. En zo laat Groningen in die openingsfase de bal rustig een beetje rondgaan. Met nu een goede paas van Marco Rente naar Valente. En dat levert bijna een kans op. Is die bal niet over de achterlijn geweest. De aanname van Valente uiteindelijk net niet goed. Was ook lastig met twee spelers van ADO in de nek. Waardoor uiteindelijk Wentjes de bal in de handen kon pakken. De doelman dus van ADO Den Haag kreeg tot dusver 5 doelpunten om de oren. En dat zijn 3 meer dan Michael Verrips, die slechts 2 keer hoefde te vissen. Terwijl ADO er nu voor de eerste keer probeerde uit te komen, is dat gevaar snel onschadelijk gemaakt. En levert het Groningen zelfs een ingooi op. Ja, bijna het eerste balbezit voor Emeran. Opvallend, hij is aan de rechterkant begonnen. De verwachting was dat hij op links zou beginnen, maar we zien hem aan de rechterkant. Paulus Abraham speelt op links en centraal voorin staat dan Kevin van Veen. En daarachter speelt dan de nummer, even kijken, spelen jongen met volgens mij, even kijken wie is dat? Dat Valente. Is dan Valente. Terwijl het balbezit nu is voor Groningen, net op de hoogte van de middenlijn. Met Marco Rente die de bal breed speelt naar Balker, die op zijn beurt de bal speelt naar Peersman. En zo probeert Groningen ruimte te vinden. Met name ook natuurlijk in de verdediging van ADO Den Haag. Kevin van Veen even teruggezakt met tegenstander in de rug.
houdt het balbezit. Probeert er dan wel bal mee te geven aan Paulus Abraham. En dat is dan doorzien door de rechtsback van ADO Den Haag. In dit geval Jay. Luisterend. Justin Jay, jongen uit Amerika. De bal ging over de zijlijn. Ingooien was van FC Groningen. Groningen weer op de helft van ADO nu. Aan de rechterkant met een paas van Marco Rente richting Meta. Goed aangenomen, komt goed, gaat goed langs tegenstander. Probeert dan al terug te leggen via Wenstrus. En een verdediger van ADO Den Haag gaat de bal over de achterlijn. Eerst een gevaarlijke moment van FC Groningen. Goed doorzetten van Meta. Uiteindelijk de eerste hoekschop aan de linkerkant voor FC Groningen. Het was een prima mogelijkheid voor FC Groningen. Die bal leek er in tweede instantie nog zomaar in te kunnen. Maar het was Paulus Abraham die uiteindelijk net niet genoeg kracht achter die bal kon zetten. Hoekschop nu dus voor FC Groningen. Werd in het verleden vaak door Soeslof geschoten. Nu is het Leandro Bacuna, de aanvoerder, die achter de bal staat. Indraaien. De hoekschop gaat het worden vanaf de linkerkant. De scheidsrechter zegt nog even tegen iedereen: handjes thuis, gedraag je, want anders dan moet hij gaan fluiten. En nu dan een fluitsignaal van Geuzebue ook aanloop. Voorzet Bacuna indraaiend. En die bal die moet voor de keeper zijn. Had hij klem moeten hebben, doet hij niet, bokst hem weg. Daardoor het balbezit voor Groningen. Schot van Lente van buiten de 16 wordt gekraakt in het strafschopgebied. Dan kan ADO er wellicht uitkomen. Is het uitkijken voor Groningen van Michem. Met de bal aan de voet aan de rechterkant. En dan is het aan Groningen zijde Bacuna die razendsnel terug is en verdedigt. Daardoor de tegenaanval van ADO een halt toegeroepen. En moet ADO genoegen nemen met een ingooi. Dat geeft de spelers van Groningen tijd om weer op te gaan stellen en rustig terug te lopen. Balbezit van ADO nu aan de rechterkant van het veld. Dan komt daar een voorzet van Tje, de rechtsback dus van ADO. Alleen die voorzet belandt dan in het 16 meter gebied. En daar staan alleen maar groen-witte. En dat levert voor ADO dan geen gevaar op. Balbezit weer voor FC Groningen. Aan de linkerkant van het veld via Peersman. Bal in de dekking aangespeeld. Het balbezit blijft voor FC Groningen. Bijna was dat bal verlies. En dan gaat de bal via de nummer 14 van ADO Den Haag. Dat is goed op het lijstje kijken. Kudusu gaat de bal over de zijlijn. Een ingooi voor FC Groningen. Halfweg de helft van ADO Den Haag aan de rechterkant van het veld. De ingooi wordt genomen door Marco Rente. Terwijl er aanwijzingen zijn aan de kant van ADO Den Haag van de bank. De rijen Kalesic, de coach van ADO Den Haag. Wijzend naar zijn spelers. De ingooi genomen door Rente. De bal centraal op het middenveld voor Peersman. Bal naar Meta. Meta even terug naar Peersman. Controle bij FC Groningen. Even temporiseren. Bal achterlangs gespeeld bij Rente. Die de bal dan met het hoofd moet inleveren. Balverlies even voor Groningen. Maar dan snel weer de balbezit voor Emeran. Maakt snelheid. Geeft de bal goed mee. Bacuna die krijgt hem dan net niet onder controle. De bal was net iets te scherp. En dan de snelle uitbraak mogelijk voor ADO Den Haag via Veerman. Veerman die de bal probeert mee te geven aan een van de spelers van ADO. Dat is Tje, de rechtsback. Maar goed verdedigd door Meta. Meta in veldduel met Tje. Tje komt er als winnaar uit. Stuit dan op Peersman. Geen overtreding in het strafschopgebied. Geuzebue laat doorspelen. En dus de aanval voor FC Groningen via Bacuna. Valente probeert zich vrij te draaien, vindt de vrije man centraal op het middenveld. Dat is Johan Hoven. Hoven even controle, even goed meegegeven aan Valente die de bal in één keer probeert door te spelen. Nee, Meran in tweede instantie komt hij in balbezit. Maar daar zit dan de verdediger van ADO Den Haag tussen. Wenstrus werkt de bal. Uiteindelijk een ingooi van FC Groningen, halfweg de helft van ADO. Zo is die keeper van ADO toch al twee keer niet helemaal lekker uit de verf gekomen. Wat onzeker is, een hoge bal die hij kan vangen. Maar dan ineens wegbokst en nu een terugspeelbal die hij best wel beheerst zou kunnen wegschieten. Maar dan gaat het allemaal weer veel te moeilijk. En daardoor kan Groningen dus het balbezit houden. Nu de bal door ADO over de zijlijn gekopt. Door Kudusu, de linksback, kan Groningen gooien via Emeran. Eventjes teruggespeeld naar Rente, die als rechtsback speelt vandaag. Begon dit seizoen nog als centrale verdediger. Stond Liam van Gelderen aan die rechterkant. Maar van Gelderen doet nog altijd met het onder 21 team mee. Werd samen met Soeslof verbannen, omdat ze zich niet aan de afspraken hielden. En dan zal je altijd zien, dan vreet je wat uit met z'n tweeën. En dan gaat een van die twee naar Italië en dan blijf je hier in je eentje over. Dat is knap lullig. Nu dan diepe bal op Van Veen. Kan die dan gevaarlijk worden of niet? Nee, net niet. Zag er wel gevaarlijk uit. Prima verdedigd uiteindelijk door Assante. Dat is een van die drie centrale verdedigers van ADO. Samen dus met Van Hintem en Waam.
Daan is Assante, de derde centrale verdediger. Van Hintem speelde bij Groningen ook regelmatig centraal achterin. Helemaal nadat hij het als linksback vaak niet echt meer kon belopen, werd hij door Danny Buijs regelmatig als centrale verdediger, linker centrale verdediger gebruikt. En dat deed hij vaak toch wel naar behoren. Doeltrap van ADO inmiddels genomen en de bal is alweer via het middenveld van Groningen helemaal teruggegaan naar de keeper van ADO. En dan mogen ze het nog eens proberen. 9 minuten onderweg, stand tussen Groningen en ADO nog altijd 0-0. Met één gevaarlijk moment geweest voor het doel van ADO Den Haag. Nu dan ADO even gevaarlijk en de bal moet dan over de zijlijn worden gewerkt door Radio Balker. Ja, ADO nog niet veel voor het doel geweest van FC Groningen. Michael Verrips heeft nog niet veel, eigenlijk helemaal niks te doen gehad. Eén gevaarlijk moment zagen we dus in de beginfase voor het doel van ADO Den Haag. Goed doorzetten van Meta. Uiteindelijk was het bijna Abraham die wist te scoren. En FC Groningen hield er een hoekschop aan over. Nu een ingooi aan de linkerkant. Nee, een hoekschop. De eerste hoekschop aan de linkerkant voor ADO Den Haag. Genomen door Daryl van Michum. Wist vorig seizoen in het shirt van Volendam nog te scoren tegen FC Groningen. En nu dus de hoekschop van Michum. Bal weggekopt. Balbezit blijft voor ADO Den Haag. Via Kudusu gaat de bal naar Van Hintem. Brengt hem voor zijn linkervoet. Subtiel ingespeeld. En dan teruggekopt de bal op Verrips. Dat was uiteindelijk de bedoeling. Maar er is gevlacht voor buitenspel. Geuze Bouyouk zag zijn assistent de vlag omhoog doen. Betekent dus de vrije trap voor FC Groningen snel genomen. Marvin Peersman geeft de bal mee aan Johan Hoven. Nog op de helft van FC Groningen. Balletje breed naar Bakuna. Bakuna speelt hem dan door naar de rechterkant. Naar Marco Rente die dan heel knullig de bal over zijn voet laat lopen. En dat is dan een beetje duur balverlies. Even gebrek aan scherpte denk ik aan de kant van Marco Rente. Een invoer genomen door ADO Den Haag. Bal gaat terug naar Wendges. We zagen hem 2 keer een terugspelbal krijgen. En daar was hij wat onzeker. Maar nu heeft hij geen speler van Groningen in de buurt. En dus kan hij de bal rustig meegeven aan Assante. Assante speelde hem breed naar Warm. Die speelde weer terug naar Wendges. Ja, even controle, even rust bij ADO Den Haag. 10 minuten gespeeld. Stand hier in Euroborg 0-0. Ja, het wacht is een beetje op echte kansen. Zowel van Groningen als van ADO. Mensen hier natuurlijk zien liever mogelijkheden voor FC Groningen. We zagen in de beginfase, nou ja, kans slash mogelijkheid voor Abraham vlak voor de goal. Dat leverde uiteindelijk een hoekschop op. ADO kwam niet verder dan een hoekschop. Ik denk dat Verrips nog in één keer die bal aan heeft geraakt. Ja, wellicht tijdens de warming-up bij het inschieten. Maar het is ook wel lekker voor een keeper natuurlijk dat je de wedstrijdbal een keer mag aanraken. Zal ongetwijfeld nog gaan gebeuren. Diepe bal nu op Bakuna. Als hij hem aan kan nemen is dan een levensgrote kans. Bakuna maar. Goed verdedigd door Bart van Hintem. En ik denk ook dat er voor buitenspel wordt gevlacht voor Leandro Bakuna. Prachtige bal vanuit het middenveld. Bakuna die diep ging en ineens opdook achter de verdedigers van ADO. En uiteindelijk, nee, het is geen buitenspel. Dan had Bakuna hier, als die aanname goed was geweest, toch wel meer mee kunnen doen. En zo dringt Groningen zo langzamerhand toch wel ietsje meer aan. Groningen sowieso de betere ploeg. En ADO, ja, die gaan een beetje doen wat Willem II ook deed. Verdedigen en hopen op uitbraken. Dat was ook een beetje de verwachting van Lukien. En ADO heeft wat dat betreft spelers die in die tegenstoot gevaarlijk kunnen worden. Helemaal met Van Michum. Emiel zei je net al, vorig jaar was hij hier nog trefzeker namens Volendam. Toen een belangrijke speler, ook wel voor Volendam. Maar toch de overstap gemaakt dus naar ADO Den Haag. Een niveautje lager. Dan zou je moeten zeggen dat je nog meer kan laten zien. En het zou mij niet verbazen als Van Michum het ook gaat laten zien dit seizoen. Keeper nu van ADO, de onzekere Wendjes. Met de bal naar voren geschoten. Makkelijk te pakken voor Peersman. Die dus sinds enkele weken als centrale verdediger fungeert. Begon nog als linksback, maar toen was Merten nog geblesseerd. Nadat Merten weer fit was, Peersman naar het centrum van de verdediging gegaan. Balker een plekje naar rechts opgeschoven. En Rente dus ook een plekje naar rechts opgeschoven.
En dat is toch wel een formatie die nu al enkele weken staat. Balbezit voor Bakuna naar Van Veen. Die kan hem in bezit houden. Mooie actie van Veen. Zo, hocus pocus Kevin Van Veen. De voorzet dan wat minder. En dan het schot. Oei, 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 oei. Hoven. Nou, dat scheelt heel weinig. Groningen nog altijd in de aanval. Maar nu is de aanval voorbij. Het balbezit blijft wel voor Groningen. Rente naar Van Veen. Die helemaal aan de rechterkant staat. Paas hem door naar Rente. 16 meter gebied in. En dan de aanname net niet goed. Waardoor de bal weggewerkt kan worden door de verdediging van ADO. Een heerlijke actie van Kevin Van Veen. Even de bal door de benen gespeeld van de tegenstander. Daarna dat schot van Hoven. Terwijl het gevaar weer van nu weer van FC Groningen komt. Meta probeert de bal voor te zetten. Misschien hem dan tegen zijn tegenstander aan. Tje. En houdt er dan een ingooi aan over. Maar we zeiden het al. Mooie actie van Kevin Van Veen. Poorten even zijn tegenstander. En Groningen zet nu dus ADO Den Haag onder druk. In de 14e minuut. Bal weer bij Meta. Probeert hem voor te zetten. Bal was laag. Kon geblokt worden door de verdediging van ADO Den Haag. Bal weggewerkt. En nu de bal even weer op de helft van FC Groningen. Bij Balker. Marco Rente nu ter hoogte van de middenlijn. Even kijken. Balletje gaat breed. Johan Hoven speelt hem in één keer door naar Luciano Valente. In de hoek aan de rechterkant. Op de helft van ADO Den Haag. Probeert het dan met de linkervoet. Over de achterlijn en dus een doeltrap voor ADO Den Haag. En dus even rust voor de keeper van ADO Den Haag, Hugo Wendges. Die daar ook alle tijd voor neemt om de doeltrap te gaan nemen. Want ja, FC Groningen was even gevaarlijk via Van Veen. En daarna die enorme pegel van Johan Hoven. Die vol op het lichaam kwam van het speler van ADO Den Haag. Als ik die bal tegen me aan had gehad, was ik waarschijnlijk meteen onderuit gegaan. Maar die speler bleef staan, dus dat is ook knap. ADO Den Haag probeert er dan met de lange bal weer uit te komen. Meteen is het balbezit weer voor FC Groningen. Wat dat betreft heeft FC Groningen de wedstrijd goed onder controle. ADO heeft moeite om op de helft van FC Groningen te komen. Misschien dat het nu lukt via Tje. Nee hoor, de bal gaat over de zijlijn. Mede dankzij goed verdedigen van Meta. Meta gaat dan zelf die ingooi nemen. Neemt er ook even de tijd voor. Kijken waar de vrije man is. Van Veen biedt zich aan. Hij komt inderdaad in balbezit en speelt hem dan even terug naar een van de verdedigers van FC Groningen. In dit geval is dat Peersman en die geeft hem mee aan Marco Rente. Zo blijft FC Groningen in balbezit en hebben ze de wedstrijd goed onder controle. 15 minuten ongeveer gespeeld. Stand nog altijd 0-0. Groningen duidelijk de betere ploeg. Groningen ook op zoek naar een doelpunt. Maar ja, nog altijd de brilstand dus op het scorebord. Gaan we ook even snel kijken naar tussenstanden in de eerste divisie. Roda is op voorsprong gekomen tegen Telstar. Roda dus de koploper momenteel in de keukenkampioendivisie. En ook in Venlo is gescoord. Twee keer zelfs. VVV met 2-0 voor tegen NAC. Terwijl Groningen nu uitkomt, wilde ik zeggen. Alleen de aanname van Kevin Van Veen is niet goed. Daarna een overtreding gemaakt op Jort van der Zanden. De nummer 10 van ADO Den Haag. En dat levert de bezoekers dus een vrije trap op. Veel memorabele wedstrijden zijn er gespeeld in het verleden. Tussen FC Groningen en ADO Den Haag. ADO de eerste club die won in de Euroborg. Groningen lang ongeslagen gebleven. Totdat ADO hier dus ooit met de punten vandoor ging. 4-2 werd het volgens mij destijds. Maar 5-2. Nou, zat ik er toch wel dichtbij. En Groningen ooit in de play-offs met 5-1 onderuit in Den Haag. Terwijl ADO er nu uitkomt. Veerman. En dan is het 1-0 voor ADO. Ja, zo kan het dus gaan. Henk Veerman die duikt ineens op voor Verrips. Een prima steekpaas van die rechtsback van ADO Tje. En dit is precies waar ze naar op zoek waren. ADO Den Haag. Eén keer eruit komen en scoren. Groningen speelt goed, is beter. Al twee keer dichtbij een doelpunt geweest. Maar ja, als die bal er dan niet ingaat, dan is het aan de andere kant bij de eerste de beste mogelijkheid wel raak. En dan is het Henk Veerman die dat doelpunt achter zijn naam krijgt. Stift die bal keurig achter Verrips. Die op die manier dus het derde doelpunt van dit seizoen om zijn oren krijgt. En dat betekent dat Groningen na 17 minuten in de achtervolging moet. En dat er in ieder geval twee doelpunten gemaakt moeten worden. Want Groningen moet winnen. Groningen moet eigenlijk elke wedstrijd winnen. Maar Groningen staat, zoals we dat vaak hebben meegemaakt de laatste tijd. Of in ieder geval het afgelopen jaar op achterstand. Doelpunt dus door Henk Veerman. En ADO op voorsprong. 1-0. Ja, Henk Veerman. Ik bedoel, ja, is het wel een zaak. Henk Veerman heeft natuurlijk de afgelopen jaren
Heerenveen. Dat seizoen nog laten zien dat het een prima spits is. Dat hij levensgevaarlijk kan zijn. En als je hem even ruimte geeft, dan weet hij daar heel goed gebruik van te maken. Nou, dat laat hij hier dus zien. Met dat stiftje Verrips kansloos. En dus ADO Den Haag, de eerste de beste kans. Meteen het doelpunt. En daar schuilt dus ook het gevaar in bij de kant van ADO. Want met Van Wiegem en Van der Zanden hebben ze, en Veerman, hebben ze drie goede spelers. Ook die Van der Zanden speelde vorig seizoen nog bij NAC. Deed daar goede dingen. Alleen de nieuwe trainer, dat was Hiballa. Die zag het niet zo zitten in Van der Zanden. Van der Zanden ging weg. En inmiddels is Hiballa ook ontslagen. Dus dingen kunnen heel snel lopen. Balbezit nu voor ADO Den Haag op de helft. Wel druk van Valente, maar ADO Den Haag komt er goed uit. Waamp gaat de bal nu spelen richting Van Wiegem. Die probeert de bal door te koppen. Maar bereikt dan niet zijn medespeler, maar de tegenstander, in dit geval Metta. En dus gaat FC Groningen weer bouwen aan een aanval. Metta krijgt de bal mee van Hoven. Nu aan de linkerkant, halfweg de helft van ADO Den Haag. Met de actie van Abraham. Komt niet langs de tegenstander en dus gaat de bal even terug naar Peersman. Geeft de bal een goede paas richting Metta. Die geeft hem dan mee aan Abraham. Gaat het strafschopgebied in. Maar wordt dan uiteindelijk uitverdedigd door Bart van Hintem. Ook dat gevaarlijke moment dus goed doorzien door de ervaren Bart van Hintem. De oudspeler van FC Groningen. Nu een hele snelle uitbraak weer voor ADO Den Haag. Daar is Van der Zanden. Die de bal dan probeert te stiften over Verrips. De bal gaat ongeveer een half metertje over het doel. En dan fluit Geuze Bouyouk. Waarschijnlijk, ik weet niet wat er aan de hand was. Maar dat was gewoon een doeltrap. Dat was gewoon een doeltrap, oké. Ik dacht even dat ik het fluitje hoorde. Er was dus niks aan de hand. Maar wel weer een gevaarlijk moment voor het doel van FC Groningen. Voor het doel van Verrips. Van der Zanden, die zo in één keer opdook. Maar ongeveer een meter over het doel plaatste van die doelman van FC Groningen. Michael Verrips. Het is toch eigenlijk ongelooflijk dat Groningen hier misschien wel op 2-0 achterstand had moeten staan. Levensgrote kans inderdaad voor Van der Zanden. Die de bal keurig krijgt aangespeeld. Wordt dan over de verdedigers gewipt. En dan komt Van der Zanden dus ineens 1-1 met Verrips. Verrips komt zijn goal uit. Daardoor besluit de middenvelder de bal over Verrips te stiften. Alleen dat lukt niet. En hij gaat dus uiteindelijk op het dak van de goal, die bal. Maar Groningen moet nu wel gewaarschuwd zijn, hoor. Dit is wel de Achilleshiel van het elftal. Dat het moeizaam om kan gaan met tegenaanvallen van de tegenpartij. Die dan voornamelijk rap eruit komen. Dan is het altijd uitkijken geblazen. Nu ook alweer bewezen. Bijna 20 minuten gespeeld. Stand 1-0 dus voor ADO. Groningen mag gaan gooien aan de rechterkant van het veld. Marco Rente doet dat. Gooit hem dan richting de 16 meter. Daar staat Abraham. Twee spelers van ADO die sterker zijn. En ja, dat is toch wel iets wat vaak gebeurt. Ga je een duel aan met Abraham, dan weet je eigenlijk bijna zeker dat je dat duel wint. En hij moet toch nu wel een keer gaan presteren, hoor. Paulus Abraham werd binnengehaald als enorm groot talent. Iedereen weet natuurlijk dat hij 2 miljoen euro heeft gekost. En de verwachtingen omtrent zijn persoon waren hoog. Hij heeft veel pech gehad met blessures. Maar nu toch al wel weer geruime tijd fit. Maar laat eigenlijk vrij weinig zien. In Amsterdam trouwens ook gescoord. Jong Ajax op voorsprong gekomen tegen FC Emmen. Emmen weet nu ook wat het is om achter te staan tegen een jong ploeg. Wat Groningen natuurlijk ook al heeft meegemaakt tegen Jong Utrecht. Wel bijna een doelpunt voor Emmen. Dat zien wij hier op het scherm. Alleen de spits schiet de bal tegen de doelman van Ajax aan. Hier gebeurt even wat minder in de Euroborg. Het spel ligt even stil. Wacht eens tot ADO de ingooi heeft genomen. Kudusu gaat dat zo doen aan de linkerkant van het veld. Gooit hem naar Veerman. Veerman wil even laten zien hoe hard hij kan schieten. Nou, best hard. Eenmaal naar de andere kant van het veld. Dan is het Abraham weer die het duel verliest. Dit keer van Tje. Waardoor ADO verder met het balbezit kan. Kies ervoor om de bal even in de ploeg te houden. Nu aan de rechterkant van het veld. Tje dan naar Vegan Christensen. Zo'n mooie dubbele achternaam. Is iets wat je vaak ziet bij spelers uit Scandinavië. Dan is de eerste gedeelte van de achternaam de officiële achternaam van de moeder. Tweede van de vader. En dat wordt dan gecombineerd. En dan krijg je dus Vegan Christensen. Deense middenvelder van ADO Den Haag. Balbezit nu overgenomen door Groningen. En het is Leandro Bacuna die de bal bij Valente krijgt.
Ja, bijna halfweg de eerste helft. 22e minuut zijn we aanbeland. Het balbezit nu voor FC Groningen. Halfweg de eigen helft. Via Peersman. Balletje gaat weer breed naar Radinho Balker. Even rustig tempo aan de kant van FC Groningen. Even kijken welke aanval er gespeeld gaat worden. Rente probeert dan te pasen naar Van Veen. De aanname van Veen is goed genoeg. Kan hem meegeven aan Bakuna. Bakuna nu naar de rechterkant. Halfweg de helft van Aaron Den Haag naar Emmeran. Emmeran probeert zijn tegenstander te omspelen. Dat lukt aardig. Alleen uiteindelijk verliest hij het sprintduel van Kudusu. Die laat de bal over de achterlijn werken. En zo de doeltrap voor ADO Den Haag. Emmeran probeerde dus zijn tegenstander voorbij te komen. Lukte niet. Wat dat betreft hebben we van hem nog niet heel veel kunnen zien. De verwachtingen zijn natuurlijk best wel aardig. Zeker ook omdat hij goed begon. Onder andere de wedstrijd tegen Top Os. Waarin hij goed een tweede doelpunt van Van Veen voorbereidde. Scoorde in de oefenwedstrijd vorige week tegen Heerenveen. En ook op de trainingen heeft hij best wel aardige dingen laten zien. Maar in deze wedstrijd tot nu toe nog niet heel veel. Aan de andere kant, bij Abraham is wat dat betreft precies hetzelfde wat Stefan ook net zei. Dus ja, het gevaar van de zijkanten is nog niet heel erg veel aanwezig bij FC Groningen. Misschien dat het nu gaat gebeuren. Johan Hoven, net nog op de eigen helft van FC Groningen. Bal gaat nu naar de rechterkant, naar Balker. Marco Rente loopt dan mee. Balker kijkt even, gaat die bal naar Rente nemen. Hij blijft in balbezit, gaat even lopen. Geeft dan een hele goede bal richting Paulus Abraham, die er dan net niet bij komt. Dat was een prima voorzet. Komt nog een voorzet van Meta. En die bal gaat dan net niet tot hoekschop verwerkt worden. Dat kan ADO Den Haag voorkomen. Maar wat een uitstekende voorzet was dat. Wat een gevaarlijk moment. Maar Paulus Abraham kon er net met zijn tenen niet bij. Anders was het geheid een doelpunt geweest. Maar in dit geval dus niet. En dus nog steeds die 1-0 achterstand voor FC Groningen. De ingooi nu ter hoogte van het strafschopgebied. Ingooi genomen door Rente. De Emmeran heeft twee man om zich heen. Kan in balbezit blijven. Probeert er dan een hoekschop uit te halen. En dat lukt dan. Want via Kudusu gaat de bal over de achterlijn. En dus de hoekschop aan de rechterkant voor FC Groningen. Emmeran staat daarbij, maar ik denk toch dat het Bakuna gaat zijn die hem gaat nemen. Abraham had deze bal net wel mogen afmaken, hoor. En het blijft maar wachten toch op een mooi moment van Abraham, die slechts twee keer scoorde voor FC Groningen. Dat deed hij in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen FC Emmen, weet u nog, met Arjen Robben toen. Dat was zijn tweede goal en zijn eerste doelpunt was tegen Fortuna Sittard. Ismaas de hoekschop, kort genomen, teruggelegd, rand 16. Valente, Emmeran dan de voorzet en die wordt weggekopt door notabene Henk Veerman. De spits die maar even is gaan meeverdedigen. Maar nog altijd balbezit nu voor Groningen. Peersman, kan die hem voorzetten of niet? Nee, nog altijd het balbezit wordt op de huid gezeten door de middenvelder van ADO, Surmeli. En Surmeli maakt het Peersman dusdanig lastig dat die bal over de zijlijn gaat en dat het een ingooi is voor ADO Den Haag. Wegkans, wegmogelijkheid voor FC Groningen. Na precies 25 minuten nog altijd de achterstand dus voor de ploeg van Dick Lukien. Waar het vertrouwen juist weer gegroeid was na die goede wedstrijd tegen Top Os. 2-0 overwinning, verdedigend niet al te veel weggegeven. En aanvallend redelijk wat gecreëerd. Alleen nou wordt dat nu toch wel weer wat lastiger. Groningen begon uitstekend, kreeg een paar goede mogelijkheden, maar toch de voorsprong dus voor ADO. De bezoekers die bij de eerste de beste mogelijkheid direct toeschingen slaan via Henk Veerman. Daarna nog een grote kans voor ADO. Jort van der Sande had Groningen het geluk dat van der Sande het vizier niet helemaal op scherp had staan en de bal over Verrips stifte. Groningen toch ook wel wat momenten voor de goal gehad, waarvan de grootste kans dus enkele minuten geleden van Abraham. Maar net te laat kwam net niet bij de bal. Dus de voorsprong voor ADO Den Haag. Balbezit voor FC Groningen. Net over de middenlijn. Marco Rente slingert de Maris voor de goal. Wordt hij doorgekopt door Van Veen. Abraham meert dan in het 16 meter gebied. Legt hem even terug naar Hoven. Halverwege de helft van ADO nu. Balbezit voor Johan Hoven. Merten gaat naar binnen. Ja, die wordt op de huid gezeten. Moet terug. Terug naar Peersman. Peersman met de bal binnendoor naar Van Veen. Van Veen dan met de bal naar Rente aan de rechterkant van het veld. En dan is het Emmeran. Emmeran moeite met zijn directe tegenstander. Matige bal. Dan moet Rente eventjes hard terugsprinten. Maar krijgt de bal uiteindelijk bij Balker. Zo blijft Groningen wel in balbezit. Maar dicht bij de goal van ADO weten ze niet te komen.
gaat dat dan zo gebeuren. De ingooi halfweg de helft voor ADO Den Haag aan de rechterkant. Ingooi voor Marco Rente. Kevin van Veen, we zien hem veel. Hij vraagt veel om de bal. Is veel aanspeelbaar. Maar uiteindelijk de voorzet, die ontbreekt nog. Misschien dat het nu gaat komen. Kevin van Veen nu in het strafschopgebied. Met 1 tegen 1 tegen zijn tegenstander. Uiteindelijk komt hij er niet uit. Probeert die bal dan terug te leggen. Maar daar staat niemand behalve de keeper van ADO Den Haag, Wendges. En die pakt die bal op. Ja, daar was hij even weer, Kevin van Veen. Maar ja, goed. Een beetje vastgehouden, of niet? Hij werd wel een beetje vastgehouden. Ja. Dat leek het inderdaad wel op. Maar goed, hij bleef wel staan. Misschien had hij moeten liggen. Dan had hij misschien een strafschop gekregen van Geuze Bujuk. Nu dacht Geuze Bujuk, 2 kerels, 2 grote kerels. Zoek het maar lekker uit. En uiteindelijk was er maar 1 man die er als winnaar uitkwam. Dat was Wendges, de keeper van ADO Den Haag. Nu ook weer in het balbezit. Natuurlijk neemt ADO Den Haag nu even de tijd met die 1-0 voorsprong. Het doelpunt in de 16e minuut van Henk Veerman. Ja, dat is lekker voor ADO Den Haag. De ploeg wilde natuurlijk vooral gaan verdedigen. Terwijl Wendges nu bijna de bal over zijn voet laat lopen. En de bal in het doel leek te rollen. Maar net op tijd kon hij dat voorkomen. Ja, dan moet je natuurlijk niet heel erg nonchalant gaan worden als keeper van ADO Den Haag. Want voor je het weet gaat die bal over de achterlijn of over de doellijn. En dan staat het zomaar 1-1 op een hele knullige wijze. Kan hij zo bij Hans Klok meedoen in het circus, Emiel? Ja, dan verdwijnt hij ook meteen, ben ik bang. Ja. Nu een hele goede paas richting Paulus Abraham. Die probeert zijn tegenstander voorbij te komen. Dat lukt dan niet. Dan gaat de bal, wou ik zeggen, over de achterlijn. Maar ja, is die bal dan via Abraham over de achterlijn gegaan of het is buitenspel? In elk geval geeft Geuze Bujuk aan dat de bal in dit geval voor Wendges is, de keeper van ADO. Doeltrap. Nou, het is gewoon een doeltrap. Dus de bal ging via Abraham over de achterlijn. Het was even weer een gevaarlijk moment, maar niet meer dan een gevaarlijk moment. En dus is het nog steeds 0-1 voor ADO Den Haag. Ja, we gaan richting het half uur, nog anderhalve minuut. En weer zo'n moment dus van Paulus Abraham. Dan denk je, nou leuk, komt zijn tegenstander voorbij. Maar daar houdt het dan eigenlijk elke keer mee op. Deel 1 van de actie lukt. Deel 2, strand in schoonheid, zeg je dan. Maar daar is eigenlijk ook geen sprake van. Deel 2, strand. Terwijl het balbezit nu voor ADO is aan de rechterkant van het veld. Dan wordt die bal voorgezet. Veerman in het 16 meter gebied. En dan zat het uitkijken. Wordt ingegrepen nu door de verdediging van FC Groningen. Bal over de achterlijn gewerkt. Maar dit zijn wel momenten waar de verdediging van Groningen toch scherper moet zijn, hoor. Zo'n bal die dan even voorgezet wordt richting Veerman. En Veerman die daar bijna bij kan. De grote sterke Volendammer. Nu de bal dus via, ik denk, Peersman over de achterlijn. Levert dat ADO een hoekschop op. En dan is het uitkijken, want wederom staat Veerman daar. Niet de beste kopper, maar lang. Waam, de centrale verdediger, ook mee. Ook lang. Bal komt voor. 5 meter weggekopt door Balker. En Balker is ook lang. Dus dat scheelt dan wel dat daar zowel lange mensen van ADO als lange mensen van FC Groningen staan. Bal van Balker over de zijlijn gekopt. Dan mag ADO gaan gooien. En bij ADO hebben ze iemand die dat goed kan. Er werd nog wel eens voor gejuicht 2 seizoenen geleden toen deze man voor Groningen een ingooi gooide. Bart van Hintem. Want zijn ingooien, dat zijn halve hoekschoppen. Dan weet je waar die bal ongeveer verwacht kan worden. Hij gooit denk ik van een meter of 16 vanaf de achterlijn. Bal even droog maken, dan komt de aanloop. En dan wordt het inderdaad een halve hoekschop. Bal strak voor de goal. Prima hoor, die wordt dan gekopt nog door een speler van ADO ook. Maar die wordt dan wel gekopt over de achterlijn. Kan Groningen eruit komen nu? Wellicht wat snelheid met Rente. Abraham gaat diep, daar gaat die bal niet heen. Gaat naar de rechterkant, naar Valente. Valente met de bal aan de voet van de Zander tegenover zich. En dan even terug naar Bakuna. Zo blijft Groningen in balbezit en proberen ze de ruimte te vinden via Marvin Peersman. Die hem dan naar de linkerkant brengt richting Abraham. Kan die langs zijn tegenstander? Ja, bal verder gespeeld richting Hoven. En dan gaat de bal via een verdediger van ADO Den Haag over de achterlijn. Mag Groningen een hoekschop nemen. Het wordt alweer een keer tijd voor een kans. En het wordt eigenlijk nog meer tijd voor een doelpunt. Misschien dat dit dan zo'n moment is. Groningen scoorde tot nu toe dit seizoen 1 keer uit een hoekschop. Dat was het eerste doelpunt van het seizoen tegen Jong Ajax. Nu kort genomen. Bal bij Bakuna. Randje 16 meter. Speelt hij hem even terug naar Abraham. Emeran moet ik zeggen aan de linkerkant. Voorzet Emeran. Komt die bal voor en dan is het bijna Peersman. Hoven. Hij is het namens ADO
uiteindelijk Henk Veerman die verdedigt. Maar dat had hij net zo goed niet kunnen doen. Want het was buitenspel voor Johan Hoven. Vrije trap dus voor ADO Den Haag. En na 32 minuten nog altijd 0-1. Ja, nog steeds die 0 op het scorebord bij FC Groningen. Het wachten is op de eerste echte grote kans. We zagen natuurlijk wel wat gevaarlijke momenten. Onder andere bij Paulos Abraham. Als hij zijn been had uitgestoken, was het geheid een doelpunt geweest. Maar goed, dat verzuimde huid dus. En dus is het nog steeds 0-1. Het doelpunt van Henk Veerman in de 16e minuut. Balbezit nu voor ADO Den Haag. Droogte van de middenlijn. Waam. Balletje naar de rechterkant. Naar Asante. Asante nu meegeven aan Tje. Stond helemaal vrij, maar goed doorzien die paas door Abraham. De bal gaat wel over de zijlijn. En dus de ingooi op de helft van FC Groningen aan de rechterkant. ADO Den Haag snel genomen door Tje. Bal gaat terug naar Asante. Kan dan terugspelen naar Bart van Hintem. Van Hintem centraal spelend achterin bij ADO Den Haag. Bij FC Groningen was hij vaak aan de linkerkant als verdediger spelend. Heeft ook wel centraal gespeeld. Ik kan me een uitwedstrijd tegen Feyenoord herinneren waarin hij prima stond te verdedigen. Centraal achterin. En nou doet hij dat dus bij ADO Den Haag. ADO Den Haag nu aan de rechterkant. Met de uitbraak van Kudusu die goed langs de bal gaat. Gaat dan even naar binnen. Geeft de bal mee aan Van der Zand. Van der Zand, de bal gaat nu weer naar de linkerkant. Komt een hoge voorzet richting Veerman. Kan weggekopt worden. En dan valt er een speler van ADO Den Haag. De nummer 22, Tje, de rechtsback in het strafschopgebied. Maar Gezebejoek vindt dat helemaal niks. Laat het spel gewoon doorgaan. En dus kan FC Groningen opnieuw gaan beginnen aan aanval en doet dat. Dan mag Groningen niet klagen, Emmy, hoor. Want ik had het idee dat die Tje wel degelijk werd neergehaald door die verdediger van Groningen. We gaan het zo misschien nog even terugzien. Ja, precies. Nou, ik zag geen enkele reactie bij Gezebejoek. Die echt zoiets had van, nou, er is helemaal niks aan de hand. Dus jongens, gewoon doorgaan. En ik zie trouwens ook dat de spelers van ADO Den Haag heel erg protesteren. Maar goed, wellicht komt Groningen daar weg. Maar goed. Gaan we twijfel nog terugzien. Precies. Balbezit voor Groningen nu met Rente aan de rechterkant. Emeran dan gaat naar binnen. Randje 16. De buiten onkeurig. Voorzet nu. Nee. Prima verdedigd door ADO Den Haag. Asante die op het laatste moment komt inglijden. Waardoor de voorzet niet gegeven kan worden door Emeran. Maar wel een hoekschop voor ADO Den Haag. Zeg ik. Hoekschop voor FC Groningen. Emeran achter de bal. Bakuna komt erbij. Maar ik denk dat Emeran hem zelf voor wil slingeren. De 20-jarige Fransman, overgekomen dus van United. Met de voorzet prima. Ligt bij Groningen Rente in het 16-meter gebied op de grond. Ik zag niet wat daar gebeurde. Of het een overtreding was, of die uitgeleid, of dat hij de scheidsrechter wilde foppen. In ieder geval levert het Groningen niks op. Het levert Groningen wel nog een hoekschop op. Nu vanaf de linkerkant. Nu wel Bakuna achter de bal. Emeran die meldt zich ook. Vorige hoekschop vanaf die kant werd kort genomen. Ik zou hem nu gewoon voor die goal slingeren. Zoek Kevin van Veemar. Want die wil doelpunten maken. Daar komt die bal. Die moet voor de keeper zijn. En die is ook voor de keeper. 35 minuten gespeeld. 10 minuten nog tot de rust. En nog altijd dus de 1-0 achterstand voor FC Groningen. Het balbezit nu voor Groningen lijkt het. Maar de balverlies is daar. Kan ADO Den Haag misschien gevaarlijk worden. De bal komt voor. Gaat dan richting, ik wou net zeggen, Van Michum. Maar de bal gaat over de achterlijn. En dus de doeltrap voor FC Groningen. Snel genomen door Verrips. Geeft de bal aan Rente. Nog op de eigen helft. Nee, dan zegt Gezebejoek dat de doeltrap te snel genomen is. Nee, was een tweede bal nog in het veld. Oh, oké. Okay. Nou, tweede bal in het veld. Inmiddels is die bal weer weg. Ballenjongen heeft de tweede bal opgepikt. Kunnen we opnieuw gaan beginnen. Vrije trap opnieuw genomen. En nu het balbezit voor Beersman. Wat niet onder druk gezet, wou ik zeggen, door Veerman. Veerman loopt een beetje mee. Ondertussen is het tempo nu wat lager aan de kant van FC Groningen in deze aanval. Beersman nu met Bakuna. Bakuna nu over de middenlijn. Zet er wel tempo in. Geeft die bal dan richting Abraham. Helemaal aan de rechterkant in de hoek. Op de helft van ADO Den Haag. En dan heel simpel de bal over de achterlijn gespeeld door ADO. Doeltrap voor FC Groningen. Kijken wij even terug naar het moment waarin Tje onderuit zou gehaald worden in het strafschopgebied. Nou ja, we kijken er beide naar en ik vind het geen strafschop. Dus ik denk dat Gezebejoek gelijk heeft. Tje ging wel heel makkelijk over het been van Meta. En dus goede beslissing van Gezebejoek. Geen strafschop voor ADO Den Haag. Terecht dus niet. Er is geen VAR bij deze wedstrijd. Dus Gezebejoek moet het helemaal zelf gaan beslissen. En volgens mij heeft hij het goed gezien. Tje viel wel heel makkelijk. Maar goed, we zijn alweer een paar minuten
minuten verder. Met nog steeds die 1-0 achterstand voor FC Groningen. En de bal nu over de zijlijn gegaan via Johan Hoven. De ingooi voor ADO Den Haag. En natuurlijk neemt ADO Den Haag bij dode spelmomenten even de tijd, even de rust. De ploeg staat met 1-0 voor. Ondertussen nog steeds de aanwijzingen van Kalisic, de coach van ADO Den Haag. Ik heb hem nog niet zien zitten op de bank. Hij staat constant aanwijzingen te geven. De ingooi inmiddels genomen door ADO Den Haag. En dan de bal over de zijlijn gewerkt door Balker. En dus opnieuw een hoek ingooi voor ADO. En opnieuw is dat dan Kudusu die dat gaat doen. Nee, laat hem aan zijn de nummer 5 van ADO Den Haag. Ja, hij heeft natuurlijk Van Hintem in de ploeg. En die bal die ligt op een meter of 20 van de goal. En dan denkt ADO, ja, wij gaan Van Hintem aanroepen. Want Van Hintem krijgt die bal in het 16 meter gebied. Wederom zo'n halve hoekschop dus. Bij Groningen werd er denk ik ooit één keer misschien uitgescoord. Had het niet veel succes. Wellicht nu dan voor ADO. Bal komt inderdaad strak voor de goal. Weggekopt door Peersman. Maar gevaarlijke momenten hoor voor ADO Den Haag. Groningen probeert er dan uit te komen via Hoven. Kan de bal wel verlengen, maar krijgt hem niet bij Kevin van Veen. En dan is het gevaar weer weg. En dan ADO met een ja, wat gevaarlijke terugspeelbal. Daar reageert Valente op. Alleen dan kan de bal nog net op tijd worden teruggespeeld richting de doelman. Waarom die staat daar nog? Of is het Kudusu? Nou ja, maakt ook niet uit. Bal komt bij de keeper en die schiet hem in ieder geval ver genoeg weg. Waardoor het gevaar geweken is. 38 minuten gespeeld. Groningen op een zeer teleurstellende 1-0 achterstand. Emme op een 2-0 achterstand gekomen trouwens. Tegen Jong Ajax op het trainingscomplex De Toekomst. En ADO probeert er hier nu ook weer uit te komen. Bal richting de linkerkant niet goed. Kan opgepikt worden door Rente. En dan nu Van Veen aangespeeld. Ah, net op tijd verdedigd. Ja, prima gedaan door Van Veen. Maar ja, het vervolg moet ook een keer goed zijn. En dat was het nu niet. Waam die had dat prima in de gaten dus. Die centrale verdediger van ADO. Eén van de drie. Van Veen heeft daar met redelijk wat mensen te maken. En dan zou je zeggen, probeer dan wat meer gevaar via die zijkanten te bewerkstelligen. Maar dat lukt ook niet. Je hebt met Abraham een speler aan de linkerkant waar eigenlijk bijna geen voorzet vandaan komt. En hetzelfde heb je aan de rechterkant met Emeran. Nu dan wel Abraham aan de linkerkant. Kom nou eens door en geef nou eens een voorzet. Paulus Abraham, ja, die wil dan weer half schieten. Dat duurt dan weer veel te lang. Zit er een speler van ADO tussen. Heeft Groningen nog wel het geluk dat het een ingooi is. Helemaal aan de andere kant van het veld. Dat is meer geluk dan wijsheid. Ingooi voor Emeran. Te kort heeft Groningen geluk dat die bal door Vegan Christensen over de zijlijn wordt gewerkt en wederom mag gooien. Ik zag ook de reactie bij Rente. Bij die ingooi, na die ingooi van Emeran. Van kom op, even wat scherper of wat harder. Misschien had Emeran gewoon de ingooi over moeten laten aan Marco Rente. Misschien was dat verstandiger geweest. Maar goed, Groningen kan opnieuw gaan bouwen aan een aanval. Nog 6 minuten, iets meer dan 6 minuten officiële speeltijd. Met een lange bal richting Emeran. Probeert die bal aan te nemen, maar dat lukt niet. Kreeg hem ook wat lastig aangespeeld. En dus de bal over de achterlijn. En een doeltrap voor ADO Den Haag. Wendges gaat die doeltrap natuurlijk nemen. Nou, pakt even een flesje, gaat even drinken. Neemt er natuurlijk even weer de tijd voor. Nou ja, begrijpelijk, ik zei het al. Want de ploeg staat met 1-0 voor en probeert natuurlijk die voorsprong vast te houden. Terwijl we zien dat VVV inmiddels op een 3-0 voorsprong is gekomen tegen NAC. NAC waar de trainer Peter Hiballa, deze week is ontslagen. Daar is dus heel veel aan de hand. En bij VVV gaat het goed, want die ploeg doet het verrassend goed. Ondanks alle financiële problemen waar VVV mee te maken heeft. Maar staat dus met 3-0 voor tegen NAC. Hier nog steeds de stand 0-1 in het voordeel van ADO Den Haag. En Groningen heeft nog 5 minuten officieel om iets aan die achterstand te gaan doen. Nu wat gerommel, droogt van de middenlijn. Nu aan de ruimte voor Meta. Maar Meta heeft dan moeite om de bal onder controle te krijgen. En gaat die bal over de zijlijn. En krijgt Meta een ingooi. Het was Cher die dacht van, nou, volgens mij ging de bal via Meta over de zijlijn. Nee, dat is een overtreding zelfs. Een vrije trap was het dus. Een overtreding van Cher op Meta. Vrije trap snel genomen door FC Groningen. Valente, nu helemaal uitgeweken naar de linkerkant. Gaat de bal even weer terug naar de eigen helft van FC Groningen. Peersman speelt de bal dan weer breed naar Balker. Balker weer terug naar Peersman. Ze gaat de bal heel langzaam over de middenlijn. Vanuit de dekking weer het kaatsen van Van Veen. Nu naar Valente met een hoge bal. Bedoeld volgens mij voor Emeran. En dan is het een misverstand tussen Kudusu en Wendges. En de bal gaat via Kudusu het hoofd over de achterlijn. Ja, Wendges dacht ik wil die bal pakken. En Kudusu dacht ik moet het zelf doen. Maar uiteindelijk is het een hoekschop nu voor FC Groningen.
Nog 4 minuten tot de pauze. En het zou toch voor Groningen wel lekker zijn als er nog even gescoord zou worden. Zo vlak voor rust. Emeran achter de bal voor de hoekschop. Indraaiend. Komt bij de 5 meter. En dan is er niemand van Groningen die erbij kan. Bal blijft nog wel een beetje hangen aan de rechterkant van het veld. Dan wordt hij uiteindelijk opgeruimd door de verdediging van ADO. Door middenvelden. Jort van der Sanden die mee was gegaan dus. Naar de eigen achterhoede toen die hoekschop genomen werd. Balbezit voor Groningen. Op de eigen helft is het Peersman. Balletje naar Hoven. Is het Rente die diep gaat aan de rechterkant. Maar de paas van Hoven lijkt helemaal nergens op. De bal die gaat wel 5, 6 meter over Rente. Ja, dan kan die jongen nog zo groot zijn. Maar zo'n bal die kan je natuurlijk nooit binnen de lijnen houden. En dan speel je de tegenstander in de kaart. Want daar lag wat ruimte. ADO neemt nu alle tijd. Het is Kudusu die bal in de handen heeft. Inmiddels al wel een seconde of 20. En op dan richting de middenlijn gooit. Is het Rente die er net niet bij kan. Daardoor blijft ADO in balbezit met Veerman. En Bakuna die de bal dan prima van Veerman afpakt. En rustig terugspeelt naar Michael Verrips. Prima gedaan van de aanvoerder van Groningen. En via Verrips de bal naar Peersman. Beetje tempo mag nu wel. Die laatste minuten van de eerste helft. En proberen ze wat beter die oplossing voorin te vinden. Met wat creativiteit. Nu is het Peersman die de bal kinderlijk eenvoudig bij Vaamir leeft. En dan kan ADO eruit komen met Van Mieghem. Krijgt de bal dan tegen de hak. Daar heeft Groningen geluk mee. Want daardoor moet Van Mieghem inhouden. En uiteindelijk de bal terugspelen naar de rechterkant. Waar bij ADO op dit moment even Sumali staat. Die samen met Vegan Christensen voor die verdediging speelt. Nu ook weer dus een prima slot op de deur voor de Hagenezen. Die de bal al wel heel rap weer kwijt zijn. Maar ja, waarom hoeven ze die bal ook te hebben? Dat is nergens voor nodig. Ze staan met 1-0 voor. Staan achterin steeds beter. Los van het geklungel wat ze de hele tijd trouwens zelf veroorzaken. Want dat zou nog wel eens een punt kunnen worden in die tweede helft. De scherpte van ADO Den Haag achterin. Dat is tot nu toe beroerd. Maar Groningen weet er aan de andere kant ook niet van te profiteren. Balbezit wilde ik zeggen voor Groningen. Maar de bal gaat via Emeran over de zijlijn. Omdat er een speler van ADO... Dijbeen. Oh. Ben ik zo goed te horen? Is zo beter? Ja, hartstikke goed. Ja, dus, nou, dan ga ik even mijn verhaal verder vertellen. Het spel ligt even dood. De speler van ADO Den Haag ging even zitten. Die speler gaat ook naar de zijkant. Dat is Vegan Christensen. En die, gaat dan ook, die is dan ook vervangen. En zijn vervanger is dan Komnenovic. 20. Terwijl ik het even weer aan Stefan overgeven. Ik ga even kijken hoe mijn verbinding is, want hij stoort een beetje. Ja, dat heb je af en toe natuurlijk met live radio, dat de verbinding wel eens een beetje hapert. Nou, gelukkig hebben we 2 zenders mee. Met, als het goed is, ook voldoende accu's. En het balbezit nu voor FC Groningen. We gaan achterin een beetje klungelen nu met Peersman. Die moet uitkijken en zich niet van de bal laten zetten. Oh, 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 oh. Het is kinderlijk af en toe hoe Groningen aan het verdedigen is. En nu is het de ervaren Peersman die daar toch niet heel lekker uitkomt. Het levert Groningen uiteindelijk wel het balbezit op. En het is daardoor in ieder geval eventjes geen gevaar meer voor ADO Den Haag. Het balbezit voor Groningen. Bakuna met de bal naar de rechterkant. Rente. Komt die bal diep? Is het Hoven die daar bijna bij komt? Alleen is het Wendjes die bal uiteindelijk in de handen kan pakken. De extra tijd loopt. 45 minuten zitten erop. En er komt 1 minuut extra tijd bij. En dan gaat Groningen de kleedkamer opzoeken dus. Met een 1-0 achterstand. Doelpunt Henk Veerman na 16 minuten. En dat is toch wel een flinke tegenvaller hoor. Bij Groningen het vertrouwen groot. De verwachtingen hoog gespannen. Helemaal de verwachtingen misschien wel een beetje rond Emeran. Maar tot dusver hebben we daar nog niet voldoende van kunnen zien. Nog 1 keer misschien de uitbraak, maar de paas van Rente zeer matig. De paas van Rente gaat dan aan de andere kant van het veld over de zijlijn.
en niet te belopen voor Merten. Dan loopt die eerste helft zo op zijn eind. En dan denk ik dat Serdar Gözebüyük over enkele seconden voor het eind van de eerste helft gaat fluiten. Heeft Lukien een kwartiertje om de handel op scherp te zetten. Misschien wel tactisch in te grijpen en een wissel toe te passen. Want er moet wat gebeuren. Het liefst twee doelpunten. En luister naar het fluitconcert in de Euroborg. Halverwege FC Groningen-ADO Den Haag. Tussenstand 0-1. Ja, een duidelijk fluitconcert dus daar. Het is de rust in de Euroborg. En we gaan straks natuurlijk napraten over die eerste helft. Samen met Wim Masker, de analist. Die natuurlijk ook mee heeft gekeken. Hij zit in de Euroborg. Wij zitten hier in de studio. En ja, wij moeten het ook gewoon volgen. Lastig om in te schatten. We weten in ieder geval dat het toch vrij onverwacht kwam. Dat het doelpunt viel. En wat dat betreft een tegenvaller. En dat fluitconcert is er niet voor niks. Ik denk dat Wim Masker er inmiddels is. Bijna. Wachten nog heel even. Komt vanzelf wel goed. Gaan wij zo verder praten. Gaan we eerst het FC-spel doen. Want dat is er natuurlijk ook nog. Gaan wij nu wel naar Wim Masker of niet? Wim? Ja. Ja, mooi dat je er bent. En een fluitconcert. Laten we daar eens even over beginnen. Kun je het voorstellen? Ja, ik kan het me voorstellen. Vooral ook omdat FC Groningen begon heel aardig. Kreeg twee behoorlijke kansen. Niet van de categorie niet te missen. Maar het waren behoorlijke kansen na aardige aanvallen, na aardig druk zetten. Maar er werd niet uitgescoord. En toen ineens uit het niets in de 16 minuut die goal. Nou, je zag dat dat bij een aantal spelers wel wat deed. Drie minuten later kwam er alweer een kans. Nou, dat was eigenlijk ook weer een grote kans van Van der Sande. Van der Sande trouwens die ook de steekpaas had gegeven op Veerman. En in de 19e minuut waren de rollen omgedraaid. Was het Veerman die Van der Sande in een kansrijke positie bracht. Nou, vanaf dat moment heeft FC Groningen wat eigenlijk nog maar één redelijke kans gehad. Dat was in de 24e minuut. En tot aan de rust heeft FC Groningen eigenlijk niets meer laten zien. Behalve heel veel te harde, te zachte passes, misverstanden. En wat daarbij opvalt is dat de opbouw heel traag gaat. Rente die altijd naar de bal kijkt en niet over de bal. Dat komt hem eigenlijk vanaf het begin al op verwijtende gebaren te staan van Spits van Veen. Die veel sneller die bal naar zich toe gespeeld wil krijgen. Nou, dat gebeurt dan niet. En wat doet Van Veen dan? Die laat zich vallen naar het middenveld en daar moet hij nou juist wegblijven. Want dan staat er niemand in de spits. Nou, wat ook niet helpt is dat beide vleugelspelers aan de rechterkant Emeran, wat ik trouwens niet had verwacht dat hij daar zou spelen. En aan de linkerkant Abraham er eigenlijk helemaal niets van bakken. Ze komen hun tegenstanders niet voorbij. Ze proberen het wel, maar dan krijgen ze een duwtje en dan verliezen ze het duel. Ik verwacht dat Lukien in de rust hierin... Wacht even, voordat we gelijk naar de rust gaan. Ja. Daar komen ze wel bij, Wim. Het zit je hoog misschien ook wel. Maar laten we even naar dat omslagmoment eigenlijk. Hè. Groningen eerst eigenlijk geen centje pijn. Toch in één keer dat doelpunt. Lag dat aan Groningen of was het de verdienste van ADO? Nou, het was ook wel de verdienste van ADO. Het was een heel mooi steekballetje. En ik moet zeggen, volgens mij heb ik dat ook voor de wedstrijd al gezegd. Ze hebben in de voorhoede een paar gewoon hele goede spelers. En zeker voor dit niveau lopen. Ze spelen met één duidelijke spits, dat is Veerman. En daaromheen twee tienen, zeg maar. Hele behendige, slimme spelers. Van Michum en Van der Sande. En die zie je soms heel erg dicht bij elkaar staan. En dat zorgt bij FC Groningen wel voor verwarring. Wie pikt nou wie op? En op een gegeven moment gaan die mensen lopen. En die krijgen die bal dan in de ruimte aangespeeld. En dat heeft tot wat kansen gecreëerd. Het is niet zo dat ADO nu kans op kans krijgt. Behalve die twee momenten die ik net noemde, hebben ze geen kans gehad. Maar je hebt wel het idee dat ADO het gaandeweg volledig onder controle heeft. Want ik zei al, Van Veen wordt ongeduldig. Die gaat middenveld in. Nou, dat moet hij niet doen. Valente zien we eigenlijk ook te weinig. En bij de vleugelspelers heb ik al gezegd, die leveren onvoldoende. Ja, die slordigheidjes, hè, die jij net zei, dat balverlies. Ja. Is het focus? Wat is het? Nou, nee, ik geloof niet dat focus is. Het is misschien ook wel een beetje... Groningen heeft niet al te begaafde opbouwers. Balker is dat niet. Peersman is dat niet. Rente is dat niet. En dan
ja, dan spelen ze een bal wel eens te laat en dan te hard. Of ja, bij ADO kunnen ze ook heel makkelijk een moment afwachten dat ze even snel een sprintje trekken. En de paaslijn die dan op het ene moment nog open lag, is dan dicht en dan nemen ze de bal over. Ja, vind je het zo anders dan tegen Topos of is ADO gewoon beter? Nou, de tegenstander is aanzienlijk beter hoor. Ik heb ook gezegd, ik zie hen als een van de kampioenskandidaten. Ik sprak voor de wedstrijd ook nog even met Glenn Duizen. Dat is een ADO-volger. En nou, die is ook wel heel tevreden over een aantal aankopen. Zoals Baam, centrale verdediger. En die drie jongens die ik net noemde, voorin. Ja, we gaan zo eens even kijken naar wat Lukien misschien kan veranderen. Kom er zo bij je terug, Wim. Ik zou zeggen, geniet nog even van de atmosfeer die staat. Ondanks de fluitpartij volgens mij nog wel aardig. Ja, de stemming was op zich goed. En het publiek bleef ook wel achter FC Groningen staan na die 1-0. Maar omdat in de laatste 20, 25 minuten feitelijk niks meer gebeurde. Ja, en behalve dan heel veel verkeerde passes. Ja, dan wordt het publiek toch ongeduldig. En ik denk dat heel veel mensen hier naar het stadion zijn gekomen in de veronderstelling dat Groningen deze wedstrijd wel even zou winnen. En daar zag het ook naar uit, het eerste kwartier. Ja, het valt toch een beetje tegen, hè, die KKD. Ja, ik denk dat dat voor iedereen wel een beetje geldt die zich er niet in verdiept heeft. Het is gewoon een hele lastige competitie waar je niet zomaar weer uitkomt. Tenzij je echt veel betere spelers hebt dan de tegenstander. En dat heeft FC Groningen niet. Nee, we gaan zo verder praten met jou, Wim. We gaan eerst naar dat spelletje weer. We gaan terug naar Wim Masker. Ja, Wim, heb je er wel eens van gehoord? Een film opzetten in de rust? Nee. Ik weet wel dat er momenteel in Forum een film draait van een half uur. Nou, dat is heel kort, maar dat is toch echt te lang voor de rust. Ja, dat is, zijn meer van die inspiratiespeeches die je wel eens hebt gehad, hè? Voor finales en zo, ja, dat heb je dan precies, wel eens kort. Ja. Maar ik stelde net die vraag aan Pieter. Wat moet Lukien doen? Nou, wat jou betreft doen? Nou ja, ik denk dat ik al wel gezien heb wat hij gaat doen. Hij gaat Iran dus brengen. En ik denk dat hij Emmeran op de plek van Abraham laat spelen en Iran dus aan de rechterkant. Waarom zeg ik dat? Ik zag Iran dus net met een van de fysiektrainers met pionnetjes bezig. En dat duidt er wel op doorgaans dat een speler gebracht wordt. Dan alle andere wissels die zijn heel relaxed. Een beetje een balletje aan het trappen. Die rond de middencirkel. Maar Iran dus die werd echt even geactiveerd zoals het heet. Die gaat er ongetwijfeld inkomen aan de rechterkant. En als Emmeran dan weer links gaat, dan denk ik dat dat wel een vooruitgang is. En dan Valente eruit of Abraham eruit? Nee, ik denk Abraham. Abraham eruit. En dan Emmeran op links. Ja. Nou ja, dat is één ding wat hij kan doen. Hij kan natuurlijk ook. Nou ja, wat jij zei kan ook hoor, dat hij Valente eruit haalt. Maar ik vond Valente, als ik ze met elkaar moet vergelijken, toch wel beter spelen dan Abraham aan de andere kant. Ja, wij gaan. Het is bijna 9 uur, Wim. We komen straks nog even bij je terug. Eerst tijd voor het NOS nieuws van 9 uur. En straks natuurlijk het vervolg van FC Groningen Live. FC Groningen Live. Erik Hogeboom. Hele goede avond. Fijn dat je nog steeds luistert naar Radio Noord of meekijkt via onze website of app. Het is 0-1 in de Euroborg waar FC Groningen ADO Den Haag op bezoek heeft. Dat is een tegenvaller voor veel fans. Er was net een streamend fluitconcert te horen in het stadion. Er zijn nog 45 minuten om dat te repareren. Gaat het ook gebeuren? We gaan het meemaken. Altijd op Noord, Radio Noord. In de Euroborg ook analist Wim Masker. Wim, we hadden het er net even over. Jij verwacht in ieder geval één wissel. Wat denk je dat hij verder heeft gezegd in de rust? Nou, hij zal waarschijnlijk toch wel met name de verdedigers hebben afgesproken wie nou Van der Zanden en wie Van Michum oppikt. Want die twee die maken het door hun positiewisselingen wel heel erg de verdedigers lastig. En meestal los je dat dan op door gewoon zone te verdedigen. Want anders dan kom je vaak net even te laat. De spelers komen trouwens nu weer het veld op. Prima, Wim, dan gaan we de microfoon overgeven Stefan en aan Emiel. Even voor de duidelijkheid nog, we zijn er net als de eerste helft een volledige 45 minuten en een beetje extra speeltijd bij. Dat heeft natuurlijk alles ook mee te maken dat je het niet kunt volgen op de televisie, mocht je dat willen, behalve in het schakelprogramma. Dus daarom is Radio Noord er voor jou. Dan zijn we er 45 minuten plus de extra tijd bij. Na de wedstrijd natuurlijk ook gelijk de analyses van Wim Masker in live interviews vanuit de Euroborg met Dick Lukien en de spelers die er toe doen. Te volgen
via Radio Noord, maar ook via onze website en onze app met beeld erbij. En ook alle interviews na die tijd natuurlijk te vinden in ons weblog en op de website. Want ja, we zijn wel heel benieuwd hoe de stemming er straks bij zal hangen. Stefan en Emiel zitten in de Euroborg. En de spelers komen het veld volgens mij wel weer op, Stefan. Ja, spelers die staan alweer klaar. Terwijl wij de administratie eventjes aan het bijwerken zijn. En dat betekent dus dat er gewisseld is. Bij Groningen is Paulus Abraham, die een ongelukkige eerste helft speelde, in de kleedkamer achtergebleven. En hij wordt vervangen door Lau Hieran dus. De Zweed die eigenlijk wel wilde vertrekken. Maar geen club meldde zich. Was er even sprake van wellicht naar BK Hekken. Alleen de Zweedse club, waar Hieran dus ook vandaan kwam, pakte niet door. Hij lijkt achter Van Veen te gaan spelen in de punt van de aanval. Dus op 10. Valente vanaf rechts. En Emeran vanaf links. Zo hadden we het eigenlijk vooraf een beetje voorspeld. Maar betekent wel, Emeran vanaf links kan voorzetten gaan geven. En kan ervoor zorgen dat die bal vaker in de 16 meter komt. Dat Van Veen vaker in stelling wordt gebracht. En meer mogelijkheden gaat krijgen om een doelpunt te maken. Tegen Top Os zagen we wat er kan gebeuren als je hem in die positie brengt. Dat is vandaag nog niet gebeurd, maar wellicht dat dus nu met Emeran links en Valente rechts vaker gaat gebeuren. Balbezit voor Merte naar Emeran. Nou, ga dan direct maar eens langs je tegenstander. Dat lukt half. Houdt wel het balbezit, denk ik. Nee, raakt hij hem zelf eigenlijk nog als laatste aan. Tot onvrede ook van de Groningen supporters achter de goal. Die dachten dat beter gezien te hebben dan de grensrechter. Maar laten we maar afgaan op het oordeel van de grensrechter. In ieder geval gaat de scheidsrechter daarop af. Groningen heeft de bal al wel heel rap weer terug met Merte. Die wil naar 24 spelers voorbij. En dat zijn er vaak voor Merte 24 te veel. Nu ook. Maar ADO is de bal ook snel weer kwijt. Waardoor Groningen in balbezit kan blijven. Dat is denk ik ook wat ADO wil. Groningen de bal geven en dan profiteren van de fouten die Rente hier bijvoorbeeld maakt. Maar nu lukt het ADO nog niet om te profiteren. Wel het balbezit, maar die hebben ze helemaal achterin. Helemaal achterin en dus gaat de bal terug naar Winters, de keeper van ADO Den Haag. Bal teruggespeeld door Asante, die dan met een lange bal richting Veerman komt en Van der Zanden. En via van de hoofd van Van der Zanden gaat de bal dan naar Radinho Balker. En dus kan FC Groningen gaan bouwen opnieuw aan een aanval in de 47e minuut, inmiddels 48e minuut van de wedstrijd met Hieran Doest, die de bal nu meegeeft aan Hoven. Nu op de helft van ADO Den Haag. Goede paas van Hoven naar Emeran. Kan de voorzet komen. Kreeg die bal niet helemaal lekker mee, waardoor die voorzet ook niet goed is. En die bal uitverdedigd kan gaan worden door ADO Den Haag. Weer een lange bal naar Veerman. Neemt een goed aan, wordt ook trouwens goed verdedigd door in dit geval Peersman. Geen overtreding gemaakt door Veerman. En de bal gaat over de zijlijn. De ingooi is nu voor FC Groningen. Verhoogd van de middenlijn via Mette. Mette die dan even kijkt. De bal even droog maakt. Wil die hem ver gaan ingooien? Ik heb geen idee. Of hij neemt even de tijd om even de vrije man te zoeken. Die vindt hij in dit geval bij Peersman. Nu weer op de helft van FC Groningen. De bal gaat nu over de middenlijn. De bal naar Eran Doest. Geeft hem in één keer mee naar Mette. Mette naar Johan Hoven. Nu de bal dus even rondgespeeld door FC Groningen. Hoven die dan de bal gaat verplaatsen naar de rechterkant. Naar Radinho Balker. Balker geeft hem dan mee naar Bakuna. Die zich heeft laten uitzakken. Rente terug naar Bakuna. Zo gaat FC Groningen op zoek naar de ruimte. Naar de mogelijkheid om in ieder geval de spitsen voorin te gaan bereiken. Bijvoorbeeld een Kevin van Veen. De bal gaat weer naar Bakuna. Bakuna probeert hem dan in één keer terug door te spelen. Maar raakt dan Komnenovic. En zo was die aanval even onderbroken. Maar het balbezit is opnieuw voor FC Groningen. Nu halfweg de helft van ADO Den Haag. Hoven, goede 1-2 met Eran Doest. Hoven nu de bal naar de rechterkant. Naar Marco Rente, nu goed mee opgekomen. Gaat dan richting de achterlijn. Gaat goed langs de tegenstander. Probeert de bal terug te geven. Geeft hij ook terug naar Eran Doest. Komt met het schot. En dan de redding van Wendges. Goede aanval FC Groningen. Nog een keer het schot van Rente. Weer de redding van Wendges. Bal gevaar nog niet geweken. Nu is het Meta. En dan via een verdediger van ADO Den Haag gaat de bal over de achterlijn. Nou, de eerste gevaarlijke momenten. Een goede schot van Eran Doest en van Hoven. Wendges weet een doelpunt te voorkomen en dus een hoekschop voor FC Groningen. Dit moet je hebben als
als FC Groningen op deze manier het publiek erachter zien te krijgen. Oorlog voor die goal van ADO creëren, kansen creëren. En laat ze maar opruimen, laat ze maar verdedigen, totdat dat niet meer lukt. En Groningen was er dichtbij. Iran Dust had die bal toch wel redelijk voor het inschieten. De middenvelder deed dat in de voorbereidingen een aantal keren zeer effectief. De bal vanaf de rand 16, nu dan de hoekschop, kort genomen. En dan heel matig teruggelegd door Johan Hoven. Hens gemaakt, denk ik, door Groningen, niet voor gefloten. Daardoor blijft Groningen wel in balbezit. Bal inmiddels aan op de eigen helft. En dan is het Rente weer die heel moeilijk en klungelig aan het verdedigen is. Die verdediger van Groningen wisselt goede met minder goede momenten heel makkelijk af. Net een geweldige actie aan de rechterkant op de helft van ADO, waar uiteindelijk die grote kans uit voortkwam. Nu een hele matige actie verdedigend, terwijl hij de bal nu wel weer prima wegkopt. Zo gaat het op en neer en is het goed en slecht met betrekking tot Marco Rente. Bal nu over de zijlijn. Betekent dat Groningen mag gaan gooien aan de linkerkant van het veld. Isaac Merten met de bal in de handen. Zeer gedreven, bevlogen linker verdediger. Veel inhoud, kan hard rennen, maar nou, wat minder goed verdedigen vaak. Krijgt de bal bij Johan Hoven. Alleen daarna de overtreding gemaakt. Vrije trap dus voor ADO Den Haag. Een opstootje tussen Kevin van Veen en Assante. Onnodig, blijft nou gewoon van elkaar af. Heeft helemaal geen zin. En het kan eigenlijk alleen maar narigheid opleveren. En van Veen moet daar wat dat betreft ook verstandiger in zijn. Want was ook helemaal niet bij dat duel betrokken volgens mij. En de speler van ADO kan zo niet zien wie het is. Van Michem. Ah, van Michem inderdaad, die daar nog op de grond ligt, heeft last. Nou ja, je weet in ieder geval dat er niemand nog naar gaat kijken. Want een VAR of iets dergelijks is er natuurlijk niet in de eerste divisie. En daarom ligt het spel even stil. Groningen goed uit de kleedkamer gekomen in die tweede helft. Net een kansensalvo eigenlijk voor de goal van ADO. Leverde slechts een hoekschop op. Niet de gelijkmaker. En zo gaat de tijd, ook al zitten we pas kort in de tweede helft, steeds meer tegen Groningen tikken. Want de voorsprong is na 52 minuten dus nog altijd voor ADO Den Haag. Dankzij het doelpunt na iets meer dan een kwartier van Henk Veerman op aangeven van Michem, die inmiddels weer is gaan staan. En dus kunnen wij het spel gaan vervolgen. Inmiddels een vrije trap voor ADO Den Haag, net op eigen helft, ter hoogte van de middenlijn. De vrije trap genomen worden door Assante met een lange bal richting Van der Zanden, die het kopduel niet weet te winnen, maar het balbezit blijft wel voor ADO. Gaat de speler van ADO nu richting de achterlijn en dan bal in het zijnet geplaatst door de linkervleugelverdediger Kodusu, die even gevaarlijk doorkwam. De bal uiteindelijk belandt in het zijnet. Met het doel van Michael Verrips, die het, de bal weer snel in het spel heeft gebracht. Via Peersman. Peersman lopend met de bal. Nu ter hoogte van de middenlijn aan de linkerkant. Meten naar binnen, naar buiten. Nee, dreigt even weer langs de tegenstander te gaan. Gaat er onderuit en uiteindelijk gefloten voor een overtreding. En dus de vrije trap voor FC Groningen. Een overtreding door Justin Che, de Amerikaan in dienst van ADO Den Haag. Vrije trap inmiddels genomen. Mette naar Emeran, die zich even laten uitzakken. Weet te voorkomen dat de bal over de zijlijn gaat. Gaat de bal terug naar Mette. Mette goed de bal vrijgespeeld. Kan dan met een voorzet komen. Maar die is te zacht en te laag. En dus geen enkel gevaar voor het doel van ADO. ADO probeert er dan uit te komen. En via het hoofd van Hoven gaat de bal over de achterlijn. Hoven die speelt met nummer 7. Hij begon het seizoen met nummer 2. Maar speelt dus sinds vandaag met nummer 7. Dat is ook wel een nummer dat beter bijpast. Zeker als je op het middenveld speelt, dan speel je niet met nummer 2. Maar gewoon met nummer 7. Dan ben je een echte middenvelder. Maar goed, de bal dus via zijn hoofd over de achterlijn. En dus de doeltrap voor Wendges. Hugo Wendges, die daar weer de tijd voor heeft genomen. Inmiddels die doeltrap genomen. En via het hoofd van Hoven het balbezit voor ADO Den Haag. Bal, goede kaats van Veerman richting Van Michem. Goede slijding van Mette. Die de bal in één keer meegeeft naar Van Veen. Is Van Veen dan sneller dan Wendges? Nou, maakt niet uit. Want de vlag is al omhoog gegaan. En dus
gefloten voor buitenspel van Kevin van Veen. Geuzebejoek zag het bij zijn assistent. Die meteen de vlag omhoog gooide. En dus de vrije trap voor Arend Den Haag. Ja, dat zijn dus niet de goede momenten voor FC Groningen. Want steeds als de bal het spel even stil ligt, kan Arend Den Haag alle tijd nemen voor die vrije trap, voor de ingooi. In dit geval dus de vrije trap genomen door Asante. Weer met een bal die dan richting Veerman gaat. Die het kopduel niet wint. Dat is Peersman die dat doet. En dan Valente die de bal probeert te verlengen richting Van Veen. Alleen die paas die komt totaal niet aan. Ja, en ook dus is die aanval verkeken. En zijn we inmiddels al bijna 10 minuten onderweg in de tweede helft. Zagen we in de eerste minuten een mogelijkheid voor Iran Dust en voor Hoven. Maar staat het nog steeds 0-1. En Groningen is dramatisch aan het voetballen op dit moment. Als je op de tribune zit, dan komen er denk ik wel wat krachttermen als je het over deze wedstrijd hebt met je buurman. Zullen wij u besparen. Maar er gaat enorm veel mis weer. Ondanks dat Groningen naar rust de betere kansen heeft gehad. Eigenlijk 3 kansen in 1. Wellicht nu dan een keer met Hoven. Die schietbal blijft liggen. Iran dus schiet maar. En dan is de redding van Wendges prima gedaan. Van die keeper van ADO. Eindelijk weer eens even een moment van Groningen. Maar die bal die mag nu wel een keer erin. En laat Groningen nu eens even dit volhouden. Gaat nu weer een hele matige paas van Valente vooraf. Groningen wel het geluk dat ADO niet weet te profiteren en het bal in bezit weet te krijgen. Groningen nu wel met Merten aan de linkerkant. Die wil hem dan voorgeven. Ja, dat lukt weer niet. Zit Komlenjovic ertussen. De invaller aan ADO-zijde. Groningen wel nog altijd met de bal. Peersman met weer zo'n baas die hij inlevert. Kan Van Mieghem er misschien mee vandoor. Van Mieghem sterk tussen Hoven en Merten. En dan uiteindelijk de overtreding van Hoven. Zijn de mensen op de tribune het niet mee eens? Maar ik denk dat Geuzebejoek ook dat goed heeft gezien. En dat is dan toch wel weer spijtig hoor. En er gaat dan weer zo'n onnodige inspeelpaas van Peersman aan vooraf. Ja, misschien moeten we soms ook maar eens accepteren dat het een niveau lager is. En dat het dus ook allemaal kwalitatief wat minder is. Veerman die hem nu probeert door te koppen. Is het wel Peersman die er op tijd tussen zit en ervoor zorgt dat Van der Zanden niet gevaarlijk kan worden. Groningen nu met Bakuna. Goeie paas naar Hoven. Nou, Hoven ook eens een goede paas naar Van Veen. Die staat ineens aan de linkerkant van het veld. Ja, dan sta je niet voor de goal. Van Veen gaat naar binnen. Nog altijd Van Veen. Ja, de Canado overnemen. En is het weer voorbij. En dan moet Groningen nu alle hands aan dek zetten. Want ADO kan hier in de tegenaanval. En nog altijd ADO Den Haag met Van Mieghem. Bal naar de rechterkant. De bal voorgezet. En dan is het uiteindelijk Rente die verdedigt. Ja, de voorzet kwam van Komlenjovic. Goed verdedigd door Rente. Hij wist dus het gevaar uit die aanval te halen. En nu eens kijken of er ook wat rust kan komen in de aanval bij FC Groningen. Bijvoorbeeld via Hoven. Rente, Hoven. Veerman staat naast hem en doet helemaal niks. Dus kan Hoven de bal naar de rechterkant spelen. Naar Valente. Valente dan even weer terug naar Rente. En zo even temporiseren aan de kant van FC Groningen. Even rust in die aanval brengen. En dan zijn er aanwijzingen van Balker aan Rente. Rente die dan even kijkt. Ja, nou is het spel wel heel erg traag. Je hoort het ook aan het publiek. Het begint te fluiten. Tempo ligt enorm laag nu aan de kant van FC Groningen. Misschien dat de tempo nu omhoog kan via Bakuna, maar dat gebeurt ook niet. Het is een beetje walking voetbal nu, stilstaand voetbal. Balletje stilstaand, breed leggen en dan weer terug. In dit geval ook weer bij Peersman. Dan komt Emeran uit de dekking, gaat de bal naar de linkerkant, naar Bakuna. Kan die dan langs tegenstander komen en gaat nu naar binnen. Misschien dat hij de ruimte heeft om dan ook met schot te komen, een goede paas. Naar Valente nu uitgeweken naar de linkerkant. Dan is het Emeran. Emeran met de voorzet. Nee, komt niet. Wacht even weer. Gaat hij dan kijken, ga ik mijn tegenstander voorbij? Nee. Gaat die bal dan richting, wou ik zeggen, Van Veen, maar de bal gaat over de achterlijn. En via een verdediger van ADO is het alsnog een hoekschop voor FC Groningen. Nou, dat hebben ze dan in elk geval voor elkaar gekregen. En die hoekschoppen, die worden altijd genomen in, door Juninho, Leandro Bakuna. Dat was zijn broertje. Ja, dat was zijn broertje. Ja, die speelde hier als laatste van de Bakuna's. Dus ja, vandaar dus die verwarring. Nee, 2013 ging de weg Leandro Bakuna. En dit seizoen is hij dus weer terug naar 10 jaar. En is hij de man van de hoekschoppen. In dit geval de hoekschop vanaf de linkerkant genomen met de rechter voet. Dat hij een goede trap heeft, dat hebben we in het verleden ook wel eens gezien. Komt die bal voor, wat kan de bal weggekopt worden? En is het opnieuw een hoekschop?
voor Bakuna. Bakuna die in het verleden, toen hij nog in het shirt, eerder in het shirt van FC Groningen speelde, ook nog wel eens van afstand schoot. Dat deed hij af en toe heel behoorlijk. Misschien dat hij het er nu weer kan doen. Hij probeert in elk geval de ruimte te vinden voor het schot. Maar die ruimte krijgt hij niet. Kan die bal uitverdedigd worden. Dan moet Verrips helemaal uit zijn goal komen om te voorkomen dat ADO in balbezit komt. De bal van hem komt dan bij Emeran. En er is een overtreding gemaakt op diezelfde Emeran. En Geuzebejoek geeft FC Groningen een vrije trap helemaal in de linkerhoek op de helft van ADO. Een soort van strafcorner kan je het misschien wel noemen. Alleen is bij een strafcorner de afstand tot de goal nog wat korter. Maar het is een soort verkorte hoekschop. FC Groningen nu mag nemen. Overtreding werd gemaakt door Jort van der Sande. Geen gele kaart. Gegeven door Geuzebejoek. Sowieso nog geen kaarten uitgedeeld deze wedstrijd. En de vrije trap dus voor FC Groningen. Emeran kan hem uiteindelijk spelen. Maar ook Bakuna achter de bal. Wordt het dan een afdraaiende of een indraaiende vrije trap van FC Groningen? Ik denk dat Bakuna hem gewoon gaat nemen. Dan wordt het indraaiend. En ik vraag me ook wel eens af waarom je nu twee man bij die bal zet. Je kan er ook voor kiezen om eentje extra. Bakuna inderdaad. En die bal uiteindelijk in één keer geschoten. Wordt de keeper van ADO nog bijna verrast. Maar de bal geschoten door Bakuna op de dak van de goal. Dus geen doelpunt. En we zijn inmiddels een uur onderweg in de Euroborg. 1-0 de stand dus voor ADO Den Haag. Groningen de betere kansen gehad. Zowel voor rust denk ik als na rust. Al kreeg ADO de voorrust ook wel twee goeie. Waarvan dus één ingingen. Na rust Groningen sowieso de betere kansen. Maar ja, hij moet er wel in. En het is ook niet zo dat Groningen echt een gigantisch offensief hier aan het uitvoeren is. Er zijn nog steeds nog heel veel dingen die ontzettend matig gaan. Zoals nu ook weer. Merten die uitglijdt. Daardoor alle aanval weer uit. Die aanval moet Groningen helemaal terug. En is de bal nu bij Balker. Balker nu ter hoogte van de middenlijn. Gaat even weer lopen. Gaat even weer wandelen. Gaat even weer kijken. Bal naar de linkerkant. Krijgt Bakuna hem achter zich. Waardoor bijna weer balverlies wordt geleden. Ja, ook weer gewoon een hele rare bal. In dit geval van Balker. Totaal niet nodig. Simpel, voetbal kan af en toe heel simpel zijn. Maar ja, als je ze zo ziet, dan denk je van, nou ja, zo simpel is het dus allemaal nog niet. Groningen nu weer rustig de bal rondspelend. In dit geval is het Balker dan weer. Net op de helft van ADO Den Haag. Gaat de bal nu helemaal naar de rechterkant. Dan is het Valente die dan probeert Van Veen te bereiken. Lukt niet. Maar de balbezit, wou ik zeggen, blijft voor Iran dus. Maar dat gebeurt dus niet. Want het is balverlies. En dan gaat de bal richting Van Michum. Van Michum nu in duel met Bakuna. Bakuna tegenover zich. Kijk naar die bal van Michum. Krijgt Bakuna hulp van Mette. Van Michum geeft hem dan aan Tje. Tje geeft de bal breed. Dan balverlies bijna aan de kant van ADO Den Haag. Maar ADO Den Haag blijft in balbezit. Een overtreding gemaakt door Mette op Tje. De rechter vleugelverdediger die helemaal mee opgekomen is. En dat is een gevaarlijke plek, want dat is ongeveer, nou, ik denk een metertje of 25, misschien 30 van het doel van Michael Verrips. Die vrije trap die genomen gaat worden, wellicht door Daryl van Michum, die eist die bal meteen op en gaat achter de bal staan. Komnenovic staat er ook bij, Bart van Hintum staat erbij, nou, drie spelers. Dan gaan we kijken, wie gaat die vrije trap nemen? Maar eerst moet het muurtje goed gezet worden. Het muurtje staat nu op afstand. Goed gezet door Geuzebejoek, terwijl Verrips zijn muur nog even probeert goed neer te zetten, dat de spelers op de juiste plek staan. Er staat Daryl van Michum achter de bal. We zeiden het al eerder, hij scoorde vorig seizoen in het shirt van Volendam. Dat was de openingswedstrijd van vorig seizoen. Het seizoen waarin FC Groningen uiteindelijk degradeerde. Toen wist hij te scoren namens Volendam. Doet hij dat nu weer namens ADO Den Haag? Nee, de bal gaat in de muur. Maar Groningen kan de bal niet goed wegwerken. En dan valt er een speler van ADO in een duel met Emeran. En zegt Geuzebejoek tegen die speler van, kom op, ik denk dat dat Che is. Opstaan, dus niks aan de hand. Geen overtreding van Emeran. Nee, Geuzebejoek is heel stellig. Geen overtreding. En dus een doeltrap in dit geval voor FC Groningen. Ja, dan komt Groningen toch weer een beetje goed weg. Want straks wordt er nog een optelsom. Nou, tweede keer dat er een moment is waarvan je denkt, gaat hij fluiten of niet voor een strafschop? Nu weer, je zag Emeran toch duidelijk een duwtje geven aan die speler van ADO. Geuzebejoek vond het te licht. Maar dat gaat natuurlijk op die manier niet goed blijven gaan. Wat dat betreft moet Groningen gaan uitkijken, hoor. Want als je 2-0 achter komt te staan, is het klaar.
En dan kom je echt in het moeras van de eerste divisie terecht. Zover is het nog niet. Groningen voorin nu met de voorzet van Rente richting Van Veen in 16 meter gebied. Kan de bal bijschouwen. Kev Van Veen schieters, lukt niet. Bal dan voor Emeran en die raakt hem kwijt. Aanname niet goed. Dan verdedigt ADO. Wordt de bal richting de middenlijn geschoten. Kan Veerman er niet bij. Is het Peersman. Rente nu. Overtreding gemaakt op Rente door Van der Sande. En een vrije trap voor FC Groningen. Meter of 20 over de middenlijn. Snel genomen door Bakuna. Rente met de bal. Speelt hem terug naar Balker. Balker naar de rechterkant. Daar staat Rente weer. Meter of 20 over de middenlijn. En dan weer terug naar Balker. Nou, Peersman staat er nog achter. Of gaat hij wel naar voren? Gaat naar voren. Maar heel matig gespeeld. Daar kan Valente niet bij. Mist er ook nog wel wat body. Luciano Valente wint weinig duels. Wel lichtvoetig, maar daar heb je ook niet heel veel aan. Nu dan misschien Iran dus. Geen goede paas wordt geblokt. Anders had hij Van Veen kunnen bereiken. Dan de overtreding gemaakt op Iran dus door Surmeli. En dan een vrije trap voor FC Groningen. Ook wel op een fijne plek. En dan is de vraag, gaan ze het in één keer proberen of wordt die bal voor de goal geslingerd? Ik denk ook een meter of, wat zal het zijn? 30 van de goal van ADO Den Haag. Meerdere spelers die zich melden om die bal te nemen. Bakuna staat erbij. Iran dus staat erbij. Ook Van Veen staat erbij. En bij Groningen is ook Emeran aangeschoven om zich te melden. Van Veen weggestuurd, Iran dus weggestuurd. Bakuna toch de man als aanvoerder die daarover gaat. De basis, wat ook logisch is. Emeran die de bal nog even aanraakt en neerlegt. Maar ik kan me ook voorstellen dat Bakuna dit gewoon in één keer wil gaan doen. Al staat hij wel om hem in één keer te schieten niet helemaal goed. Het is Emeran, voorzet, weggekopt door Veerman. Toch wel lekker is hoor, als je een aanvaller hebt die ook zo goed kan verdedigen en daardoor het gevaar in ieder geval weg. 65 minuten op de klok, stand 0-1 nog altijd voor ADO Den Haag. Met geen overtreding gemaakt op Emeran, helemaal in de linkerhoek op de helft van ADO Den Haag. Maar het is Groningen dat in balbezit blijft via Bakuna, die nu de ruimte vindt bij Balker. Balker opent dan meteen naar de rechterkant, naar kijken, dat is dan Valente, krijgt die hulp van Rente. Rente gaat dan richting de achterlijn. Valente nog steeds, geeft die bal nu niet mee aan Rente, maar gaat helemaal richting de achterlijn. Uiteindelijk loopt hij dan, wou ik zeggen, zelf over de achterlijn. Nee, via een verdediger gaat de bal over de achterlijn. Nou, dat is in ieder geval een goede actie. Het levert Groningen een hoekschop op, helemaal nu aan de rechterkant. Groningen dat al aardig wat hoekschoppen heeft gehad, maar nog niet echt gevaarlijk is geweest uit die hoekschoppen. Misschien dat het nu dan gaat gebeuren via de hoekschop natuurlijk van Bakuna, die dan met de rechtervoet de bal gaat indraaien. Kijk, de lange mensen, iedereen staat natuurlijk nu in het strafschopgebied van ADO Den Haag. Die bal gaat heel hard en laag voor het doel komen van ADO Den Haag. En dan is het opnieuw een hoekschop. Dat betekent dus dat die bal via een verdediger van ADO over de achterlijn is gegaan. En dus mag Bakuna het opnieuw gaan proberen vanaf de rechterkant. Heeft die bal inmiddels al gekregen van de ballenjongen. Dus er blijft het tempo in de wedstrijden. Kan hij het opnieuw gaan doen met een hoekschop die nu helemaal over alles en iedereen heen gaat. En dan over de achterlijn gaat. En zo is deze kans verkeken, dit gevaar. Deze bal was te hard voor alles en iedereen. Terwijl Jong Ajax opnieuw scoort tegen Emmen. Nee, dat niet. Nou, het staat nog steeds 2-1 voor Jong Ajax. Dus maar Emmen scoort in ieder geval, zien we hier op het ja, scherm. Ja, precies. Nee, ik was even afgeleid. Maar het, via de keeper scoort. Ja, Emmen scoort dan 2-1. Daar is in ieder geval de spanning een beetje terug in de wedstrijd. Maar Emmen staat dus nog wel steeds achter. 2-1 daar in Amsterdam op de toekomst. En hier de doeltrap genomen door de Wendges. Veerman probeert de bal door te koppen. Kan het, is het Balker die dan de bal ook weer een andere kant op komt. Dan krijgt die bal niet weg. En dus met een omhaal is het dan Peersman een beetje rommelig nu. Terwijl er een zware overtreding wordt gemaakt op Iran dus. En dan krijgen we de eerste gele kaart van deze wedstrijd. De gele kaart van Komnienovic. Harde overtreding op Iran dus. Die gelukkig snel opstaat en door kan gaan. De eerste gele kaart dus. Gegeven door Gözebüyük. En dat doet hij in de 68e minuut met nog steeds de stand 0-1. Mag wel wat gaan
gaan gebeuren nu bij FC Groningen? Want het is zeer matig wat de ploeg van Dick Lukien toch in het tweede bedrijf laat zien, hoor. Je denkt, Groningen degradeert, hebben heel veel risico's genomen financieel om in één jaar terug te keren. Dan horen daar toch ook wel verwachtingen bij, hoort daar een bepaald spelbeeld bij. En daar kan Groningen tot dusver niet aan voldoen. Leuk en aardig, een 2-0 overwinning tegen Top Os, maar je mag toch wel verwachten dat Groningen tegen ADO Den Haag, wat vorig seizoen niet eens meedeed met de play-offs. En tuurlijk zijn daar ook redelijk wat spelers gekocht. Meer laat zien ADO nu met Van Miechem. En dan gaat die bal, ja, keurig gedaan van Peersman over de achterlijn. Doeltrap voor FC Groningen, omdat Van Miechem die bal uiteindelijk zelf als laatste raakte door de goede sliding van Peersman. Maar Groningen moet toch wel uit een ander vaatje gaan tappen. Vraag is alleen, kunnen ze dat? Of hebben ze maar één vaatje meegenomen? Terwijl Roda JC, de koploper, in de eerste divisie op een 2-0 voorsprong komt tegen Telstar. En hoe je het ook wendt of keert, op dit moment kijk je als Groningen zijnde nog altijd naar die bovenste plaatsen. Kan het gat zomaar weer groter worden. Op dit moment is dat gat ook al behoorlijk. 12 punten voor Roda, dat worden er dus 15. Groningen slechts 7 punten. Ja, in de achtervolging. En dat kan misschien nu gebeuren met Merten. Goede combinatie van Veen. En dan is het weer Merten met een hele matige actie. Kan ADO overnemen. Gevaar geweken. Lange bal richting Veerman. Is het Balker die inkomt stormen. En de bal daardoor goed kan koppen. En zo kan koppen dat Veerman er niet bij kan. Dan blijft Groningen in balbezit met Rente nu aan de rechterkant van het veld. Gaat naar binnen. Rente, randje 16. Nog altijd Rente. En dan het schot is heel matig. Groningen blijft wel in balbezit met Iran dus. Voorzetje is het de keeper die hem kan wegboksen. Nog altijd de bal voor Groningen. Nu Emeran aan de linkerkant. Maar is er een overtreding gemaakt, denk ik, door Bakuna of door Van Veen. Een van de twee. Het is Van Veen. Krijgt ook een gele kaart. Er moet even hulp komen voor die speler van ADO die er in het 16 meter gebied ligt. Moeilijk te zien zo wie dat is, want we zitten op redelijke afstand. Maar daardoor ligt het spel in ieder geval stil. Geeft ons ook even de gelegenheid om naar de zijlijn te kijken, want Lucky gaat wisselen. En de spelers die erin komen, het zijn er namelijk meerdere, zijn Jorg Schreuders. Die zal er wellicht inkomen voor Valente. Dat Schreuders het wat meer vanaf de rechterkant kan gaan proberen. Jongen uit eigen opleiding die tegen Jong Utrecht dit seizoen voor de eerste keer in de basis stond. Toen ging het niet goed, was hij ook even van slag. Maar krijgt nu dus nog zo'n 20 minuten om zich te laten zien. Vovin Touré, een andere speler die erin gaat komen, deed je tegen Top Os toen hij inviel voor de geblesseerde Romano Postema uitstekend. En kan tot dusver sowieso terugkijken op een prima seizoen. Bij Groningen gaan Emeran naar de kant. Voor hem Schreuders en Marco Rente, denk ik, is die andere speler die naar de kant gaat. Voor hem dus Vovin Touré. Nou, Rente wil nog even applaus van het publiek. Ik zou zeggen, loop nou gewoon door en ga het veld af. Dan kan er weer verder gevoetbald worden. Want je staat met 1-0 achter. En je moet als Groningen zijnde winnen. 2 doelpunten zijn nodig. Want wederom een gelijkspel. Ja, of een nederlaag. Dat ligt natuurlijk op deze manier ook nog in de lijn der verwachting. Komen niet heel goed uit voor FC Groningen. Want de ploeg van Dick Lukien kijkt nog altijd tegen een achterstand aan. Terwijl het spel weer verder gaat, gaan we eens even kijken hoe Lukien het heeft neergezet. Schreuders inderdaad vanaf de rechterkant. Direct een voorzet van Schreuders richting Van Veen. Die komt niet aan. Kan ADO uitverdedigen. Bal bij Veerman. En geen balbezit dus meer voor Groningen. 72 minuten gespeeld. En de stand nog altijd 1-0 voor ADO Den Haag. Ja, inderdaad. Van Veen die trouwens die gele kaart volgens mij voor protesteren kreeg. Er was inderdaad, er gebeurde iets in ieder geval in het strafschopgebied. Van Veen was woedend. Ja, gooide even een paar krachttermen eruit. En Keuze Bejoek was daar niet van gediend. En trok de gele kaart. En vandaar dus het geel voor Kevin Van Veen. Het geeft wel aan de frustratie bij hem. En misschien ook wel bij zijn ploeggenoten. Terwijl die bal nu ook door Balker heel hard over de achterlijn wordt gespeeld. Dat was een terugspeelbal. Had een terugspeelbal op Verrips moeten zijn. Maar die bal die gaat zo hard. Daar komt Verrips nooit bij. Ja, zo geef je heel knullig en dom een hoekschop weg. En het is wel heel typerend voor de wedstrijd. Voor het spelniveau van FC Groningen. Deze bal voor Balker. Totaal onnodig.
En dus de hoekschop voor ADO, die daar natuurlijk alle tijd voor neemt. Van Michum gaat die bal nemen. En ja, loopt dan natuurlijk op een drafje richting die hoek. Legt die bal natuurlijk even goed. En kan dan die hoekschop gaan nemen. En we zitten inmiddels al in de 73ste minuut. En FC Groningen kijkt nog steeds tegen die 1-0 achterstand aan. De hoekschop gaat genomen worden door Van Michum. Een wegdraaiende bal kan ingekopt worden. En dan moet gekeerd worden door Verrips. De kopbal was van Waam, een van de centrale verdedigers van ADO. Verrips moest die bal dus uit zijn doel boksen. Een gevaarlijk moment dus voor het doel van FC Groningen. Voor hetzelfde geld had het dus nu 2-0 gestaan. Maar gelukkig kon Verrips dat voorkomen met de redding. En dus staat het nog steeds 1-0. En kan FC Groningen gaan bouwen aan een aanval op zoek naar de gelijkmaker. Hoven nu uitgeweken aan de rechterkant. Geeft die bal helemaal naar links, naar Bakuna. Loopt over de middenlijn. Heeft Mette bij zich. De speler die er ook bij staat is Valente, maar Bakuna levert hem dan weer in. Dan is het Valente die probeert om de bal weer te veroveren. Lukt niet. En dan kan die speler van ADO zo vrij spelen. Dat was Asante. Asante naar Van der Zanden. Vindt dan aan de rechterkant Van Michum met een hele lange bal nu. Daar uitgeweken. Dat is de nummer 14 volgens mij. Dat is die Kudusu. Nu ter hoogte van het strafgebied van FC Groningen. Nog steeds het balbezit voor ADO Den Haag, Van der Zanden. Nou, een metertje of 20 van het doel geloof ik. Het kaatsen van Veerman. En nu de balverlies van Veerman. Valente die meteen onder druk wordt gezet. En dus de vrije man niet kan vinden. Uiteindelijk komt die vrije man is er wel. In het geval van Peersman. En die opent de bal en speelt bal naar de rechterkant. Naar Schreuders. ADO doet wat Groningen niet prettig vindt. En dat is vervelend doen. En vervelend doen, daar bedoel ik mee druk zetten. Groningen niet laten voetballen. En Groningen is hartstikke onzeker op dit moment. En Groningen lijkt op een puber die misschien verkering moet vragen aan het vriendinnetje, maar dat eigenlijk niet durft. En eigenlijk alleen maar aan het twijfelen is. ADO ruikt dat hier een overwinning in zit. Wordt afgeteld vanuit het uitvak. En je weet, als de supporters van ADO Den Haag gaan aftellen, dan begint het Haags kwartiertje. 75 minuten gespeeld. Nu wel Groningen. Hoven die de bal afpakt van Veerman richting Van Veen. 16 meter gebied in. Wel wat ver aan de linkerkant. Dus Van Veen die moet terug. Kan hem dan afspelen richting Merte. Maar ja, Merte is natuurlijk niet de beste schutter in dienst van FC Groningen. Zijn schot gaat dan ook ver naast de goal van Wendges. ADO gaat wisselen. En dat is wel een opvallende wissel. Want de man die er al eerder in kwam voor Vigen Christensen, Komljenovic, gaat naar de kant. Voor hem komt binnen de lijn Guillermo Sierenveld. En ik denk dat te maken heeft met de gele kaart die hij eerder kreeg, Komljenovic. Dat hij nu weer naar de kant wordt gehaald door Kalisic. Zo blijven we toch mooi kut knutselen met die namen van ADO. Maar volgens mij gaat het tot dusver redelijk. En als wij nog een kwartiertje volhouden, zit het er alweer op. Laten we hopen dat er in dat kwartier nog een hele hoop gaat gebeuren. Want Groningen heeft ondanks die redelijke openingsfase in de tweede helft toch bitter weinig laten zien. En speelt voor een groot gedeelte als de ploeg van vorig seizoen inspiratieloos. En het lukt Groningen niet om een vuist te maken. En Groningen speelt zeker niet als een gedoodverfde kampioenskandidaat. Een ploeg die direct wil promoveren. Want ADO blijft in die tweede helft. Tot dusver moeten we erbij zeggen. Want het kan zomaar anders zijn. Vrij makkelijk overeind. Schreuders nu dan aan de rechterkant van het veld. Die wilde dan langs. Kan hij hem dan voorgeven of niet? Bal wordt aangeraakt. Komt voor. Er wordt weggewerkt. Uiteindelijk wordt die bal dusdanig weggewerkt dat Groningen een meter of 20 voor de middenlijn mag gaan ingooien. 77 minuten op de klok. 0-1. Nog altijd. Marvin Peersman speelt de bal terug naar Renginio Balker. Gaat de bal weer naar de rechterkant. En kijken of Johan Hoven dan misschien een goede voorzet kan geven. Probeert dan met een paas te komen. Is trouwens een goede paas ook. Richting Bakuna volgens mij. De bal was het Touré. En dan gaat die bal over de achterlijn. En krijgt haalt Touré
er een hoekschop uit. En dan in ieder geval weer wat gevaar voor het doel hopelijk van ADO. En kijken of het die hoekschop gaat opleveren. De hoekschop aan de rechterkant. Het zal ongeveer, denk ik misschien wel de 12e hoekschop zijn voor FC Groningen in dit geval. Maar al die hoekschoppen hebben tot nu toe nog niks opgeleverd. Kijken of het nu wel wat oplevert. Nee, dan is er wat gerommel en wat geduw in het strafschopgebied. Wil Gozen Bejoek eerst dat de spelers van elkaar afblijven. Dat is ook altijd een opdracht die scheidsrechters meekrijgen bij een hoekschop. Zorg ervoor dat de spelers van elkaar afblijven. Dat je gewoon die hoekschop kan gaan nemen. En dat er in ieder geval geen grommel is voor het doel. Nu kan eindelijk die hoekschop genomen gaan worden. Bal dus vanaf de rechterkant. Draait in. Goede bal. Kan weggekopt worden. En gaat de bal weer over de achterlijn. Hoekschop van Irandust. Kan opnieuw een hoekschop gaan nemen. Krijgt nu hulp. Van de medespeler. Nee, Hoerendus gaat het even weer zelf doen. En dus opnieuw een indraaiende hoekschop vanaf de rechterkant. Goed ingedraaid. Kan gepakt worden door Wendges. Laat de bal los. Kan die bal ingekopt worden. Gaat hij net naast het doel ingekopt. In dit geval door Redinio Balker. En dan gaat Wendges erbij liggen. Ja, je hoort het fluitconcert van de supporters van FC Groningen. Het is natuurlijk ook een beetje tijdrekken aan de kant van ADO Den Haag. Want zij voelen dat zij hier wellicht met 3 punten weg kunnen gaan. Terug kunnen gaan naar Den Haag. En dan neemt iedereen daar alle tijd voor. Dan zien we dat Wendges uiteindelijk toch behandeld gaat worden. We zitten inmiddels al in de 80ste minuut van de wedstrijd. Ik weet niet wanneer de laatste keer is geweest dat ADO hier wist te winnen in Groningen. We hadden het natuurlijk wel eerder genoemd in 2011. Playoffs tussen FC Groningen en ADO. FC Groningen verloor toen in Den Haag met 5-1. Won hier 3 dagen later ook met 5-1. Uiteindelijk na strafschoppen was het ADO Den Haag dat Europa inging. En FC Groningen dus op de valreep niet Europa inging. Tim Matafs was toen degene die de laatste penalty miste. Schoot hem op de lat. De laatste keer dat beide ploegen hier tegenover elkaar stonden was volgens mij op 26 januari 2021. 2,5 jaar geleden. Toen werd het 3-0 voor FC Groningen. Een wedstrijd die gespeeld werd zonder publiek. En nu dus gewoon weer publiek aanwezig. Ook uitsupporters uit Den Haag die een bal gehakt hebben gekregen voor de wedstrijd. Een soort vriendendienst vanuit de supportersvereniging van FC Groningen. De laatste keer dat FC Groningen, dat de uitsupporters meegingen aan Den Haag, werden ze op een hele leuke manier ontvangen door de supporters van ADO. En nu hebben de supporters van FC Groningen dat gedaan voor de supporters uit Den Haag. Het spel ligt nog steeds stil. Wendges staat inmiddels wel. Ondertussen staan wij nog steeds te kijken naar die 1-0 achterstand. En heb jij voor mij opgezocht wanneer de laatste keer is dat ADO won? Dat was in 2013, 8 december. En toen werd het 1-2 voor ADO Den Haag. Toen er nog op een zondagmiddag om 2:30 in de Eredivisie werd gespeeld. En nu spelen we een divisie lager. Spel even stilgelegen dus vanwege die blessure van de keeper van ADO Den Haag. Ja, die keeper wordt nu met een hoop gefluit begroet door de FC Groningen supporters. Maar ja, geef de beste man eens ongelijk. Zolang de scheidsrechter het toelaat, kan hij er natuurlijk gewoon gebruik van maken. En daar is helemaal niks mis mee. Dat zou Verrips andersom ook doen. Verrips zeg ik, maar ik wilde zeggen Van Veen. Spits kreeg de bal, wilde hem met een hakballetje bij een medespeler krijgen. Dat lukte niet. Terwijl Emmen op gelijke hoogte is gekomen in Amsterdam. Zij hebben nog 20 minuten om nog te winnen van Jong Ajax. Groningen zou maar wat graag in diezelfde situatie zitten. Hier is er veel langer gespeeld. 82ste minuut loopt. En nog altijd de achterstand dus voor FC Groningen. 1-0 dankzij het doelpunt na een kwartier van Henk Veerman. En als ik dit zo zie, verwacht ik eigenlijk niet dat Groningen nog op gelijke hoogte gaat komen. Wonderen zijn de wereld nog niet uit. Nu is het een overtreding van Irandus, die matig invalt. Die vaak heel matig speelt. En zijn grote belofte helaas nog altijd niet heeft kunnen waarmaken. Want de verwachtingen waren nogal hoog gespannen toen hij aangetrokken werd door Marc-Jan Verderes. Werd hier op een troon gehezen terwijl Van Hintem een vrije trap neemt. Bal richting de linkerkant van het veld speelt. En dan even de bal terug door ADO. Dan is het Groningen nu wat kan overnemen. En dat komt door een goede actie van Touré, Van Veen. En die wordt dan uiteindelijk van de bal gezet. Blijft nog even liggen. Was weinig aan de hand. Nu is de uitkijk geblazen aan de andere kant. ADO kan eruit met Van Mieghem. De bal naar de linkerkant.
Kudusu die eventjes inhoudt. En het gevaar geweken. Terug naar de keeper. Dan moet je aanvallen als je Van Veen heet. Daarom de keeper nu van ADO. Die hem even in één keer weer het veld inbrengt. Om het maar eventjes niet spannend te maken voor hemzelf. Nou, dan gaat het bij Valente weer mis. Die speelt de bal over de zijlijn. En zo gaan er bij Groningen zoveel simpele dingen mis. Het is eigenlijk ongelooflijk. Tom van Bergen gaat bij Groningen zo in de ploeg komen. Ik zie ook dat Christian Lien de dugout induikt. Weet ik niet of dat is om weer te gaan zitten. Of om zich om te kleden. Maar Van Bergen heeft tot dusver geen doelpunt gemaakt voor Groningen. Het zou mooi zijn als hij dat in zo'n wedstrijd doet. Ik kan me nog herinneren ooit Groningen tegen NEC. Dat Romano Postema, de jeugdspeler, belangrijk was met twee doelpunten in de slotfase van de wedstrijd. Waardoor Groningen won. Mooi zijn als Van Bergen ook zo'n moment gaat beleven. Maar daar ziet het op dit moment nog niet naar uit. 84ste minuut, 0-1 de stand. Nou, je zou nu een storm lopen op het doel van ADO van Den Haag verwachten. Met een publiek dat er volledig achter gaat staan. Maar daar is absoluut nog geen sprake van. Want ook deze bal van Balker is slecht. Gaat langs alles en iedereen. En eindigt in de handen van Wendges. De keeper van ADO Den Haag. Die natuurlijk weer even alle tijd neemt om de bal weer in het spel te brengen. Die komt dan uiteindelijk met een harde bal richting Van der Zanden. Die probeert me door te koppen naar Veerman. Bereikt Veerman niet. Maar het balbezit blijft wel voor ADO. Omdat Groningen niet medespeler weet te bereiken. Kijken of het Iran dus nu wel lukt. Maar dat lukt hem niet. En dan is het ADO Den Haag dat het opnieuw kan overnemen. Gaat die bal weer helemaal terug naar Wendges. Wendges weer met een lange trap. Nu naar de Veerman op de borst. Even kaatsen naar Van der Zanden. De bal nu aan de linkerkant van het veld. Op de helft van FC Groningen. Ter hoogte van het strafschopgebied. En via Schreuders gaat de bal over de zijlijn. En dan gaat er gewisseld worden. Stefan noemde hem al even. Tom van Bergen gaat in de ploeg gekomen. En hij gaat Luciano Valente vervangen. En dus voor de laatste 5 officiële minuten gaat Tom van Bergen FC Groningen versterken. Nou, kijken of hij dan FC Groningen naast ADO Den Haag kan brengen. FC Emmen is het dus gelukt tegen Jong Ajax. Een 2-0 achterstand weggewerkt. Daar is het 2-2. Kijken of dat in Groningen hier in Euroborg ook kan lukken. Dat FC Groningen naast ADO Den Haag kan komen. De ingooi was inmiddels genomen. En de bal gaat over de achterlijn van FC Groningen. Dus de doeltrap genomen door Michael Verrips. Verrips geeft de bal dan mee aan Radinho Balker. Die geeft hem weer op zijn beurt aan Marvin Peersman. Dan gaan we even weer lopen met de bal. Is het tempo weer een beetje laag. En dat tempo mag wel wat hoger. Want veel minuten zijn er niet meer te spelen in deze wedstrijd. We zitten echt in de slotfase. In de 86ste minuut van de wedstrijd inmiddels. Met nog wel het balbezit voor Groningen via Hoven. Hoven die dan even draait om zijn as. En probeert dan de medespeler te bereiken. Dit valt Meta. De bal gaat dan via Tje over de achterlijn. Of Asante die de bal over de achterlijn werkt. De ingooi is dus voor FC Groningen via Meta. Met die dan ook weer even moet kijken waar dan de vrije man is. Dat is in dit geval Touré. Mooi achterlangs gespeeld door Mette. Die vindt dan Peersman. Peersman, ja, die kan met een voorzet komen. Doet hij niet. Gaat de bal weer naar Mette. Mette die zich dan vastloopt. En dan kan ADO Den Haag weer uitverdedigen. Daar is Veerman die de bal even vasthoudt. Geeft hem aan Van Michum. En levert hem op zijn beurt weer in bij Peersman. En kan gaan FC Groningen gaan bouwen via Bakuna. Kan Bakuna schieten? Nee, kan dan ook niet. Kevin van Veen in dit geval bereiken. En dus gaat FC Groningen opnieuw bouwen aan een aanval. Precies 86 minuten gespeeld. We blijven de minuten nu maar een beetje sneller opnoemen, want tijd begint te dringen voor Groningen. Groningen probeert het wel, maar het lukt tot dusver absoluut niet. Nu is het Iran dus die de bal weer als laatste raakt. Nou, dan gaat hij over de zijlijn. Ingooi ADO. Terwijl Groningen de bal had, aan het aanvallen was, is het Iran dus die zich weer zo makkelijk van de bal laat zetten. Het is zo spijtig als je die spelers van FC Groningen af en toe ziet klunzen. Want dat is het. Mag ADO gooien, ja, die wachten wel, die hebben de tijd. Er zal nog wel redelijk wat extra tijd bij gaan komen vanwege al dat tijdrekken. Maar ja, als het in de eerste 90 minuten eigenlijk al niet lukt, dan moet je wel geluk hebben, wil het toch nog lukken. Het kan natuurlijk nog altijd. Hoven met de voorzet. En dan gaat in het 16 meter gebied Van Bergen onderuit. Weinig aan de hand. Ik heb het idee dat hij ook meer uitglijdt dan dat er
er een overtreding op hem wordt gemaakt. En dat houdt in dat de doelman van ADO de bal in de handen heeft. Stuit het een paar keer, zal in zijn hoofd tellen. De bal zo lang mogelijk in bezit houden. Elke seconde is er wat dat betreft voor ADO 1. ADO vanochtend al vroeg vertrokken richting Groningen. Spelers zaten voor 10 uur al in de bus. Hebben nog eventjes gerust in een hotel wandelingetje gemaakt. Voordat ze het was ook lekker weer uiteindelijk voor naar Groningen gingen. Ja, was inderdaad prima weer voor. Nou, bal weer over de zijlijn. Het publiek wordt minder en minder tevreden. Het gefluit neemt toe en neemt toe. En dat heeft Groningen aan zichzelf te wijten. Want het is niet best. Mensen fluiten ook omdat ADO wel heel lang erover doet trouwens hoor. Om een ingooi te nemen levert nu ook Koedersson denk ik een gele kaart op. Ja, zal hem worst wezen. Nu uiteindelijk dan de ingooi. Balbezit vrij snel weer voor Groningen. Maar als Groningen de bal heeft dan is hij of bij de voorwaartse. En dan zijn ze hem snel weer kwijt. Of bij de achterwaartse. En dan gaat hij naar de voorwaartse en zijn ze hem daarna snel weer kwijt. Nu is hij nog in de verdediging. Gaat hij nog even weer terug. Maarten naar Peersman. Hoven dan. Toch de spelverdeler. Naar Schreuders aan de rechterkant. Langs de tegenstander. Goed gedaan, maar uiteindelijk ook goed verdedigd. Is Groningen de bal weer kwijt. ADO levert hem ook direct weer in. Is het Balker die hem kan aannemen. Net over de middenlijn. 89ste minuut inmiddels. Ja, ik zou gewoon lekker nu opportunistisch gaan voetballen. Want tot nu toe, als het de bal over de grond gaat, dan levert het heel weinig op. Dus probeer gewoon, ga een beetje pompen. Ballen van de zijkant, weet ik veel wat. Maar de bal wordt nu weer breed gespeeld naar Touré. Touré die zich even laat uitzakken. Meta nu aan de linkerkant. Halverweg de helft van ADO Den Haag. Meta dan bal aan Van Bergen. Van Bergen terug naar Hoven. Hoven nu naar de rechterkant. Geopend naar Balker. Balker moet even lopen om die bal te halen. Dan gaat de bal nu helemaal naar de rechterkant naar Schreuders. Krijgt de hulp van Balker. Komt Balker met een voorzet. Ja, komt met een voorzet. Gaat die bal richting de tweede paal. Komt op het achterhoofd van Van Veen. En uiteindelijk wordt die bal verwerkt tot hoekschop. En een hoekschop nu genomen. Nu snel. Ja, nu ligt er wel tempo natuurlijk bij Iran Dust. Die heel snel die hoekschop wil gaan nemen. Vanaf de linkerkant. Iran Dust kijkt dan wie er mee is. Ja, iedereen weer opgesteld in het strafschopgebied. We zitten inmiddels in de laatste minuut van de wedstrijd. Officiële speeltijd. Komt die hoekschop. Kan dan weggekopt worden. Dus opnieuw een hoekschop. Wat zei Stefan? Verrips blijft staan. Waarom ga je niet mee naar voren? Ja, Verrips blijft inderdaad staan op zijn eigen helft. Je staat met 1-0 achter. Dus waarom ga je niet mee? Gooi gewoon iedereen voorin. Want je wil gewoon in ieder geval een punt gaan halen. Maar niks straalt uit dat FC Groningen überhaupt maar een doelpunt gaat maken. Want ook deze hoekschop, ja, het was even gevaarlijk bij de eerste paal. Maar ADO Den Haag weet een doelpunt te voorkomen. En dan uiteindelijk kan de bal weer weggewerkt worden. Officieel nu zitten we. Zijn de officiële speeltijd is nu verstreken. 90ste minuut. En we krijgen 6 minuten extra tijd. Dus 6 minuten heeft FC Groningen nog tijd om iets aan die achterstand te doen. Maar het balbezit is weer voor ADO. Via Van der Zanden. Die gaat even lopen. Probeert dan Van Michem te bereiken. Van Michem die in zijn eentje voorin, voorin staat. Maar dat is te weinig ten opzichte van 2 spelers van FC Groningen. Jurgen Schreuders die nu de middellijn de bal krijgt. Gaat de bal weer terug. Ja, zo blijft het tempo ook heel laag. Peersman gaat die bal weer naar Bakuna. Bakuna die dan even weer open draait. Gaat even weer lopen. Kijken of die dan wat ruimte kan vinden. Probeert dan een speler van in dit geval ADO voorbij te lopen. Dat lukt niet. Hij wilde er dwars doorheen volgens mij. Ja, dat lukt sowieso niet. Het enige wat FC Groningen wat ze er aan overhouden is een ingooi. Een ingooi genomen door Irandis. Terwijl Guzzi Bayouk nu hij geeft even. Ik heb geen idee wat er aan. Oh, er moet een er is iets met Meta, geloof ik. Die gaat nu het spel. Staat nu buiten het veld. Het spel gaat weer verder. Oogwondje. Oké, het spel gaat weer verder. Komt een lange bal richting Van Veen. Die weet niet het kopduel te winnen van Waam. En dan Van der Zanden. Die bal even hoog gooit. Waam probeert dan mee te gaan. Ja, het balbezit nu dan weer voor FC Groningen. Inmiddels denk ik 2 minuten gespeeld in blessuretijd. Ook 1 minuut en 20 seconden. Heel mooi dat jij een stopwatch mee laat lopen. Ja, heel slim. Betekent ze nog 4,5 minuut. Lange bal richting Van Veen. Komt Van Veen al vrij. Daar komt hij. Komt het schot dan van Van Veen. Schiet hij via de paal of de lat. Gaat die bal dan het doel niet in. Nou, dit was dan de mogelijkheid voor Kevin Van Veen. Maar de bal op het aluminium. En dus nog steeds 0-1 voor ADO. De speler van ADO Den Haag natuurlijk weer geblesseerd in het 16 meter gebied. Dat is ook waarom het publiek nu aan de fluit is. Kramp.
En dat zal betekenen waarschijnlijk dat er nog iets extra qua extra tijd bij komt. Brengt Groningen nog Lien. Dat heeft er alles mee te maken dat Merten dus nog altijd buiten de lijn is. Moest van Geuzebuehoek naar de zijlijn. Omdat hij een hoofdwond had en een hoofdwond heeft. Dat er waarschijnlijk wat bloed bij kwam kijken. En dan moet je vanwege je eigen veiligheid naar de zijkant. En dat is een logische beslissing. Merten nu de catacombe in. En Lien binnen de lijnen. De spits die dus aangetrokken werd, speelde op het tweede niveau in Noorwegen hiervoor. En het spel weer vervolg. We zitten inmiddels 2,5 minuut onderweg zijn we van de 6 minuten extra tijd. Balbezit voor Groningen. Peersman die pompt hem erin richting Touré. Die kan hem niet aannemen. Is het Hoven die uitglijdt en dan kan ADO eruit komen. Ja, het is natuurlijk wachten op die tegenaanvallen van ADO Den Haag. En die komt nu van Michum. En die moet voor Verrips zijn. Die is op tijd uit zijn goal. Prima gedaan ook van Verrips. Die zorgt voor de Groningen in balbezit. Blijft met de bal naar Schreuders. Schreuders met de bal naar Touré. En dan de overtreding gemaakt van Poedersson, denk ik. En dat levert Groningen, wilde ik zeggen, een vrije trap op. Gebeurde uiteindelijk volgens de scheidsrechter niks. En ja, de scheidsrechter die gaat erover. Die geeft ADO Den Haag of een ingooi of een vrije trap. Terwijl Emmen de achterstand heeft goed gemaakt. Daar wel feest. 3-2 tegen Jong Ajax. Maar ja, dat je van Jong Ajax kan winnen, dat wisten we. Dat liet Groningen zelf ook zien. Tegen de echte tegenstanders heeft Groningen tot dusver een stuk moeilijker. Is tegen Willem II gelijk. En nu tegen ADO stevent de ploeg van Dick Lecun dus op een nederlaag af. Nog anderhalf of 2,5 minuut. Het balbezit voor Groningen. Radinho Balken, hup, naar voren met die bal. Naar Peersman. Peersman ter hoogte van de middenlijn. Die slingende hem er maar eens in. Richting Lien. Tweede bal voor Groningen. Bakuna. Dan is het Van Bergen. Die heeft het been te hoog geheven. En dat levert ADO een vrije trap op. En is het gevaar weer geweken. 2 minuten nog, Emiel. 1-0 de stand dus voor ADO. Ja, 2 minuten. Het kan altijd nog. Ik moet zeggen dat ik er zelf niet heel erg meer in geloof. Maar goed, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. We hebben het net gezien in Emmen. Bij Emmen. We stonden met 2-0 achter tegen Jong Ajax. We hebben dat omgedraaid en staan gewoon weer 3-2 voor. Terwijl ik ook naar het scherm zit te kijken en zie fans van MVV juichen. Die staan voor tegen Den Bosch 1-2. Ondertussen het spel weer hervat. De bal is over de zijlijn gegaan. Halverwege de helft van FC Groningen. En dus is de ingooi voor, lijkt mij, voor ADO. Dat is inderdaad dit geval, ook het geval. De ingooi is voor Chen. Dan is er weer een tweede bal in het veld. En zo weet ADO ook hierin weer lekker tijd te rekken. Geeft Geuzebuehoek even aan waar Chen precies moet gaan ingooien. Nou, die heeft dan die plek gevonden. Neemt er natuurlijk nog steeds weer de tijd voor. Gaat die ingooi komen naar Van der Zanden. De bal niet over de zijlijn omdat Chen hem in weet te houden. Van der Zanden weet dan, probeert in ieder geval Van Michum te bereiken. En dan is het Schreuders die mee moet helpen. En de bal in zijn eigen strafschopgebied werkt. En dus is het balbezit. Zit nog steeds voor ADO. Van der Zanden met een bal laag ingeschoten. Wordt geblokt door de verdediging van FC Groningen. Kan Groningen misschien nu uit via Touré. Ter hoogte van de middenlijn gaat onderuit. Geen overtreding. Publiek zegt was wel een overtreding. Maar Geuzebuehoek mag doorgaan. Een goede tackle van Touré. Die dan onderuit wordt gehaald door de nummer 7 van ADO Den Haag. En dat is Terrel van Michum. En die krijgt de gele kaart voor Geuzebuehoek. Nou, het zal hem een zorg zijn. Want we zitten echt in de laatste seconde van de wedstrijd. Officieel nog 20 seconden blessuretijd. De gele kaart dus voor Van Michum. Maar dat levert dan ook weer tijdwinst op. Want er moet dan weer een vrije trap worden genomen. Ter hoogte van de middenlijn. Verrips gaat die vrije trap nemen. Dat is logisch. Voor de rest staat iedereen op de helft van ADO Den Haag. Dus ook de 10 veldspelers van FC Groningen. De enige die mist op de helft van ADO Den Haag is Verrips. Wacht even tot die vrije trap genomen kan worden. Nou, die kan die vrije trap genomen worden. Gaat hoog richting het strafgebied. Kan ingekopt worden. Nee, kan niet ingekopt worden. Uiteindelijk wordt die bal dan gaat over de achterlijn. En dus nog een hoekschop voor FC Groningen. Nou, hoort het publiek. En nu gaat Michael Verrips wel mee naar voren. Betekent iedereen op de helft van ADO Den Haag. Dan zal Verrips dan misschien de man zijn die weet te scoren namens FC Groningen. De hoekschop van de Iran dus. Gaat richting de eerste paal. Kan weggekopt worden. Ja, die hoekschop is ook gewoon niet goed. Dan Iran dus nog een keer met een voorzet. Kan weggekopt worden. Kan Touré dan schieten. Schiet hij ook. En dan uiteindelijk in de handen van
Quintgus, de keeper van ADO Den Haag. Nou, dit had het moment moeten zijn van FC Groningen. Maar uiteindelijk via een verdediger van ADO Den Haag komt die bal in de handen van Quintgus. De poging was van Touré. Die in ieder geval het probeerde. Dat FC Groningen natuurlijk veel vaker moeten doen. Quintgus neemt natuurlijk weer alle tijd. Keuzebeek ook nog niet afgefloten. Nou, misschien dat er nog een mogelijkheid kan komen voor FC Groningen. Bakuna. Nee hoor, Keuzebeek fluit af. FC Groningen, ADO Den Haag eindigt in 0-1. 16e minuut, het doelpunt van Henk Veerman. Ja, en dan is dit een grote teleurstelling, Stefan. Welkom in de keukenkampioen-divisie FC Groningen. Je weet nu waar je staat. En we weten ook dat er nog heel veel werk aan de winkel is. Het is de tweede nederlaag van FC Groningen dit seizoen. En het is eigenlijk... ja, bizar. Het is onmachtig wat we zien. We zien geen ploeg die strijdt om het kampioenschap. Het kan nog veranderen, maar er is heel veel werk aan de winkel. 1-0 is het hier dus geworden voor ADO Den Haag. Doelpuntenmaker Henk Veerman. En de Euroborg stroomt zeer teleurgesteld leeg. Om een klein groepje ADO Den Haag supporters die aan het feestvieren zijn in het uitvak. Emiel Venema en Stefan Bleker vanuit de Euroborg. Gaan wij zo na praten met Wim Masker. Een 1-0 verlies in eigen huis tegen toch ja, misschien wel gewoon een directe concurrent. Hoe gaat dat aankomen? Straks ook de interviews vanuit de Euroborg. Met natuurlijk ook Dick Lukien en verschillende spelers die langs zullen komen. En dan horen we van hun hoe zij aankijken tegen deze nederlaag. Het nieuws van 10 uur, dat gaan we zo oppakken. Eerst Wim Masker nog even vanuit de Euroborg. Wim, hoe heb jij gekeken naar die tweede helft? Met frustratie? Nee, nog niet. Oké, okay, dan wachten we nog even op Wim. In de tussentijd gaan wij naar het uitgestelde nieuws. Oh, bijna. Het is bijna 10 uur. Straks dus verder met FC Groningen Live. FC Groningen Live. Erik Hogeboom. Ja, we gaan napraten naar de wedstrijd Groningen tegen ADO. Eindstand 0-1. Een verliespartij dus in eigen huis tegen ja, een directe concurrent. Zo mag je het zeker wel noemen. ADO gaat de punten meenemen terug naar Den Haag. En Wim Masker zat in het stadion en die heeft alles gezien. Altijd op Noord, Radio Noord. Laten we dus maar gelijk naar Wim Masker gaan. Wim, die tweede helft, het had moeten gebeuren, het is niet gebeurd. Nee, het is niet gebeurd. Ze hebben ook heel weinig kansen gecreëerd. Nou, 4 minuten naar rusten. En in de tussentijd de hele tijd niks. Daarna nog een paar hachelijke momenten die ongetwijfeld de samenvatting gaan halen. Maar als je die hele tweede helft ziet, dan zie je toch wel een heel onmachtig FC Groningen. Dat, moet ik zeggen, ook wel tegen een goed verdedigend ADO moest spelen. En ik denk... Ik heb ADO voor de wedstrijd een kampioenskandidaat genoemd. Nou, ik denk dat ze dat ook wel zijn. Ze hebben voorin heel veel gochme. En ze kunnen een heel geconcentreerd en ook wel redelijk massaal verdedigen. En ik vrees voor FC Groningen, dit is nu al de derde wedstrijd waarin ze niet scoren, dat we dit soort wedstrijden nog veel vaker gaan zien. Tegenstanders die hebben eigenlijk ook al bij de wedstrijd Groningen Willem II gezien, dat als je de ruimtes heel klein maakt, dan gaat Groningen breien. Groningen heeft ook niet een spits met à la Martin Drent, Harris Huizing vroeger, voor een wat oudere luisteraar, die heel goed in de lucht zijn. Van Veen is wel lang, maar is niet echt een kopper. Je hebt ook niet echt vleugelspelers die een mannetje kunnen uitspelen. Bij sommige mensen dachten dat Emmeran dat wel was. Nou, ik heb het eerlijk gezegd ook in de trainingen niet heel vaak gezien. Heel af en toe dat hij wegdraaide. Maar hij kreeg toch het vertrouwen, Wim, in basisplaats. Maar er zijn natuurlijk ook niet zo heel veel alternatieven. Hè? In de tweede helft kwam Iran dus erin. Nou, die had een paar dreigende momenten. Maar die hebben we eigenlijk verder ook nauwelijks gezien. Wat ik al zei, het is ook wel heel lastig voetballen tegen een massaal verdedigende tegenstander. Maar dat is binnen de reglementen. Ik kan ook niet zeggen dat ADO nou zo gemeen speelde. Er werd af en toe stevig ingegrepen. Maar het was niet zo dat, ze op een Italiaanse harde manier de zijs hanteren. Nee, Groningen komt gewoon te kwaliteit tekort, vrees ik. Eind vorig seizoen kwam ik tot de droeve conclusie dat dit FC Groningen een rechterrijtje eerste divisie is.
En ik had de hoop dat met de nieuwe trainers, met een aantal nieuwe aanwinsten, dat het veel beter zou zijn. Maar ja, tot op heden, ik ben bang dat als we vanavond de ranglijst zien, dat Groningen inderdaad in dat rechte rijtje staat. Dat is nu al best wel een harde conclusie, Wim, zo vroeg in het seizoen. Ja, maar je ziet wel terugkerende problemen. Onvermogen om een hoog tempo te hanteren. Toch vrij zwakke vleugelspelers. Dat had je vorig seizoen, dat zie je dit seizoen weer. Foutjes, dat is dan wel weer de pech, die meteen worden afgestraft. Het ziet er, je moet ook niet heel erg somberen. Groningen gaat heus wel wedstrijden winnen. En ik denk dat ze uiteindelijk heus wel naar dat linker rijtje gaan opklimmen. Maar Groningen heeft geen betere ploeg dan NAC, dan Willem II, dan ADO, dan Cambuur. Er is geen absolute titelfavoriet. Maar als ik kijk naar ADO van vandaag, met heel veel routine, slimme spelers. Nou, Groningen heeft wel ervaren spelers, maar echt spelers met heel veel gochme lopen er ook niet rond. Nee, als je dan kijkt naar trainer Lukien, die toch Emmen ook heeft laten promoveren. Ja. Het kan nog steeds. Ja, dit kan nog, maar ja. Doet hij wel het juiste dan? Nou ja, je moet wel kijken. Heeft hij dan allemaal spelers op de bank gezet waarvan de mensen zeggen, hoe is het mogelijk dat hij die op de bank zet? Ik denk het niet. Ik denk dat Groningen heeft geen slechte spelers. Dat wil ik niet beweren. Alleen, voor het opportunistisch spel hebben ze eigenlijk geen spelers. Je zit te kijken en je hoopt op hoge ballen, maar je denkt ook, ja, nou, stel dat die hoge ballen komen. Wie moet dat luchtduel dan winnen? Ja, geen spits voor hem met echte kopsterkte, zoals je net zei. Ik had gehoopt, vorig seizoen riep ik dat al in de winterstop. Want naast Peppi heb je eigenlijk een soort appie-happie spits nodig. Een type Paul Gladon. Ja, okay, ja. En die heb je niet, want Christian Lien, nou, die kan wel aardig koppen. Maar die is 1,80 meter zoiets. Dat is niet een speler die domineert in de lucht. Vleugelspelers, ja, Emmeran eerste helft recht aan de rechterkant. Daar verwachtte ik al niet veel van. Er kwam niks van terecht. Tweede helft linkerkant was niet beter. En aan de rechterkant hebben we eigenlijk ook. Ja, toen ging Valente, die voor rust op 10 speelde, ging aan de rechterkant spelen. Kwam eigenlijk ook niet tot voorzet. Nou, dan moet het van de backs komen. Kort na rust zagen we een goede individuele actie van Rente. En eigenlijk is daar het enige echt gevaarlijke moment uitgekomen. Plus nog wat schoten die als ze goed van richting waren veranderd of als Wendtjes een fout had gemaakt, dan had Groningen nog kunnen scoren. Ja, dan wordt er een paar keer gewisseld. Rente gaat er dan juist uit. Komt Schreuders voorin. Ja. Emeran gaat er ook uit. En dan komt Touré. Dat is in de 71ste minuut komt Touré er pas in. Ja. Nou ja, Touré heeft ook geen bijzondere dingen laten zien. Maar die is in ieder geval steviger dan die jongens die voor hun speelden. Abraham en Emmeran, die ogen nog steeds allebei als jeugdspelers. En het is ook heel goed te begrijpen dat Emmeran niet in Engeland is gebleven. Want daar mist hij nog de fysiek voor. Het is nog een fysiek zwakke speler. Valt hij je tegen in deze wedstrijd? Ja, dat kun je wel stellen. Hij heeft eigenlijk niks bijzonders laten zien. En zit het dan, dat is dus het ontbreken dus een creativiteit? Ja, nou moet ik wel zeggen, dat zie je op alle niveaus. Het is ook wel heel erg lastig spelen tegen ploegen die met 7-8 man achter de bal spelen. En heel compact. Nou, daar staat Kalisic ook wel een beetje op onbekend. Dick Lukien voorspelde dit ook al. Die gaan echt niet op onze helft spelen. Ja, tenzij ze moeten, dat ze achterkomen. Dat had Groningen graag gezien. Maar dat is niet gelukt. Eerste kwartier waren er 2 goede mogelijkheden. Dat kunnen mensen vanavond ook op tv zien in de samenvatting. Maar daarna, eigenlijk na die 0-1, vanaf dat moment leek Groningen al het zelfvertrouwen kwijt. En hebben we nog maar heel weinig goede aanvallen gezien. Is het dan eigenlijk ook meer een mentaal probleem, Wim? Nou, ik denk wel. Kijk, je had moeilijk al die spelers kunnen wegsturen. Maar bij een aantal die er vorig jaar ook al bij waren, die hebben waarschijnlijk toch een soort van déjà vu gehad. Van, oh, daar gaan we weer. Die hebben een tik gehad. Ja, en het is nu al de derde wedstrijd, hè, van de 5 waarin Groningen niet scoort. Willem II niet, Utrecht uit niet. En nu dus alweer niet. En het is ook niet zo dat Groningen helemaal geen kansen toestaat. Je moet toch elke wedstrijd, krijgt de tegenstander wel 3-4 kansen. En dan is de kans ook groot dat er 1 of 2 keer uit wordt gescoord. Ja, dat had ook wel 2-0 kunnen zijn. Verrips deed nog een knappe redding in de 73ste minuut. Ja, trouwens een heel knullig weggegeven corner. Want eigenlijk heeft NAC de tweede helft helemaal aanvallend helemaal niks laten zien.
Ook daar zal ongetwijfeld één of twee, dat ziet er dan aardig uit. Maar ze hebben helemaal geen aanvallende intenties meer gehad. Waren trouwens ook de bal best wel snel weer kwijt. Ze hoefden ook niet. Ze stonden voor niet. En ze hadden ook het gevoel dat Groningen niet gevaarlijk kon worden. Ja, er had zomaar een bal in kunnen vliegen. Want Groningen schoot een keer vanaf buiten het strafschopgebied. Wordt hij van richting veranderd? Ja, dat is een keeper kansloos. En misschien had Groningen dat nog wel meer moeten proberen. Gewoon maar schieten. En hopen dat hij een keer goed valt. Nu werd toch wel heel vaak gezocht naar de vrije man. En die was eigenlijk niet te vinden. Ja, was het slotoffensief dus daarmee eigenlijk ook een beetje te laat? Ja, Emiel zei ook terecht. Ga nou sneller naar voren. Zoek dan wat sneller diepte. Alleen, als je dan keek naar degene die aan de bal was. Welke mogelijkheden hij had om iemand aan te spelen. Die waren er ook niet. En het is niet zo dat die spelers niet willen. Of geen loopacties willen ondernemen. Maar als een tegenstander heel erg goed zone verdedigt. Is het ook heel erg lastig voetballen. Maar dan kun je toch als trainer kun je daar toch ook op trainen? Ja, op dat trainen ze ook wel op. Alleen wat je dan doet is trainen tegen je eigen spelers. En niet die van de wedstrijd. Dus het blijft altijd een beetje surrogaat. Je traint met je eerste elf tegen je tweede keus. En die zijn nooit zo goed als de basisspelers van een topclub. Is het in zoverre misschien ook zo dat een keukenkampioen ploeg van vorig jaar eigenlijk beter heeft kunnen bouwen aan het huidige team dan FC Groningen, die toch een verliezend elftal om moet vormen naar een ander elftal? Ja, dat zou kunnen. Aan de andere kant, voor de wedstrijd heb ik ook gezegd, bij ADO, dat had een verliezend elftal. Is vorig jaar 12e geworden. Maar van dat team zijn er maar twee spelers over. De keeper en de rechtsback. Vandaag althans. En de rest is allemaal nieuw. En ik moet zeggen, ze hebben het aardig bij elkaar gekocht. Een beetje in de geest van Kalisic. We spelen op eigen helft. En de slimme, geroutineerde jongens voorin. Nou, ik heb ze al een paar keer genoemd. Veerman, Van Lichem en Van der Zanden. Die zijn altijd wel zo slim dat ze een paar kansen bij elkaar spelen. En ik neem aan dat ze in wedstrijden tegen zwakkere ploegen zullen ze in wat vroeger het Zuiderpark heette, heeft nu een andere naam. Ook een andere plek trouwens. Cargines. Nou, kijk eens aan. Jij hebt het paraat. Cargines Stadion. Dat is op een andere plek trouwens hoor, dan het Zuiderpark. Maar daar zullen ze tegen de jong AZ's en de jong PSV's en de topossen van deze wereld zullen ze heus wel wat aanvallende spelen. Maar de eerste divisie zit de kwaliteit heel dicht bij elkaar. Je zult heel veel. ADO kan ook zomaar weer verliezen als ze tegen Eindhoven moeten of tegen MVV. Als zij het spel moeten gaan maken. Straks krijgen we voor de microfoon natuurlijk Lukien, maar ook Balker, Valente en Bakuna. Ja, Bakuna, de aanvoerder, de man met de ervaring. Heeft hij op een bepaalde manier wel zijn elftal kunnen leiden? Moet ik het misschien zeggen? Hij heeft al vaak geprobeerd de ballen naar de spits te spelen, linies over te slaan. Maar ja, wat ik al zei, als je als tegenstander heel compact staat, is het ook heel erg lastig om een speler te vinden. Ook Rente heb je dat verschillende keren wel zien proberen, maar dan werd die bal onderschept. Nou ja, dan hoor je ook geroezemoes vanaf de tribune. Maar ja, het is ook heel erg lastig spelen tegen zo'n compact staande verdediging. Ja, nou ja, en dan moet je echt individuele kwaliteiten hebben. Mensen die een tegenstander opzoeken, passeren. Lukien werd toch ook naar Groningen gehaald met het idee, dat zei Gudde ook nog bij de presentatie, dat hij een plan B kan hebben. Ja, nou ja, hij had wel een plan B. Hij heeft in de rust ook meteen gewisseld. Dat Iran dus erin zou komen en Abraham eruit. En dan hoop je dat Emmeran vanaf de linkerkant, zoals in Os, wel meteen met voorzetten kon. Maar die was ook veel te aarzelend. Het duurde allemaal te lang. Tegen een compacte verdediging, het enige wat nog wel eens wil helpen is snelle voorzetten achter de verdediging. En je hoeft niet per se tot de achterlijn door te dribbelen. Want dan staat de verdediging vaak al helemaal georganiseerd om die voorzetten die dan nog komen weg te kopen of weg te schieten. Je kunt verliezen omdat je gewoon minder bent dan de tegenstander. Ja. Maar dan moet je wel altijd strijd leveren. Was dat er wel? Ja, dat was er wel. Maar dat valt alleen minder op tegen verdedigende ploegen. Want dan heb jij de bal. En dan moet je ook nog vrij nauwkeurig in kleine ruimtes combineren. En dan ziet het er vaak uit alsof er geen strijd is. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat een heleboel mensen nu op wat vroeger Twitter heet op X zeggen van ja, maar er werd ook niet gevochten. Ja, dat is niet het geval. Het is ook heel moeilijk, maar er had een hoger tempo moeten worden gehanteerd. En ja,
Gooi een bal Wim, maar. Wim, ik ga je even onderbreken, want we hebben de eerste speler voor de microfoon staan. Kom straks bij je terug. Okay. Dino Balker bij de microfoon van Stefan Bleker. Hoe komt deze aan, Dino? Ja, deze komt wel hard aan. We wilden gewoon deze week goed beginnen, want we hebben natuurlijk 3 wedstrijden in een week. En dan willen we gewoon echt goed beginnen en dan komt hij wel hard aan, ja. Hoe kan het dat het niet lukt vandaag? Als ik dat antwoord nu al had, dan was het natuurlijk wel een andere uitslag geweest. Uiteindelijk kom je achter. Je weet dat deze ploeg één gaat zakken, op de counter speelt. Dat wisten we van tevoren. Op het moment dat je achterkomt, dan wordt het gewoon nog een stukje lastiger. Omdat ze dan nog verder in gaan zakken, op eigen helft gaan staan. En daar hadden we natuurlijk al veel moeite mee in de vorige wedstrijden. En ja, dat komt dan nu weer terug. En vind je dat zorgwekkend dat een ploeg zich ingraaft tegen jullie, een doelpuntje maakt en dat het dan voor jullie direct heel lastig wordt? Je zou moeten zeggen, je wil kampioen worden, je wil promoveren, dan moet je ook in staat zijn om andere ploegen jullie wil op te leggen en niet andersom. Daar ben ik het wel mee eens, maar aan de andere kant, ze zijn natuurlijk ook, doordat wij een betere ploeg hebben, denken zij, dan gaan ze helemaal inzakken. Dus het is een beetje dubbel. Ik denk dat we gewoon elke wedstrijd weer opnieuw moeten bekijken en in het seizoen gaan groeien. En hoe meer we zulke wedstrijden spelen, hoe beter we natuurlijk uiteindelijk uit gaan spelen. Nou, hij zegt in het seizoen groeien, maar kan dat als je moet promoveren? Want iedereen begint wat dat betreft natuurlijk op nul. En we zijn nu 6 wedstrijden bezig. En iedereen staat nu al op een plekje. Als kampioenskandidaat en als clubteam wat moet promoveren, kunnen we eigenlijk wel zeggen. Heb je die luxe? Nee, natuurlijk heb je de luxe niet. Ik zeg ook niet dat het goed is wat we nu doen. Ik bedoel, we moeten gewoon winnen. En het is ook geen excuus. Het is wel de waarheid. Dus ik hoop dat het dan maandag, als het weer gebeurt, of de volgende wedstrijd, dat het dan wel goed gaat. Dan moeten we gewoon naar blijven werken. Zag jij af en toe dingen terug die je vorig seizoen ook zag? Nee, het is natuurlijk heel anders. Ik bedoel, vorig jaar was een heel andere sfeer ook sowieso in het stadion. Niet in het stadion, het stadion was altijd meestal wel positief. Maar meer, je merkte gewoon van tevoren al een hele andere sfeer ook in de groep. En nu is het gewoon vooral teleurstellend. En vorig jaar was het natuurlijk ook niet dat wij elke keer op iemand anders tegenstanders helft de hele tijd lopen te spelen en dat ze dan in counter gaan spelen. Dat was het meer gewoon overal minder. En dit jaar, ja, dan moet je daar gewoon mee omgaan. En dan gaan we weer op trainen. En dan hebben we gelukkig maandag weer een wedstrijd om te laten zien dat we het wel kunnen. Ja, ik snap ook dat er veel dingen anders zijn, hoor. Dat ziet iedereen natuurlijk. Maar ik bedoel een beetje de onmacht om echt tot grote kansen te komen. We hebben vorig jaar een heel ander seizoen gehad. En nu speel je in een lagere divisie, waar je dus ziet dat zij van tevoren een plan hebben om helemaal in te zakken. En ja, dan is het net even wat lastiger om daar doorheen te voetballen. We hebben in de eerste helft wel gewoon die kans gehad voordat zij scoorden. Ik denk dat ze ook uit het niet scoorden. Dat mag natuurlijk niet uiteindelijk. Maar er zijn ook dingen waar we gewoon aan vast moeten houden. Want als je de hele tijd in het negatieve blijft zitten, dan krijg je inderdaad zo'n seizoen als vorig jaar. Wat zijn de positieve dingen waar jij op dit moment en waar jullie op dit moment aan proberen vast te houden? Nou, wat ik zeg, zij zakken in. Je komt 1-0 achter. Je begint natuurlijk niet elke wedstrijd met de 1-0 achterstand. Dus dan wordt het sowieso een hele andere wedstrijd als je gewoon die 1-0 achter, niet 1-0 achterkomt. Dus daar houden we ons gewoon aan vast dat het ook gewoon kan. Want we hebben de vorige wedstrijd ook gewoon laten zien dat het wel kan. Op het moment dat je voorkomt of op het moment dat je wel die 1-0 maakt. Dus ja, daar houden we ons gewoon aan vast. Vasthouden aan dat het wel kan dus. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, we zijn net begonnen. ADO is natuurlijk ook geen slechte ploeg, denk ik. Uiteindelijk hebben ze een plan op ons bedacht. Hebben ze vorige wedstrijden ook al een aantal keren gedaan. En nu pakt het voor hen goed uit. En voor ons was het gewoon niet goed genoeg. Dus daar moeten we gewoon aan werken. Alsjeblieft. Balken bij de microfoon van Stefan Bleker. En die zegt dus, we moeten het vasthouden. Wim, vlug even naar jou. De woorden die hij net zegt klinken ook als een speler die nog een beetje moet wennen aan de eerste divisie. Ja, aan de nieuwe rol van FC Groningen. De ploeg die het spel moet maken. En dat is altijd lastig, hoor, als je niet over exceptionele kwaliteiten beschikt. Nou, Groningen heeft helemaal geen slechte spelers. Alleen, ik heb die exceptionele kwaliteiten bij de voorste 4
nog niet gezien aan de zijkanten. Van Veen is echt wel een goede spits, maar die wordt veel te weinig bediend. Vandaag was het opvallend dat hij na 2 minuten al begon te gebaren naar Rente. Geef die ballen nou eerder aan mij. In de 3e minuut deed hij dat nog een keer. In de 7e minuut kwam er dan eindelijk een bal. Die was eigenlijk helemaal niet goed. Beetje ongeduldig. Ja, ging het duimpje wel meteen omhoog hoor. Al kwam die bal niet aan. Dat doet elke voetballer, Wim. Dus altijd een duimpje. Ja, nou ja, het ging hem erom. Geef die bal maar, ook al is hij niet goed. Maar als je hem niet geeft, dan krijg ik hem sowieso niet. En op een gegeven moment sloeg de frustratie toe. Ging hij op middenveld voetballen. Nou, dan moet Van Veen niet verschijnen. Ja, daar zakt hij eigenlijk gewoon te veel in. Dat moet hij helemaal niet doen. Want hij moet, als hij wil scoren, moet hij voor het doel staan. Hij gaat echt niet van 30 meter scoren. Het is, ik heb het al gezegd, het is ook heel erg lastig spelen tegen ploegen die massaal terugzakken. En ik denk dat elke tegenstander dat gaat doen. Misschien de belofte teams niet, die willen gewoon lekker voetballen. Maar elke andere ploeg gaat tegen Groningen, dat deed Top Os trouwens ook. Die gaan gewoon hangen. En Groningen had de mazzel dat in Os vlak voor rust de eerste erin vloog. Nou ja, dan moet een tegenstander wel komen. Maar zolang dat niet hoeft, blijven ze gewoon hangen. Hoeveel weken duurt het voordat je de les hebt geleerd, Wim? Nou, ik denk dat ze wel weten wat ze moeten doen. Alleen tussen theorie en praktijk zit nog wel een aardig verschil. Je weet wat je moet doen. Je oefent het ook wel tegen je eigen jeugdspelers, tegen je eigen reserves. Maar ja, het blijft toch een training. Zo'n wedstrijd voor een vol, toch in een heel goed gevuld stadion. Ik denk dat er ongeveer zo'n 20.000 mensen waren. Ja, dan gaat een tegenstander die ook wordt gesteund. Nou, ik heb op de training nog nooit 500 supporters van de tegenpartij gezien. Nee, dus heeft een hele andere dynamiek, een wedstrijd of een training. We gaan even naar Bakuna. Sorry, moet je even onderbreken. Nee, dat is prima. Bakuna bij de microfoon van Stefan Bleker. Ja, dat is alweer de tweede nederlaag, Leandro. Ja, het is een beetje teleurstellend. Ik denk, we hebben toch wel alles gegeven. We hebben geknokt tot de laatste minuut. Maar het zat net niet mee. Ik bedoel, sommige ballen die ertussen vallen, die dan in de ricochet eigenlijk tegen de keeper aankomen of die tegen een verdediger aankomt, waar we net niet de kansen konden afmaken. Maar ik denk toch dat we wel alles gegeven hebben als ploeg. Ja, uiteindelijk, wat je zegt, geef je dan alles. Iedereen doet uitermate zijn best. Maar dan is het niet genoeg. Nee, dat heb je goed gezien. Ik bedoel, het is niet genoeg om een wedstrijd te winnen. En dat moeten we zo snel mogelijk omdraaien. Want als we wedstrijden hebben te winnen, dan moeten we doelpunten maken. En dan moeten we veel creatiever zijn in de eindfase. En tot nu toe loopt het nog niet. Ik heb het vorige keer ook gezegd, dat in de eindfase komen we elke keer. Maar de kansen die we dan krijgen, maken we niet af. En het is een beetje, misschien denk ik, een vertrouwens iets. We moeten een beetje vertrouwen eruit krijgen, doelpunten maken en als ploeg gewoon groeien. Maar ik weet zeker, bijna wel zeker dat we dat gaan rechtzetten. Ja, het is een vertrouwens iets. Nou hebben jullie 2 weken geleden tegen Top Os goed gespeeld. 2-0 gewonnen. Jullie trainer zei gisteren ook, het vertrouwen is misschien wel groter nu dan ooit. En toch is dat vertrouwen, terwijl er hier iemand goed aan het schreeuwen is. Dus probeer ons even te focussen. Toch merk je dan dat het vertrouwen wat wegzakt? Nou ja, het is vertrouwen is er zeker. Ik bedoel, als je kijkt de manier hoe iedereen traint en hoe iedereen hard werkt, dan zie je ook wel dat de ploeg aan de groei is. Dat zie je sowieso wel. Maar het moet omgezet worden. Het moet omgezet worden in resultaten. En resultaten, dat is het belangrijkste. Je kan wel zo goed spelen, zulke goede passes geven, zo goed naar voren werken. Maar als je die wedstrijd niet wint, dan kan je mensen die gaan zeggen dat we dan niet goed genoeg spelen. En daar draait voetbal om wedstrijden winnen. En dat doen we tot nu toe nog niet, maar we moeten die dingen gewoon omzetten in doelpunten en wedstrijden winnen eigenlijk. Ja, en toch gaat er ook nog veel mis, hè? Ja, sowieso gaat het wel. Er gaat af en toe gaat er wat mis. Er gaat een balletje uit. En dat zijn gewoon dingen die te maken hebben met je concentratie eigenlijk. Je moet geconcentreerd zijn. Een balletje van 5 meter mag eigenlijk niet fout op dit niveau. Als je wil meedoen. Ik bedoel, misschien hoort het ook al bij dit niveau. Nou ja, als jij dat zegt, dan hoort het zo. Maar ik vind niet dat het zo hoort. Ik bedoel, ik moet van mijn ploeg eisen dat de ballen over 5 meter goed gespeeld worden. En als we dat niet kunnen, dan zitten wij niet goed als ploeg. Dus ik denk, we moeten gewoon veel meer eisen van elkaar. Als balletjes fout gaan, dan moeten we gewoon zeggen waar het op staat eigenlijk. Ik bedoel, daar groeien we van als speler. Ook al ben je oud, ook al ben je jong. Een jonge speler kan ook tegen de oude speler zeggen, kom op, je moet mee je best doen. En zo ga je groeien als ploeg. Ja, gebeurt dat genoeg nu, naar jouw mening? Ik denk dat het wel beter kan. We kunnen elkaar nog iets meer op de plek zetten. En we moeten gewoon iets kritischer naar elkaar toe zijn. En als we kritisch naar elkaar toe zijn, dan,
dan gaan we allemaal ook wel groeien als ploeg. Ja, nou weet iedereen natuurlijk wat er moet gebeuren. Jullie moeten promoveren. Je geeft net aan van, nou, misschien is het ook bij sommige jongens dan een concentratiedingetje. Mensen die niet voetballen, die denken, hoe kan dat nou? Je weet wat er moet gebeuren. Hoe kan het dan zijn dat die concentratie niet optimaal is? Kan je eens proberen uit te leggen hoe dat werkt? Het is niet. Ik zou niet zeggen dat de concentratie niet optimaal is. Ik bedoel, iedereen wil. Dat begint altijd met 100% geven, 100% willen. En dan kan je een keer een bal verkeerd spelen. Ik zeg ook niet dat niet gaat gebeuren. Het gebeurt ook niet expres, hè? Nee, je kan sowieso een keer een bal verkeerd spelen. Maar het moet gewoon, je moet van jezelf eisen om die bal niet verkeerd te spelen. Als je een keer verkeerd speelt, dan, precies wat ik net zeg, dan moet je hem zeggen van oké, kom op, je kan het beter en we weten dat je het kan. En dan gaan we gewoon weer verder. Dus het ligt niet aan, daar ligt het niet aan. Als de buitenwereld dat dan gaat denken van hoe kan het zijn dat hij niet 100% geeft een bal 5 meter geeft. Ik bedoel, het kan een keer fout gaan. Maar we moeten als ploeg gewoon kritisch zijn. Precies wat ik net zei. En die dingen omdraaien. Kleine foutjes omdraaien. En gewoon effectiever. Effectiever. Juist, voor de goal. Alsjeblieft. Leandro Bacuna bij Stefan Bleken. Ja, Wim, sprak je nou een leider, een aanvoerder van het elftal? Nou, je hoort wel een ervaren speler die zich ergert aan kleine onnodige fouten. Ik memoreerde al even een corner die Groningen zomaar weggaf en waar bijna een doelpunt uitkwam. Ja, dat kan niet. Er was geen enkele druk op de speler die bal teruggaf om hem zomaar over de achterlijn te knallen. Oude bekende heb ik bij de microfoon staan, Wim. Wie denk je dat het is? Een oude bekende. Nou, ik heb geen idee. Ik heb zoveel oude bekenden. Nee, we gaan naar de oude linksback van de FC, Bart van Hintem. Speelt nu bij ADO, bij Stefan Bleker. Hoe is Bart? Ja, goed. Kan niet beter eigenlijk vandaag, hè? Met een goed gevoel na de wedstrijd met 3 punten weer terug naar Den Haag. Dus heerlijk. Ja, bijzonder om hier weer te zijn. Natuurlijk altijd. Vorig jaar was het voor mij bijzonder dat ik naar Groningen weer terug naar Zwolle ging natuurlijk. Zwolle mijn clubje altijd geweest. Nou, nu een mooie overstap naar ADO. En dat is altijd leuk om hier terug te zijn. Ik heb hier 3 mooie jaren gehad. Dus leuk om die mensen weer te zien. Qua voetballers zijn er niet veel meer van over. Maar een beetje de harde kern als materiaalman en zo. Dat zijn mensen met een gouden hart, zeg maar. Dus dat is leuk om die weer te zien. Nou, wat is nou de eerste herinnering die bij jou opkomt als je denkt aan die 3 jaar FC Groningen? Ja, dat is Bert en Materiaalman. Als je die net weer ziet, dat voelt gewoon weer als vanouds. Leuk om die weer te zien. Dus dat is mijn mooiste herinnering. Ja, wat voor je van vandaag? Want jullie winnen. Ja, het was. Kijk, ik weet vooraf dan natuurlijk dat het moeilijk gaat worden. De eerste paar minuutjes krijgen we een beetje een paar klutsballen achterin. Verder weinig weggegeven, een goede goal gemaakt. Tweede half werd het wel zwaar, veel tegenhouden. Ja, dan geven we eigenlijk pas in blessuretijd een kans weg met Van Veen die hem op de paal kruising schiet. Maar verder prima, goed verdedigd. Dat in principe hebben we vooraf besproken, we hebben een paar taken. En die werden goed uitgevoerd, dus zeker belangrijk. Ja, hebben jullie laten zien hoe je dit Groningen pijn kan doen? Een beetje inzakken, tegenhouden en dan af en toe eruit? Ja, ik denk dat je tegenwoordig is dat vaak dat je met dit soort voetbal in een heel eind komt. Je hoeft niet meer, net zoals vroeger, 80% balbezit te hebben en heel de tijd dominant te zijn. Vooraf weet je dat het een lastige avond gaat worden hier in Groningen. En zoals je al zegt, we wisten wel hoe we hun konden bespelen. En in de counter kun je gewoon gevaarlijk zijn. Een paar keer kwamen er goed uit. En zoals ik al zei, we maken een mooie goal. En dan verder was er weinig aan de hand, denk ik. Ja, wat vond je van je eigen spel? Ja, prima. Het is wel lastig. Volgens mij heeft ADO ook een heel nieuw team. Veel jonge jongens. Een paar ouderen. Maar dat zou Groningen ook hebben. Je zit nog in een soort van in de voorbereiding. Je moet ook nog elkaar ingespeeld raken. Maar verder, volgens mij was het een prima wedstrijd. Ik was nuttig vandaag met een paar goede momenten, denk ik. Dankjewel. Ast. Ja, Van Hintem dus. De man die zover kan gooien. Misschien was het vanavond wel wat geweest voor de FC. Zo'n lange inwerper. Toch mooi om hem even te horen, hè, Wim? Ja, zeker. Het is indrukwekkend hoe ver hij die bal voor doel gooit. Ik heb trouwens ondertussen even een blik geworpen op de stand. En tot mijn grote verbazing staat Groningen nog steeds in het linkerrijtje. Iedereen wint van iedereen. Dat betekent ook dat er veel clubs verliezen. En tot mijn verbazing heeft Emmen zelfs niet van Jong Ajax kunnen winnen. Het is 3-3 geworden. Oh joh, dat zie je inderdaad, ja. Ja. Nou, we gaan zo de stand nog even langs in de uitslagen. Er is inderdaad heel wat gebeurd. Hoe moeilijk het is voor die eredivisieclubs, want Emmen die staat 16e.
En ja, het zit allemaal heel dicht bij elkaar hoor. Ze hebben een puntje minder dan de nummer 8 FC Groningen. Dus, ja, er zijn trouwens ook twee wedstrijden niet eens echt helemaal uitgespeeld. Oh, ja, die, zijn nog, die worden nog gespeeld. Ze hebben even stilgelegd. Hey, wat vond je van Lukien vandaag? Maar dan komt zo voor de microfoon heel kort. Nou ja, die heeft van alles eraan gedaan. Hij heeft in de rust al een wijziging toegebracht. Heeft na rust geprobeerd. Ook de speelwijze heeft iets veranderd. Op een gegeven moment ging hij echt weer met twee spitsen spelen. Groningen speelde eigenlijk een soort van 4-3-3. Ik zei heel kort, Wim, sorry. Ja, nee, ik ben weer te lang. Okay. Dank je. Nou, hij heeft er alles aan gedaan. Daar komt hij, Stefan Bleker. Dick Lukien. Dick, hoe hard komt deze nederlaag aan bij jou? Hard, omdat dit een nederlaag is die wij niet mogen leiden. Ik vind dat je als Groningen zijnde dit soort wedstrijden moet winnen. Om echt boven die ranglijst te komen. En dat hebben we nagelaten. Dus dan komt zo'n nederlaag hard binnen. Je zei vooraf, na de overwinning tegen Top, het vertrouwen is groot. Hè? En dat is de laatste twee weken, ook na de oefenzegen tegen Heerenveen, misschien nog wel meer gegroeid. Heb je dat verkeerd ingeschat? Nee, want ik denk dat wij vertrouwen hebben getankt. Alleen wat je vanavond ziet is dat we tegen een counter aanlopen. En het zure is dat we dat wisten, dat ze zo zouden spelen. Want we begonnen gewoon goed. Het eerste kwartier heb ik een uitstekend Groningen gezien. Met veel druk op ADO. En de beste tegenstoot ligt binnen. Nou, dat deed enorm veel met ons, dat zag je. Dus dat vertrouwen is blijkbaar nog niet groot genoeg. Nog te broos. En ik vind dat we tot de pauze eigenlijk onherkenbaar hebben gespeeld. Veel te snel de lange bal hebben gehanteerd. En na de pauze was het beter. Alleen dan om tot echte kansen te komen. We hebben wel een aantal kansjes gehad, een aantal momenten gehad. Maar om echt tot de kansen te komen hebben we gewoon meer kwaliteit, meer vernuft in de eindfase nodig. Hoe zorg je ervoor dat de overige wedstrijden er wel komt? Nou, door vanuit die formatie dingen te blijven doen. Want ik vond dat we, als je in tussenlinies wilt spelen, moet je ook goed positie kiezen. Dat was gewoon niet goed genoeg. Maar het gaat ook om mensen voorbij lopen. Dus ik heb ook tegen Noem in de pauze gezegd hoeveel ballen hij onnodig terug heeft gespeeld naar Marco. Terwijl hij in een 1 tegen 1 komt. En dat zijn kwaliteit is. Ja, dat moet hij dan wel blijven doen. Ja, we hebben het eerder gehad over de wond die er nog is na afgelopen seizoen. Dat was volgens mij na de nederlaag tegen Jong Utrecht. Hoe staat het met die wond? Nou ja, die is blijkbaar nog niet genoeg geheeld. Want we hebben een half uurtje nodig in de eerste helft om er van bij te komen. Misschien iets korter. In de tweede helft doen we wel weer ons ding. Alleen op het moment dat je wedstrijden gaat winnen achter elkaar, dan neemt het vertrouwen echt toe. Ja, nu is het weer opkalefateren en toch wel weer de goede dingen blijven noemen. Positiviteit zien. Maar tegelijkertijd ook hard zijn op de inhoud, op de dingen die veel beter moeten. Want dat zijn er nogal wat. Ja, want dat is natuurlijk ook een beetje hoe je hier nu mee om moet gaan. Benoemen wat er aan de hand is en proberen het natuurlijk te verbeteren. Jij hebt met Emmen in het jaar dat jullie promoveerden in het begin in een soortgelijke situatie gezeten als deze. Ja. Ja, en je weet ook dat het echt heel lastig voetbal is. Dat moet ik ook benadrukken. Zij gaan heel ver terug. Ja, wij moeten geloof houden in wat we doen met z'n allen. En dat het op dit moment niet goed genoeg is, ja, daar kunnen we niet omheen. We hebben te weinig gecreëerd, waardoor we deze wedstrijd verliezen. Maar blijven werken, blijven vertrouwen houden. Publiek er vol achter blijven staan, want die hebben dat geweldig gedaan de tweede helft. Eigenlijk de hele wedstrijd. Ja, en dan moeten dingen omdraaien. Het is niet goed genoeg op dit moment voor directe promotie bij lange na niet? Nee, zo simpel is het. Daar lopen we ook niet voor weg. Maar het gaat wel om doorgaan. En op dit moment zijn de feiten zoals jij ze schetst. En dat is zoals het is. Jij denkt wel dat dit team daartoe in staat is? Ja, ik denk dat wij voldoende kwaliteit hebben om ons te mengen in de strijd om de bovenste plekken. Alleen op dit moment klinkt dat misschien een beetje aanmatig genoemd, dat we gewoon niet goed genoeg gespeeld hebben. Dus dat wil ik ook gewoon. Dat moet de kern zijn. Vandaag was het niet goed genoeg. En dan moet het ook niet gaan over de bovenste plekken. Op dit moment staan we 10e volgens mij. Aanstaande maandag kunnen wij ons revancheren. Dat moet zijn waar het over gaat. En toch zal het daar altijd over blijven gaan, hè? Ja, maar daar moet je ook niet voor weglopen. Dat is nou een keer zo bij onze club. Wij willen ons daarin mengen. Alleen enige bescheidenheid is nu op zijn plek. Is het lekker, Dick, dat je nu maandag de volgende wedstrijd alweer speelt? Ja, het is een vraag die vaak natuurlijk gesteld wordt aan voetballers, aan voetbaltrainers. Hoe zie jij dat? Ja, dat is een uitgelezen mogelijkheid om ons te revancheren. En ook weer thuis, dus dat is altijd goed. Dus daar gaan we alles aan doen. Graag gedaan.
Nick Lukien dus bij Stefan Bleker. En we wachten nog zo op Valente, die verwachten we ook zo. Dus Wim, ik kan heel kort even aan je vragen. Het zal vast weer een onderbreking geven. Maar hij loopt er niet voor weg, hè? Nee, Dick is altijd heel reëel. En net als Danny Buijs in het verleden ook. Die benoemt wat slecht is. Hij ziet hetzelfde als wij hebben gezien. Dat is altijd wel prettig als een trainer ineens heel positief gaat doen. Of die gaat de scheidsrechter de schuld geven. Of die zegt, ja, ze verdedigden zo massaal. Nee, dat zal FC Groningen heel vaak hier gaan zien. En ook in uitwedstrijden. Ja, zoek maar een oplossing. Ja, dat moet hij dan gaan doen. We gaan naar het laatste interview met Valente bij Stefan Bleker. En daarna gaan we weer naar Wim. Luciano, je hebt eindelijk je basisplek te pakken, hè, sinds een aantal weken. Hoe voel je het vandaag gaan? Ja, persoonlijk niet in mijn spel kunnen komen. Dat is natuurlijk pijnlijk. Over het algemeen als team denk dat we ineens zo slecht begonnen. Dat we een aantal goede kansen hadden in het begin. Die gaan er dan niet in, valt net niet goed. Dan krijg je een counter tegen en dan wordt het heel lastig. Want we wisten vooraf dat ADO Den Haag veel zou inzakken. En dan krijg je gewoon 90 minuten lang een ADO wat met 11 man op 20 meter van hun goal staat. En dat vinden wij nog wel lastig om daar doorheen te voetballen. Zegt, ik heb niet in mijn spel kunnen komen. Wat had je graag willen laten zien en willen doen? Ja, ik moet zeggen, ik hou ervan om de bal te krijgen. En ik moet nu ook zeggen dat de keren dat ik de bal kreeg, dat ik daar ook geen goede dingen mee deed. Dus dat is iets waar ik mezelf in moet gaan verbeteren. Ook al als ik niet veel ballen krijg, dat ik dan alsnog mijn dingen moet doen. Maar over het algemeen wat ik zei, ik hou ervan om ballen te krijgen en om vooruit te spelen. En dit keer ging dat gewoon niet zoals hoe ik dat normaal kon doen. Ja. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Omdat je weinig ballen krijgt. En dan is het moeilijk om in een wedstrijd te komen. Want als je veel ballen krijgt, dan kom je meer in de wedstrijd, in het ritme van de wedstrijd. En ook ik kom meer in mijn spel. Maar dat moet ook geen excuses zijn. Uiteindelijk heb ik gewoon vandaag niet mijn spel kunnen doen. Een onvoldoende, dat geef ik mezelf ook. En als team hebben we ook een hoop om mee aan de slag te gaan. Ja, wat doe je tijdens een wedstrijd in het veld om ervoor te zorgen dat je die ballen wel krijgt? Ja, dat is lastig, want de keren dat ik uit ging zakken, kwam gewoon een centraal verdediger, ik liep gewoon met me mee. Dus je wordt constant gedekt en dat is, dat vind ik persoonlijk wel lastig als een speler telkens mij volgt waar ik loop. Maar dan is de kunst om ruimte voor anderen te maken. En dat probeer je door veel weg te bewegen. En dat doe je wel, maar dat is niet uiteindelijk hoe je wedstrijd gaat winnen. Nee, want de muur bleef eigenlijk staan, hè? Ja, zo kan je het wel zeggen. Eigenlijk 90 minuten lang hebben we tegen een muur gespeeld. Dat heeft ADO gewoon goed gedaan. En dan is het jammer dat hij niet even een keertje goed valt. Zeg maar. Nee, nou hebben jullie vorig seizoen natuurlijk een heel vervelend jaar gehad. Geldt eigenlijk voor iedereen, voor de hele club, met degradatie als gevolg. Dit jaar met één doelstelling zijn jullie aan het voetballen. Dat is kampioen worden of in ieder geval één keer promoveren. Valt het je tegen tot dusver? Ja, tegen. Je ziet in een competitie dat iedereen punten laat liggen. En we kunnen nu wel zeggen dat het al helemaal niet goed gaat en zo. Maar ik denk dat we gewoon einde van het seizoen moeten kijken waar we staan. En dat we niet onze kopje moeten laten hangen. Ik bedoel, maandag spelen we de volgende wedstrijd. Als we die gewoon weer winnen, dan gaan we ervoor. En ik denk dat dat ook als club gewoon een doel moet zijn. En als supporters zijn. Dat we niet na één wedstrijd gelijk teleurgesteld moeten zijn. Tuurlijk moet het gewoon veel beter vanuit onze kant vandaag. Maar als dat niet zo is, moeten we gewoon maandag weer achter ons staan. En dan gaan we het herstellen. Ja, ik snap ook dat je door moet en dat je met je kop omhoog weer richting die volgende wedstrijd wil. Maar als kampioenskandidaat moet je natuurlijk ook strontziek zijn van zo'n nederlaag als deze, toch? Tuurlijk, en vooral als je thuis speelt, dat doet ontzettend veel pijn. Want uiteindelijk wil je gewoon dat je thuis ongeslagen het seizoen doorgaat. Dat mensen echt denken van, Groningen uit, super lastig, weet je wel. Dat komt er nog niet van. En we hopen dat we dat uiteindelijk wel zo neer kunnen zetten. Ja, je hebt het idee dat het een stuk beter kan met het team wat jullie nu hebben, als ik je goed begrijp. Hoe bedoel je dat? Nou, dat jullie met de spelers die je nu bij FC Groningen spelen, in ieder geval een stuk beter kunnen voetballen dan jullie nu hebben laten zien. En dat er dus nog een hoop extra's in het vat zit. Ja, tuurlijk. Uiteindelijk zijn we nu bezig met een aantal dingen. We hebben een nieuwe staf. We willen een nieuw spel spelen. Dat heeft ook tijd nodig. Ik bedoel, we zijn aan het begin van het seizoen. En natuurlijk zien we al wel dat het beter gaat. Alleen moeten de volgende stappen moeten worden gemaakt. En daar zijn we nu hartstikke hard mee bezig. En dat het vandaag niet lukt, dat is kloten. Dat weet iedereen. Maar uiteindelijk is maandag weer een nieuwe wedstrijd. En dan hopen we dat het gaat laten zien.
Alsjeblieft. Valente Beijer, Stefan Bleker. Straks alle interviews natuurlijk ook te zien op het Twitter-kanaal RTV Noord Sport. En bij ons op de website natuurlijk en in de app. Wim, nu toch echt naar jou. Het woord vertrouwen, dat valt ontzettend veel, hè? Ja, dat vertrouwen is nog heel broos. Zei Lukien ook, hè? Die is broos. Ja, en die spelers weten ook... sommige topploegen die komen achter en die blijven heel stoïcijns. Die weten, als wij gewoon zo blijven voetballen... als we altijd, dan komen die goals vanzelf. En dat vertrouwen is er bij Groningen niet. Ik zei net al, dit is al de derde wedstrijd waarin Groningen niet scoort. En dan gaan die spelers toch twijfelen. En het is niet alleen dat ze niet scoren. Maar toch hoor je ze dingen zeggen over vertrouwen. En het komt wel goed. Dus... Het zou ook wel heel raar zijn als de jongens nu al het idee... Nou, dit wordt helemaal niks dit seizoen. We mogen blij zijn dat de KNVB heeft ingesteld dat je niet mag degraderen. Nou, die kans is er natuurlijk wel aanwezig. Omdat het gewoon dan toch echt tegenvalt. En die druk kan natuurlijk snel opgebouwd worden als je kampioen moet worden. Ik weet niet waar Groningen vandaan had dat ze kampioen kunnen worden. Nou, dat zeggen supporters toch wel? Ja, dat snap ik. Maar ja, als supporter... Ja. Als je een beetje erin verdiept hebt. Als jouw club het jaar daarvoor 18 is geworden... En dat is het allerlaagste puntaantal van de laatste 10 jaar. Dan ben je gewoon waarschijnlijk niet goed genoeg meteen voor de top van de eerste divisie. Nou, er zijn spelers. Je hebt een goede spits gehaald, maar er is ook een hele goede spits weg. Pepi. En op andere posities, je hebt wel een paar goede routiniers gehaald. Maar die spelen vooral aan de achterkant van het team verder. Aan de zijkant is het nog steeds niet. Aan de rechterkant, rechtsback, is er eigenlijk niet. Rente staat daar omdat hij de beste rechtsback is. Maar eigenlijk is hij geen rechtsback. Een rechtsback. We hebben vandaag twee linksbenige spelers gezien. Nou, die komen niet snel tot een voorzet. Aan de andere kant hebben we dan één helft een rechtsbenige linksbuiten gezien. Die kwam tot 0 voorzetten. En Emmeran, dat zei Dick Lecunier net ook, die speelde ballen terug. Ja, die ging de bal niet voorbij. Nee, daar was hij goed in, voorbij. En die gaf die voorzet ook maar niet. Die wilde dan weer steekballen geven. En maar zorg eens voor wat de Engelsen noemen een early ball. Dus dan kun je nog een compacte verdediging verrassen. Maar niet als je helemaal tot de achterlijn doorbreidt. Ja, dan staat iedereen al klaar met zo'n gezicht van... nou, kom maar op met die bal. Wij koppen hem wel weg. Ja, Valente was net toch wel vrij duidelijk. Die zegt, wij kunnen nog groeien. Ja, dat moet ook, hè. Want, anders kun je dat wel vergeten, directe promotie. Je zult echt en ook snel moeten groeien. Want voor je het weet lig je een straatlengte achterop. Nee, maar zie jij die potentie ook? Of is het toch gewoon een gebrek aan kwaliteit? Nou, het is een combinatie van een gebrek aan topkwaliteit. Ik denk niet dat de topkwaliteit is op de flanken. Maar ik denk wel dat door gewoon sneller te handelen... snelle dingen te doen, niet zoveel te aarzelen als nu gebeurt... als je eenmaal die bal voorin hebt... dat daar nog wel behoorlijk wat winst valt te halen. Ja, het ging net al even over aanstaande maandag Jong PSV op bezoek. Ja. Wat denk je, fijn of niet? Ja, ik denk dat het wel fijn is. Want anders ga je de hele week... je wilt je, denk ik, als speler zo snel mogelijk revancheren. En niet, je moet niet in zo'n sfeer komen dat je gaat praten. Nee, je moet eigenlijk gelijk weer gaan voetballen. En dat is het beste. En wat ik vond Valente trouwens heel realistisch in zijn commentaar. Hij was ook heel zelfkritisch. Ook wel terecht, want hij mocht eigenlijk voor het eerst op zijn favoriete positie spelen. Als nummer 10 achter de spits. En hij zei ook, als ik me liet vallen, ging er een verdediger mee. Ja, dat kon ook makkelijk, want ze speelden met 3 centrale verdedigers. Bleven er nog 2 over om Van Veen te bewaken. Dus hij kreeg heel weinig speelruimte. En dan is het ook voor hem moeilijk. Ja, Lukien heeft nu een paar dagen. Daar kun je natuurlijk niet in één keer nieuwe systemen erin gaan trainen. Laatste vraag dan ook. Wat kan hij nog wel doen? Voorkomen dat iedereen negatief wordt. Want daar schiet helemaal niemand wat meer op. Van supporters snap ik het hoor, dat ze gaan fluiten na afloop. Ze waren trouwens de hele wedstrijd uitstekend bezig. Nou, na afloop en in de rust mag je best laten blijken. Dat doe je niet met het invullen van een enquêteformulier. Dus dan laat je even horen dat je het niet goed vond. En dat was ook terecht, het was niet goed. Nee, ik denk dat de supporters ook heel blij waren met de duurzame bekers die nu op de tribune zijn. Oh, dat zou best kunnen. Had je dan meegekregen, duurzame bekers nu? Je mag ze meenemen naar huis en dan heb je voor 2 euro heb je zo'n beker gekocht. Ja, misschien dat je hem dan ook minder... Kun je hem ook weer inleveren, dan krijg je dat geld terug. Of misschien dat je er minder snel mee gaat gooien. Misschien is dat het. Je weet het niet. Ja, zeker. Ja. Okay. Wim, dankjewel. Ja, ik hoop dat je in ieder geval nog een leuke avond hebt gehad. Ja, ik ga al niet met al te hoge verwachtingen. Ik ken de trainer Carlos
Perisic. Ik denk dat ADO gewoon een hele goede ploeg is. Al moet ik het nog zien als ze zelf het spel moeten maken. Maar dat is wel een ploeg die ik bij de eerste zes... en misschien ook wel een van de grote groep ploegen die rechtstreeks kan promoveren. Een van de grote groepen. Zit de FC daar nog bij wat jou betreft? Ja, zeker wel. Er moet heel veel beter, maar dat hebben ze nu allemaal gezegd. Bakuna, Balken, Valente en Lucky. Ze hebben de boodschap wel begrepen. Ja, maar kijk nu eens naar NAC. Ook een favoriet. Willem II, een favoriet. Emmen, een favoriet. Wie staat er bovenaan? Dat is een ploeg van wie niemand het verwachtte. Rode JC. Ja, die ging ook onderuit bij Jong FC Utrecht. Nou ja, zo zie je maar weer. Het kan alle kanten op. Ja. Wim, dankjewel voor vanavond en veilig thuis, hè? Ja, dankjewel. Mooi. Hoi. Gaan wij nog even kijken met Daphne naar naar de eindstanden. En soms ook tussenstanden, want het is een gekke avond. Ja, dat is bizar. Ja, we gaan even beginnen bij Dordrecht tegen Utrecht. Jong Utrecht, moet ik zeggen. 3-3. 3-3, Groningen natuurlijk tegen ADO 0-1. En Wim zei het al, de koploper, die pakt weer punten. Ja, 3-0. Tegen Telstar. En dat betekent dat ze inderdaad nog steeds koploper zijn. Verder rest. VVV Venlo tegen NAC Breda. 3-1. 3-1. Punten blijven dus in Venlo. En dan de jongploegen. Ja, het ging wel spannend bij Jong Ajax tegen de FC Emmen. Maar de eindstand? 3-3. Ja, het was net nog vlak voor tijd een 3-2. Of een 2-3 moet ik zeggen voor Emmen. Werd toch nog 3-3. Jong PSV tegen de Graafschap. 1-3. Ja, en daar moet Groningen dus aanstaande maandag tegen. Jong PSV verliest deze. Nou, voor de FC-fans te hopen dat ze een heel slecht weekend gaan hebben. Aanstaande maandag ook in de Euroborg. En dan nog Jong AZ tegen Eindhoven. 0-0. Ja, en ik zei al, deze tussenstanden ook nog. Want wat is er met de andere wedstrijden aan de hand? Ja, dit is bizar. Want FC Den Bosch tegen MVV Maastricht, die is voor drie keer stilgelegd. Ze zijn nu weer begonnen en Den Bosch heeft gescoord. Dus nu staat het 3-2. Ah, check. Ja. Dus ze zijn inmiddels weer begonnen, maar het is drie keer stilgelegd. Ja, drie keer. Dan zou je toch denken dat met die regels, die scherpere regels, dat misschien wat anders is. Maar oké. Okay. Ja. En Helmond Sport Top Os? Ja, nou, dat is ook drie keer gestaakt. Het is mij niet helemaal duidelijk. Volgens mij ligt het nog steeds stil. Dat wordt nog steeds gevoetbald. Ja. Maar je ziet maar weer wat een rare avond het kan zijn. Het is natuurlijk niet onbekend dat bij FC Groningen ook wel taferelen hebben afgespeeld. Maar in dit geval dus bij Den Bosch en Helmond Sport tegen MVV en Top Os ook een beetje gekkigheid. En die wedstrijden zijn nog niet eens klaar. Moet je nagaan. Daphne, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ben je er maandag weer? Ja, ik ben er maandag weer. Gezellig. Leuk, hè? Mooi. Ja. Dan bedank ik jullie allemaal voor het luisteren. En natuurlijk is Radio Noord er morgen weer. Maandagavond zijn we er ook weer. Dan niet met het hele verslag, 90 minuten lang. Maar wel natuurlijk FC Groningen Live. Martin Drent is de analist. Dus dat komt goed. En natuurlijk is de podcast ook een maandagochtend al. Met hem en Nivino en Stefan. Op onze website, de video's en het commentaar van de trainer Dick Lukien ook. En morgen is er weer een nieuwe dag. Douwe Bob Sinkma, the world is our home. Ik wens je een hele fijne nacht. Mooi.